Hoi, ik ben Tom Lassing van mooibest.com en pleinbest.nl. Plan Boomgaard, daar zijn nu 2 vergaderingen over geweest bij de gemeente. En die vergaderingen die duren soms wel 2,5 uur. Ik kan me dus indenken dat je niet heel die vergadering online wil volgen. En daarom heb ik eigenlijk de stukjes die over de Boomgaard gaan, heb ik uit de vergadering van de gemeente geplukt. En heb ik 1 geheel van gemaakt, zodat je 2 vergaderingen in 1 video hebt. Dan nog is het vrij lang, maar je wordt dan niet meer eigenlijk verveeld door allerlei andere onderwerpen die ook besproken worden. Dus dat scheelt in ieder geval heel veel tijd. En op 1 plek staan dan 2 vergaderingen gewoon keurig weergegeven. Vandaar deze video. Dus ik hoop dat je hem waardeert. Als dat zo is, geef dan vooral even een like. En hier komt de video. De eerste beeldvormende avondnota van uitgangspunten voor het te ontwikkelen plangebied De Boomgaard. Het college heeft aan de raad het raadsvoorstel vaststellen nota van uitgangspunten voor het ontwikkelen gebied De Boomgaard aangeboden. Door het presidium is op 19 december 2022 besloten om de beeldvorming in 2 avonden op te knippen. Vanavond vindt het eerste deel van de beeldvormende sessie plaats. Ik wil even voor de duidelijkheid aangeven dat het deel vanavond alleen bestaat uit de insprekers. En dat op 13... Ja, kijk, heel fijn. Dan weten we meteen dat we beneden goed te horen zijn. Dat het vanavond alleen gaat om de insprekers. Dat er natuurlijk vragen mogen worden gesteld aan de insprekers naar aanleiding van wat zij zeggen. En dat 13 februari het tweede deel van de beeldvormende sessie plaats zal vinden, waarop ook de ambtelijke organisatie en de wethouders bevraagd kunnen worden. Dus dat even, halen we nu even uit elkaar. Vanavond vindt dus het eerste deel plaats. Mastade BV en bewonersgroep De Boomgaard zonder hoogbouw via 1 vertegenwoordiger per partij zijn uitgenodigd om hun inbreng te geven. Vanavond gaan we als raad luisteren naar de inbreng van Mastade BV, het bewonersoverleg Boomgaard zonder hoogbouw en overige inwoners van Best die over dit onderwerp willen inspreken. En natuurlijk, wat ik al aangaf, is er daarna de gelegenheid om zowel de raadsleden en burgerleden digitaal als hier in de zaal om daar vragen aan te stellen. Eventjes, hè, zoals gebruikelijk, hier gaan we respectvol om met elkaars mening en luisteren ook inderdaad goed naar elkaar. Ik ben net al heel even afgeweken van de procedure als het gaat om inspreken. Nou, die traditie zet ik gewoon eventjes voor. Want we hebben namelijk een inspreker hier van 10 jaar oud. 11, oh hey. 11. Ik kijk meteen naar de griffie. 11 jaar, heel goed. Het feit dat iemand van 11 jaar oud hier wil komen inspreken, nou, dat vind ik al heel erg mooi. En daarom hebben we die als allereerste gezet, ook eventjes gezien de tijd. Dus je krijgt dadelijk van mij als eerste het woord. Verder wil ik welkom heten de heer Slijper als portefeuillehouder, de heer Koekoek vanuit de ambtelijke organisatie. Zij zitten niet aan tafel, maar dus hierachter, omdat het dus vanavond gaat om de insprekers. Nou heb ik de heer Gene of de heer Bergmans vanuit Mastade. Daar was wat onduidelijkheid over, maar we zien dadelijk wel wie er naar voren komt. De heer Clement namens bewonersoverleg Boomgaard. Mevrouw, net dadelijk voor Mastade. Namens bewonersoverleg Boomgaard zonder hoogbouw. Ook heet ik dus alle belangstellenden en omwonenden die in de burgerzaal zitten, want ik begreep dat het daar ook vrij vol was, heet ik van harte welkom. En naast Mastade, bewonersoverleg Boomgaard zonder hoogbouw, zal dadelijk dus als eerste onze 11-jarige Sam Nissen inspreken. En vervolgens zijn er nog 5 insprekers die worden opgeroepen in volgorde waarop ze zich hebben ingeschreven. Ja? Dan, Sam, dan krijg jij van mij als eerste het woord. Oh, er is een vraag. Even. De heer Van den Boogaard. Ja, de heer Van den Boogaard worstelt de laatste tijd met de tijd. Dat het nogal eens lang kan duren wat hier zich afspeelt. Jij noemde net het aspect tijd om onze 11-jarige klant voorrang te geven. Perfect. Hebben wij ook een tijdslimiet zodat we daar een beetje naartoe kunnen werken. En als die tijdslimiet nadert, hebben we dan mensen kunnen aansporen om haast te maken. En in plaats van ellenlange verhalen te houden, kortere zinnen te gebruiken. Dat is inderdaad een goede aanvulling, want ik heb Mastade krijgt 15 minuten, de bewonersoverleg Boomgaard zonder hoogbouw krijgt 15 minuten, de overige insprekers krijgen 5 minuten conform het reglement en als eindtijd hebben wij 10 uur. Ja, en ik ben ook zeker van plan om u allen en mijzelf ook daar aan te houden. Verder geen vragen, geef ik het woord aan Sam.
Hallo, ik ben Sam. Ik woon in de Zomerrijk en achter ons huis staat een mooi groen bos. Er zitten heel veel dieren in. Ik heb ook een zeldzame diersoort ontdekt, de gewone kameleonspin. Ik speel er vaak en het is er lekker rustig. Toen ik hoorde dat ze wilden gaan bouwen, kwam ik op het idee om een brief naar de burgemeester te schrijven. Er stond in dat ik er niet mee eens was dat ze het bos gingen kappen, want dat snap ik niet zo goed. Want over de hele wereld heeft iedereen het over natuurvervuiling en dat het heel erg kan zijn voor de volgende generaties. En dan wordt hier zomaar een bos gekapt, terwijl iedereen de natuur probeert schoon te houden. Ik doe dat zelf ook als vrijwilliger van Best Supporter van Schoon. Ik ruim dan zwerfafval op met een hesje en een knijper van de gemeente. Een schoon milieu is superbelangrijk. Daarom doneer ik soms ook zakgeld aan Greenpeace en het Wereld Natuurfonds. Toen de burgemeester mijn brief had gelezen, mocht ik op gesprek komen in het gemeentehuis. Ik heb toen met de burgemeester en een wethouder over het bos en het bouwproject gepraat. Er moeten wel huizen komen voor mensen om te wonen. Dat snap ik ook wel. Maar ik vind het gek dat er precies op deze plek, waar bomen staan, hoge flats moeten komen. Terwijl er overal om ons heen lage huizen worden gebouwd op velden waar geen bomen hoeven te worden gekapt. En waar mensen er eigenlijk helemaal geen last van hebben. Als laatste heeft de burgemeester gezegd dat iedereen die een brief heeft gestuurd, inspreekrecht heeft. En daarom ben ik nu hier om te vertellen wat ik ervan vind. Ik wil dat dit bos gewoon blijft staan zoals het nu is. En ik vind dat er nooit gebouwd mag worden in dit bos. Aan de randjes is er genoeg plek om te wonen. En dan kan iedereen genieten van het bos. Van de mensen die hier willen gaan bouwen, kregen we dit kleine insectenhotelletje. En ze willen het ook nog de boom graag noemen. Ik vind het een beetje stom. Want als het bos blijft staan, kunnen de dieren en insecten gewoon in hun eigen huis blijven leven. In plaats van in dit doosje. En dan blijft het tenminste een echte boomgaard. Als laatste wil ik zeggen, ik hoop echt dat jullie het bos laten staan. Dankjewel, Sam. Dan kijk ik eventjes rond of er nog mensen hier aan tafel zijn die nog een vraag aan jou hebben. De heer Meeuwis. Ja, allereerst complimenten aan Sam voor geweldig bijdrage en ook een goed kort en bondig betoog houden over de waarde van het bos, want dat is jouw hoofdboodschap. Ik wil je in ieder geval ook complimenteren voor alles wat je doet voor zwerfafval en jouw zorg voor de natuur in de omgeving. Dus dat is een belangrijk boodschap die wij duidelijk voelen. Het zeldzame beestje wat je gevonden had, was dat ook in het bos waar je het nu over had of was dat ergens in de omgeving daarvan? Dat was in het bos. Oké, dus dat beest leeft in dat bos? Ja. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. De heer Van den Boogaard. Nou, ik wil Sam een compliment geven over de korte en bondige weergave van zijn verhaal. En ik roep de volwassenen op die ook in willen spreken om een voorbeeld te nemen aan Sam. Ja, Sam, we hebben wel eens mensen die heel veel moeite hebben om het binnen 5 minuten hun verhaal te vertellen. Jij hebt dat in 2,5 minuut gedaan met een duidelijke boodschap. Dus inderdaad ook de complimenten hier namens ons allemaal. Ik zie verder geen vragen meer. Dus dan mag je samen met jouw opa weer op de publieke tribune plaatsnemen. En dan vraag ik de vertegenwoordiger van Mastade en de vertegenwoordiger van de bewonersoverleg Boomgaard zonder hoogbouw om hier en deze twee bij deze twee microfoons plaats te nemen. Intussen heeft mevrouw Van Vught namens Mastade plaatsgenomen en de heer Clement namens bewonersoverleg Boomgaard zonder hoogbouw. Zoals ik al in mijn inleiding aangaf, u krijgt allebei 15 minuten voor uw verhaal en wij zullen gaan beginnen met mevrouw Van Vught van Mastade. Dankjewel. U mag even uw microfoon. Zo, ja, dankjewel. Geachte raadsleden en andere aanwezigen. Mijn naam is Vicky van Vught, projectontwikkelaar bij Mastade en tevens geboren en getogen Bessenaar. De gemeente Best als onderdeel van het stedelijk gebied Eindhoven heeft samen met de provincie en de SGE-gemeente onderzocht en vastgesteld dat er een woningbouwbehoefte van 4100 woningen voor Best bestaat. Voor deze bouwopgave heeft men met elkaar prestatieafspraken gemaakt. In de omgevingsvisie staat voor de woonomgeving de volgende kernopgave. Voorzien in de voor de lange termijn passende en betaalbare woningen voor starters,
lage en middeninkomens en de senioren. Het faciliteren van de verstedelijkingsdruk die ligt tot best en het toevoegen van vernieuwend woningaanbod, omdat de huidige woningvoorraad van best bestaat uit 80% grondgebonden eensgezinswoningen. Deze woningen sluiten niet meer aan bij het alsmaar stijgende aandeel kleine huishoudens, waaronder de starters en de senioren. Wij hebben geluisterd naar deze kernopgave uit de omgevingsvisie en de prestatieafspraken. En dit hebben we vertaald in de planvorming van de Boomgaard. In dit plan zijn daarom appartementen en gelijkvloerse woningen opgenomen. Niet omdat wij zelf zo graag appartementen willen bouwen, maar simpelweg omdat dit uw gemeentelijke en regionale behoefte is. En met de Boomgaard spelen we tegelijk in op de dringende wens van nieuwbouwappartementen vanuit de woningcorporatie. Daarnaast is het een duurzaam plan waar ook de lage en middeninkomens in een groene omgeving en energie-neutraal kunnen gaan wonen. Naast het landelijke, provinciale en het gemeentelijk beleid en de lokale marktbehoeften luisteren wij ook naar de omgeving. Hiervoor zijn we vroegtijdig in de planontwikkeling gestart met de participatie. Middels 2 informatiebijeenkomsten, 1-op-1 gesprekken en een klankbordgroep waarmee 4 sessies zijn gehouden. De direct omwonenden hebben een duidelijke voorkeur voor ruime grondgebonden woningen voor te zetten op de planlocatie. Naar aanleiding van de participatie zijn de volgende aanpassingen in het stedenbouwkundig plan doorgevoerd. De beoogde 16 lagen zijn verlaagd naar 12 lagen. Dit gebouw staat tevens op 150 meter afstand van de bestaande woningen. De beoogde 12 lagen zijn verlaagd naar 10 lagen. De beoogde 8 lagen zijn verlaagd naar 5 lagen. De gebouwde parkeervoorziening is verlaagd van 4 lagen naar 2 lagen. Het aantal logies voor arbeidsmigranten is van 200 verlaagd naar 80. De overige 90% van het plangebied heeft een reguliere grondgebonden bouwhoogte van maximaal 3 lagen. De ontsluiting van het autoverkeer gaat niet via de Oranjestraat en niet via de Zomerijk. Behoud van bosbeplanting door toepassing van een grote groene buffer tussen de bestaande wijk en het plangebied. We moeten ons realiseren dat we het hebben over een planlocatie van maar liefst 38.000 vierkante meter, waarvan een groot deel momenteel verfabriek is, midden in een woonwijk. Slechts 3,5% van dit plangebied krijgt een bouwhoogte die hoger is dan de huidige bebouwing gemiddeld in Best. Zoals eerder benoemd, de overige 90% van het plangebied bestaat uit een traditionele bouwhoogte van maximaal 3 lagen en uit groen gebied. De nota van uitgangspunten vraagt ons naar 70% compact te bouwen in de vorm van appartementen, 30% sociaal en 30% middelduur. En daarvoor hebben we de beoogde bouwhoogtes in de rand van het plangebied hard nodig. Om gevolg te geven aan de prestatieafspraak van het realiseren van 4100 woningen in Best, waarvan ook nog eens het grootste gedeelte binnen de bebouwde kom moet worden opgelost, zullen er naast de Boomgaard en het stationsgebied meer vergelijkbare locaties nodig zijn. Met enkel het realiseren van grondgebonden woningen gaan we deze woningaantallen niet halen. Omdat die simpelweg de ruimte niet voor aanwezig is, niet in de bebouwde kom en ook niet in het buitengebied. Vanavond zal de toekomstige bewoner, vooral de vergeten doelgroep, in mindere mate aan het woord komen. Echter is bouwen voor de vergeten doelgroep de belangrijke maatschappelijke opgave waar wij met z'n allen voor staan. Wij vertrouwen erop dat u het grote algemeen belang van de starters, de senioren en de midden- en lage inkomens uit Best inziet. En wij rekenen dan ook op dat u als raadslid van gemeente Best medewerking verleent aan de noten van uitgangspunten. Waarbij het belang van alle woningzoekenden middels uw stem hier behartigd wordt. Dank voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw Van Vught. Ik kijk eventjes of er vragen aan u zijn. De heer Meeuwis. Dank u wel. Ja, mevrouw Van Vught, dank voor uw toelichting. Voor een deel zijn ook de achtergrond van het plan denk ik best wel duidelijk. Vandaag het gaat over de noten van uitgangspunten, dus eigenlijk de nadere aanscherping. Ik heb dan een paar vragen erover. Ten eerste, u geeft aan, we hebben een aangepast plan. Bedoelt u daarmee dat u eigenlijk al geheel in de kaders van deze noten van uitgangspunten al door bent gegaan en inmiddels daaraan kunt gaan voldoen? Het eerdere plan was voldoet niet aan de nota van uitgangspunten, dus u heeft nu een bijstelling gedaan. We hebben uw correspondentie ook gezien en addendum wat bij de stukken zit,
wordt het eerdere bezwaar teruggetrokken. Dus dat deel is duidelijk. Maar ik had nog niet kunnen concluderen of je inmiddels zegt, ja, de nota van de uitgangspunten is volledig realiseerbaar. We kunnen een haalbaar plan doen. Dit is voor ons akkoord. Is dat wel uw opstelling vandaag? Heb ik daar ook nog een paar andere vragen? Misschien het makkelijkste per vraag, voorzitter. Of moet ik mijn vragen allemaal in één keer stellen? Nou, wij zijn gewend inderdaad de vraag. Maar ik kijk even naar mevrouw Van Vugt. Wilt u de vragen één voor één beantwoorden? Of wilt u ze eerst verzamelen? Eén, want ik denk, het zijn best lange vragen. Dus in ieder geval antwoord te geven op de eerste vraag is. We hebben inderdaad in eerste instantie een brief geschreven. We zijn daarna verder gegaan met de noten van uitgangspunten, hebben alle uitgangspunten daarin goed overwogen. En we kunnen nu zeggen dat we met dit plan een haalbaar plan kunnen en verder kunnen. Maar dan is wel de nota van uitgangspunten, dat is wel het minimale of het maximale. Op de volgende vraag, want precies dat willen we ook natuurlijk onderzoeken graag als gemeenteraad. U zegt dat het een soort grens is. Laten we even het minimum maximum maar zeggen van dat is het totaalverhaal. Stel dat in de nota van uitgangspunten toch nog een stukje geschaafd zou worden, bijvoorbeeld in de hoogteaccenten. Wat zijn dan de gevolgen voor de realiseerbaarheid van het plan? Als het toch iets lager zou worden, die 12 en die 10 die u net noemt, als dat iets lager zou worden. Wat gebeurt er dan met het plan? Ja, daar kan ik niet natuurlijk direct antwoord op geven, geschaafd gaat worden. Is dat één laag of zijn er vijf lagen? Dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een concreet antwoord op te geven. Maar er kan voor het sociaal en middelduursegment, om die 60% te behouden, hebben we deze woningbouwopgave, die volgens deze noten van uitgangspunten kan, hebben we nodig. En ook om die 70% compact te kunnen bouwen, want dat is ook wat er wordt gevraagd van ons. Had u nog een vraag, meneer Meeuws? Ja, misschien een laatste vraag. De originele planning die we van u hebben ontvangen als raad ging uit van, als ik het goed heb onthouden, 260 appartementen, 60 grondgebonden woningen en 200 logies. Volgens mij noemde u net ongeveer die getallen ook, maar niet helemaal of u al die... Maar als het plan dus nu realiseerbaar wordt, op hoeveel woningen komen we dan in totaal uit? Die verhoudingen tussen sociaal en middelhuur, die heeft u wel genoemd, dus dat is duidelijk. Maar over hoeveel huizen hebben we dan? Komen we tot 300 of 200, exclusief 80 arbeidsmigranten? Er zullen circa 290, 300 woningen passen. Maar dat is afhankelijk van de grootte. Dus het is ook weer geen eenduidig en concreet antwoord op dit moment op te geven. De heer Berkers. Dank u wel, voorzitter. Ik heb drie vraagjes. Het komt mij over als een plan wat we in Best überhaupt niet kennen. Als je zo'n noten van uitgangspunten leest, dan komt dat toch wel als vernieuwend over. En ik vroeg mij af van, dat zal ongetwijfeld ook wel een keer ergens anders in Nederland zijn gebeurd. En ik vind het altijd wel fijn als ik ergens over moet sluiten dat ik er een soort verbeelding van mij kan maken. Zonder dat het uit... Dus zijn er ergens in de landen voorbeelden die ongeveer dit soort noten van uitgangspunten zijn gerealiseerd? Zodat we ook wellicht ervaringen kunnen ophalen bij mensen die daar wonen. Wat ze ervan vinden en hoe dat gegaan is. Dat is vraag 1. U mag de vragen... Ik zal eerst even beantwoorden. Okay. Mevrouw Van Vugt. Ik denk dat dat niet helemaal een vraag aan ons is of er in meerdere gemeenten in Nederland nota van uitgangspunten voor nieuwbouwplannen worden opgesteld. Die zijn er zeker, maar ik heb daar niet zo de voorbeeldplannen van. Dan kunt u die mogelijk, de heer Berks, kunt u die mogelijk 13 februari stellen. Als ook de wethouder en de ambtenaar aan tafel zitten. Ik denk ja dat het ook de projectontwikkelaar vanuit zijn eigen ervaringen wel iets weet van wat er in de landen gebeurt op dit terrein. Dus als u een soort suggestie zou hebben, zou dat ons heel fijn uitkomen. Mijn tweede vraag die ik heb is, zijn er zeg maar, in de gesprekken die geweest zijn met de klankbordgroep of met bewoners, of zijn er alternatieven aan de orde gekomen? Heel totaal andere concepten? Of is altijd vanuit het eerste concept wat toen gepresenteerd is met hoogbouw op die plek en dan laagbouw afschalen. Zijn er ook andere plannen aan de orde gekomen? Of andere scenario's?
uiteindelijk is 90% van heel het plangebied is afgeschaald. Dus er zijn andere suggesties naar voren gekomen. En die is uiteindelijk nu ook tot uiting gekomen in de nota van uitgangspunten. U had toch een vraag? Vraag, zei ik. Ja. Uiteindelijk heeft hij niet iets totaal anders gepresenteerd dan uiteindelijk het afschalen. Wat bedoelt u met totaal iets anders? Uiteindelijk hebben wij niets anders dan woningbouw gepresenteerd op deze locatie. En hebben wij inderdaad wel vastgehouden aan onze doelgroepen waarvoor we moeten bouwen. De senioren, de starters en de midden- en lage inkomens. Daar hebben we inderdaad aan vastgehouden. En de laatste vraag. Ik lees in het nota van uitgangspunten dat ook met daktuinen gewerkt wordt worden. Er wordt ook nadrukkelijk gesproken over allerlei soorten lagen. Is een daktuin nou een laag en die je in de formuleren van het aantal lagen gebruikt? Of is dat iets wat er nog bovenop komt? Een daktuin is het dak van een gebouw. Dus dat is geen woonlaag. En in de nota van uitgangspunten wordt de overige laag wordt gesproken over woonlaag of bouwlaag. En geen... De heer Vrijburg. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ook drie vragen, iets wat uiteenlopend. Ik vroeg me af, komt de verwachte prijsstelling ongeveer uit van een appartement een beetje overeen met wat we bijvoorbeeld ook zien bij de meesters, waar het gaat dus om 3 ton voor 56 vierkante meter, 360 voor 69 en 5 ton voor 95 vierkante meter? De prijsstelling die wordt bepaald op basis van marktprijzen. Uiteindelijk wordt dus 30% valt in het sociaal segment. Dus dat is die huur tot 756 even uit mijn hoofd. Dan hebben we het middensegment, die overige 30%. Die valt dan in de huur op dit moment tot 1000 euro per maand. Of, even kijken, de nationale hypotheekgrens is nu 410 even uit mijn hoofd. Dus die overige 30% en die andere 40% van het gebied is marktafhankelijk. En wij als ontwikkelaar hebben geen invloed op de prijs. Als wij woningen lager zouden verkopen, dan wordt dat speculatief en dan koopt iemand anders het op en die verkoopt het duurder. Dus je bent altijd gebonden aan marktprijzen. Daar hebben wij gewoon geen invloed op, helaas. Dat zit binnen marges, maar toch dank voor het antwoord. Ik begrijp dat. En net wat andere vragen was ik eigenlijk benieuwd naar of u al afstemming heeft met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ook in het kader van architectonisch concept en dat soort zaken. Op dit moment zijn we nog daar niet, in die fase zijn we nog niet. Dus in de vervolgfase zal dat zeker komen. En dan gaat ook in nauw overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Maar op dit moment bestaat het nog uit een stedenbouwkundig plan en een massastudie. Dank u wel. En dan de laatste vraag die ik nog heb. Ik las het de nota van uitgangspunten. En u had het net ook over een stukje bodemsanering vanwege ook de verffabriek, de lakfabriek die daar stond. En ik vroeg me af op welke manier er financieel rekening is gehouden met het risico ook van bodemsanering. Want er kan natuurlijk van alles naar boven komen. En ik vroeg me af of dat ook nog een showstopper zou kunnen zijn voor het hele project. Nee, dat zal geen showstopper zijn. Wij hebben daar verschillende onderzoeken voor laten uitvoeren. En de bodemgesteldheid is voor ons inzichtelijk. En daar zijn ook de financiële consequenties voor opgenomen. Dus daar is geen risico. De heer Van der Heijden. Dank u wel, mevrouw de voorzitter en mevrouw Van Vugt voor de toelichting. In de nota van uitgangspunten staat dat er minimaal 40 vierkante meter is voor een betaalbare woning. Betekent het dan ook dat de woningen 40 vierkante meter zijn of dat ze iets groter zijn? Ik refereer dan naar het Levinehof. Daar zijn de woningen 45 vierkante meter en dat is naar mijn idee toch wel echt het minimum eigenlijk voor een eenpersoons huishouden. Dat is mijn eerste vraag. Ik heb er maar twee in tegenstelling tot de heer Vrijburg. Dus ik wacht even met die tweede vraag. Wij stemmen de groottes af met de woningcorporatie die uiteindelijk de woningen gaat afnemen. Van een woningcorporatie waar we nu in gesprek zijn, die hebben verschillende behoeftes. Dus je hebt ze van, er zal een segmentatie zijn van 40 vierkante meter, 50 vierkante meter, 55 vierkante meter. Op basis van de behoeften die die woningcorporatie heeft. Want zij gaan die natuurlijk verhuren. Duidelijk. Mijn tweede vraag is van andere orde. Het is een lang proces geweest. Wij zijn hier voor de verkiezingen al bij betrokken als raadsleden.
Het is een redelijk globale vraag, maar ben er toch benieuwd naar, want ik ga hem daar ook naar de bewonersgroepen stellen. Hoe kijkt u terug op het participatietraject? Want hier hebben we het over botsende belangen. Het is ook iets wat nieuw is voor ons als gemeenteraad en als gemeente om in deze hoedanigheid te participeren met klankbordgroepen, met inwonersavonden, waarbij u al heel snel inwoners en op een vroeg stadium inwoners betrekt. Ik hoop dat dan die input, het schaven, dat is terug te lezen in deze uitspraakpunten. Maar hoe kijkt u overal terug op dit participatietraject? Goede vraag. We zijn inderdaad vroegtijdig gestart met de participatie. En ik denk dat het voor ons als ontwikkelaar, maar ook voor een gemeente, heel goed is om na te denken van wanneer ga je starten met je participatie? Wat ga je presenteren? En hoe wordt dat geïnterpreteerd? Want naar mijn mening is het plan een eigen leven gaan leiden. Omdat het nog heel schematisch is. We praten over ambities. We praten over een massastudie. Dat is zo niet concreet voor een omgeving. En ik begrijp heel erg goed dat een omgeving concreet wil weten, wat komt er nou in mijn achtertuin? Alleen helaas, ik zou ook graag zelf willen dat het sneller zou gaan en dat ik sneller een tekening kon laten zien van nou, dit is wat het wordt, met een mooie impressie. Maar daar kan bij projectontwikkeling, kan daar gewoon een aantal jaren, maanden overheen gaan voordat je tot dat concrete plan komt. Dus hoe ik terugkijk, ik denk dat we een goed proces hebben gevoerd. Alleen, het is gewoon een leerweg voor ons allemaal. De heer Verheijen. Ja, even een vervolgvraag. Want u zegt, we gaan, het waren maar massastudies. Maar toch zijn wij uitgenodigd om naar manketten te komen kijken. En dat is de eerste vraag is, als je terugkijkt, was dan misschien beter om nog niet die manquette te laten zien. Want dan geef je toch een beeld af. En dat beeld blijft ook bij mij, hè, blijft al hangen. Want daar hebben we het over. Hè. Dat is heel moeilijk om af te schalen. Dat is één. En heeft u ook die vraag gesteld aan de bewoners? Van wat vond u, zoals wij die participatie ingericht hebben? Want u zegt, ja, we hebben een paar keer voorlichting gegeven. Maar de signaal die wij dan horen is, ja, het wordt een beetje eenzijdig, werd het gedaan. Mijn tweede vraag is eigenlijk van, heeft u ook gereflecteerd met de bewoners van, hey, is dit waar jullie behoefte aan hebben? Of hebben wij ergens een steek laten vallen? Of hebben we iets te veel gedaan? Inderdaad, het worden geen witte blokken vierkant over het plangebied verspreid, die massastudie. En dat blijft inderdaad hangen en dat blijven we ook heel vaak terug horen. Dus dat is jammer. Ik heb met diverse klankbordleden inderdaad de vraag gesteld, waar is de behoefte aan? Hoe gaan we verder? En uiteindelijk is het gewoon om de meest voorkomende opmerking is dat er een plan moet worden gezien en dat je verder moet komen. En in die fase zitten we nog niet. Ik kan nog niet meer laten zien als een de stedenbouwkundig plan met de noten van uitgangspunten op dit moment. De heer Kennis. Ja, dankjewel, voorzitter. Even refererend aan de vraag van mijn collega Berger zojuist over, is er al zoiets, en dan heb ik het niet over de nota van uitgangspunten, maar over een fysieke omgeving waar een aantal van de ideeën en de plannen die gepresenteerd zijn al daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Zodat we toch een beetje een gevoel kunnen krijgen van hoe zou het eruit kunnen zien? Wat is zoveel oppervlakte op betreffende vierkante meters? Hoe ervaren mensen het die er wonen? Het principe van gezamenlijk groen. Niet de auto voor de deur, dat soort dingetjes. Ik begrijp dat dat voor jullie als ontwikkelaar lastig is om daarin te duiken. Maar misschien kunt u met de architect overleggen en kijken of zij iets in de landen weten, zodat we daar heel snel met een bus naartoe kunnen te gaan kijken. Dat we een beetje echt een gevoel hebben van wat staat ons straks te wachten, zou ik bijna zeggen. Maar wat staat er mogelijk te gebeuren? Want dat maakt het denk ik voor ons, in ieder geval voor mij, wel duidelijker welke beslissingsrichting daar we in zouden kunnen gaan. Er zijn wel een aantal referentieprojecten. Ik ken ze heel even niet uit mijn hoofd. Maar daarnaast, we hebben met twee situaties te maken. We hebben met één situatie te maken, is dat er een veranderende vraag in woningbehoefte is.
De huishoudens worden steeds kleiner. Dus we moeten gaan kijken naar nieuwe oplossingen. Dus er zijn referentieprojecten in Nederland. Maar er zijn heel veel andere ontwikkelaars en heel veel andere steden die ook bezig zijn met dezezelfde vraag. We moeten iets nieuws. Er moet iets veranderen, want de huidige woningvoorraad sluit gewoon niet meer aan bij de behoeftes die er zijn. En het alsmaar toenemende kleine aandeel kleine huishoudens. Dus ja, er zijn referentieprojecten. Maar B, het is ook iets vernieuwends wat nodig is en wat dus in ontwikkeling is in het hele land. De heer Kennis? Ja, mocht u of de architect daar heel snel wat concreter in kunnen worden, dan houden wij ons aanbevolen. Liefst via de Griffie, dan kunnen we een en ander snel kortsluiten. De Griffie heeft dit meegenoteerd. Ik kijk even rond. Volgens mij zijn de vragen gesteld en aan mevrouw Van Vught. Dan dank ik u voor uw inbreng en dan geef ik het woord aan de heer Clement. Mijn naam is Emiel Clement. Ik hoop dat het nu beter te verstaan is. Ik woon in de Zomerrijk en ik ben gebombardeerd tot voorzitter van de Stichting in Oprichting van de Boomgaard zonder Hoogbouw. Wij hebben als omgevingsbewoners eigenlijk drie onderwerpen die wij willen bespreken hier. En er is net al het nodige over de tafel gegaan over participatie. Het is duidelijk wat wij niet willen. Dat wil ik even toelichten. Het is dan ook wel prettig omdat ik met jullie kan delen wat wij wel willen. En ik heb nog een afsluiting. Participatie. Wat is eigenlijk het doel van die participatie? De bestaande buurt met de nieuwe plannen verbinden. Ja? De gemeente heeft dit project aangewezen als proef voor participatie conform de nieuwe omgevingswet. En dan eventjes een hele korte opgave doen van tijdslijnen. In januari zijn wij in een kleine groep uitgenodigd in het ABAP-gebouw. Die groep werd uitgenodigd in combinatie op aangave van de gemeente door de projectontwikkelaar. In januari hebben wij een groot aantal WOP-verzoeken moeten doen. Want er was niks bekend, zei de gemeente. In maart hebben wij als omwonenden een wat grotere groep een meeting gehad in Quatre Bras. 14 juli hebben wij de wethouders rondgeleid als ongeveer de bestorming van de Bastille. Volgens ons waren er 5 klankbordgroepen, maar als jullie zeggen 4, ook goed. We hebben in november natuurlijk de meeting gehad in de Prinsenhof, waar uitgenodigd door de gemeente. En we hebben maandelijks als een kerngroepje overleg gehad met de gemeente. Dat zijn in grote stappen de punten die wij gedaan hebben. Daarnaast hebben wij 1500 nieuwsbrieven uit doen gaan. In de omgeving Salderus, Steegsevelde en aan de overkant van de A2. We hebben een enquête gehouden. Wij hebben de wethouders uitgenodigd en wij hebben de raad uitgenodigd. U mocht misschien als idee krijgen dat zowel uw participatiemanager als de wethouder zelf naar ons zijn toegekomen. Het omgekeerde is waar. Ja. In de klankbordgroep heeft de gemeente één keer bijgewoond als toehoorder, niet als actief deelnemer. Ja. 14 juli zijn de wethouders bij ons geweest op uitnodiging van ons. Het zijn misschien maar hele kleine dingen, maar voor ons zijn ze van belang. Ja. Het laatste punt hier in participatie. Er is een woonvisie 2040. Daar werd net ook al aan gerefereerd. De visie is er. En u gaat in één keer van de visie naar uitvoering. Wij missen hier een stap. Programmavisie. Wij hebben... Oh. Dat is leuk. U ziet participatie. Wij zijn niet kapot van de participatie. Ja? En in onze ogen is er nooit een dialoog geweest. Is er een uitwisseling van standpunten geweest. Maar geen dialoog. Nog met de gemeente. Nog met de projectontwikkelaar.
Ja? Dat is een conclusie die ik niet hoef neer te zetten. Dat is een conclusie van het Centraal Planbureau die in december van het afgelopen jaar een onderzoek publiceerde naar 1500 participatieprojecten. De omwonenden voelen zich vaak overvallen door de plannen. Dat zijn we ook. Ja? We worden voor een voldongen feit gesteld. In het najaar van 2020 heeft de projectontwikkelaar de eerste gronden aangekocht. En het voorjaar van 2021 het ABAP-gebouw. Gewoon openbare informatie. Ja? Wij werden in januari 2022 pas eens een keer geïnformeerd. Ik mag zelf zeggen of dat tijdig is, ja of nee. Ja? We vinden dat we participatie doen, maar de burgers, volgens het Centraal Planbureau, vinden dat dat maar voor de bühne is. Is ook onze ervaring. Ja? Wij mensen, dat is een hele leuke conclusie van het Centraal Planbureau, hebben de neiging onszelf te hechten aan ons thuis en onze buurt. Onze leefomgeving is onderdeel van onze identiteit. Ja? Als je het op die manier bekijkt, is het dwarsliggen, wat wij misschien doen, ja, weerstand, het beschermen van hetgeen wat je lief hebt. Dit hoef ik u niet te vertellen. Dat staat op uw eigen website. Best biedt de beste van twee werelden, dorpswonen met veel voorzieningen. Er werd ook gerefereerd aan de Brainport. De ontwikkelingsvisie A2 geeft heel duidelijk aan wat ze wel willen en dat de hoogbouw aan A2 aan de zuidzijde van Best komt. Dus niet om de Boomgaard. En het andere wat de Brainport-visie heel duidelijk naar voren brengt, keer op keer op keer, behoud van het dorpse karakter van de omgevingen van Eindhoven. Dit willen wij dus niet. En dit mag dan een maquette zijn die nog niet uitgetekend is en klaar is. Maar dit willen wij niet. Die kruisen staan er niet voor niks. Geen hoogbouw. Ja? Geen strijp S in Best. Ja? Er zijn al mensen die dit plan de nieuwe Bijlmer noemen. Ik heb dat ook cijfermatig proberen te onderbouwen. De gemiddelde bebouwing in Best, exclusief het Koekoeksbos, want daar kom je nog lager uit, is 21,9 woningen per hectare. De bouwdichtheid van het plan Boomgaard, aan de hand van de cijfers die wij hadden, is 75 plus woningen per hectare. Ja? Dat is één aspect. Het andere aspect, ga eens naar de bewonersdichtheid kijken. Eindhoven groeit naar 37 bewoners per hectare. De dichtste bewoning in Nederland is de gemeente Den Haag met 69 bewoners per hectare. De Boomgaard komt met 80 plus bewoners per hectare met stip op nummer 1. U mag zelf bepalen of u dit een dorpskarakter vindt. Ik in ieder geval en ook mijn mede-omwonenden zeker niet. Wij lopen tegen de hoogbouw aan. En het is een complex gebeuren. Het is niet alleen hoogbouw. Het is massaliteit. Het zijn verkeersproblemen. En zoals onze jongste inspreker daar straks al zei, het verdwijnen van het bos. Wij hebben daar heel veel moeite mee. Dus hebben we ook eens nagedacht, wat willen we dan wel? Er zijn een aantal ontwikkelingen in Best. En we hebben hier een aantal doorkijkjes. Links bovenaan is gewoon de Zomerrijk. Ja? We hebben natuurlijk parkwachters. We hebben de S-Doornhof. Het begin van de S-Doornhof is een bestaand, eigenlijk hetzelfde als de bestaande omgevingsbouw. Ja? Het is allemaal groen. Het is het dorpse karakter. Het is grondgebonden. En het is het behoud van het bos. Dat is hetgeen wat wij willen. En zet het dan om godsnaam door. Ja? Wij zijn voor bouwen. We zijn absoluut niet tegen bouwen in de Boomgaard. Ja? Maar pak het dan om godsnaam op een manier aan die ook het verlengde ligt van de salder is. Maximaal, nou we willen dan nog wel naar 30 woningen per hectare gaan. Pak 4
verdiepingen per gebouw aan de Bossenweg. Dat is dezelfde hoogte als nu het ABAP-gebouw. Verder alleen grondgebouwde woningen. Het dorpskarakter in lijn met de huidige bebouwing. En last but not least, vergeet niet dat het huidige groen de koppeling is tussen de groene poorten in Best, de Paljaard en de Vleut. Ook in de nota staat, dit is de laatste stukje populiere bos wat binnen de bebouwde kom van Best geldt. Als afsluiting, wij missen een stap vanuit de woonvisie 2040. Er is geen programmavisie. Zet u dat eerst eens op papier. En waar beslist u nu over? Dat is me compleet onduidelijk. Beslist u over de nota, ook over de bijlagen? Beslist u over de antwoorden op de bijeenkomst in de Prinsenhof? Er zijn allemaal verschillende getallen, verschillende zaken die daar op papier staan. Die 300 plus woningen, is dat in of exclusief de arbeidsmigranten? Ja. In onze visie past dit plan niet in de omgevingsvisie van 2040 en het past zeker niet in de ontwikkelingsvisie van de A2. Wij zouden u willen vragen om strikte dorpse kaders te stellen aan deze nota. Het aantal woningen per hectare maximaal 25 tot 30 in lijn met de rest in Best. Ja. Maximaal 4 verdiepingen per gebouw aan de Bossenweg. Verder alleen grondgebonden woningen. En het omgevingsprogramma als koppeling tussen visie en uitvoering. Ik dank u wel. Als laatste sheet, maar die wil ik niet behandelen, zijn alle documenten waar ik deze gegevens en de cijfers uitgehaald heb, zodat u die kunt terugvinden. Dank u wel. Even ter informatie. Heeft er informatie, deze presentatie wordt ook na deze bijeenkomst op het RIS geplaatst. Inclusief de laatste bijlage waar u de gegevens vandaan had. Oké, dan kijk ik even rond of er vragen zijn. Ik zie de heer Verheijen, ik zie de heer Van der Heijden, de heer Meeuwis. De heer Verheijen. Dank u wel, voorzitter. U refereerde aan de omgevingswetten. En als je leest wat daar staat voor participatie, dan staat er eigenlijk alleen maar betrek elkaar vroegtijdig in het proces. Dat is een vrij vage zin. Daarom stel ik de vraag aan mevrouw Van Vught. Van, heeft u gereflecteerd met de bewoners? Want het gat waar u naartoe wilt, en nou, het gat of het plan waar mevrouw Van Vught toe wordt, de afstand, dat heb ik al gerefereerd door de overkant, dat is immens groot. En nu wordt de raad een beetje daar in het midden gezet. Nou, doe maar een uitspraak of links of rechtsom. Als we links zeggen, bent u niet tevreden, zeggen we rechts, is denk ik maar staat zeer ontevreden. Als u even ook terug gereflecteerd over participatie, want dat is natuurlijk een belangrijk aspect in dit, om te komen tot een gedragen, want je moet uiteindelijk komen tot een gedragen voorstel. Wat vindt u van de participatie zoals Mastade dat opgezet is? Want u reflecteert daar ook naar de gemeente toe. Die zullen we volgende week denk ik wel gaan vragen aan de wethouder. Kan u zich vast voor gaan bereiden op de vraag. Maar die is vanavond zit niet aan tafel. Als u terugkijkt op participatie, wat vindt u dan? Ik heb al aangegeven dat wij erg laat in onze beleving in dit project of in dit proces betrokken zijn. De gemeente, zowel als Mastade, richten zich heel sterk op het proces en niet op de interactie tussen de partijen. Ja? Er is, wat ik zei, geen dialoog. Ja? Ook, en dat kunt u wel nagaan, ook in de notulen van de klankbordgroep, ja, zijn door ons een groot aantal opmerkingen iedere keer gemaakt, die maar moeizaam, of helemaal niet, door Mastade overgenomen worden. Vinden wij dan dat proces van participatie positief en prettig? Nee. Heel duidelijk, nee. Dat kan anders. De heer Vrijen. Maar bent u nog wel bereid tot die dialoog? En wat anders vraagt u ons om zo meteen een oordeel te vellen over een nota van uitzichtspunten, waar de bijlagen volgens mij gewoon bij horen, want het maakt uit één document, maakt dat uit. Maar bent u bereid tot die dialoog? En dan zal ik die vraag ook nog even aan mevrouw voorstellen, of ook bereid tot de dialoog? Wacht even tot het lampje weer op rood staat. Wij zijn heel graag bereid tot een dialoog.
Ja, maar laten we dan om godsnaam uitgaan van een wit stuk papier. En niet van, en u hebt het er zelf straks ook al gezegd, 10, 12, 15, 17 lagen bouw. Nee, laten we eens uitgaan van een blank stuk papier. Ja. En vanuit daar verder redeneren. En niet voor een, wat ook het CPB al aangaf, wij staan voor een voldongen feit. Dat accepteren we dus gewoon niet. Mevrouw Van Weert, een verduidelijkende vraag. Als u nu een wit stuk papier gekregen had, waar Massada dan het geld voor betaalt, is dat dan reëel? Want als u daar precies de invulling aan mag geven en Massada daar geen inbreng in heeft, want omdat ze met de buurt mee moeten gaan, dat is natuurlijk wel heel... Ja, vindt u dan reëel dat u daar dan de meeste inspraak in heeft? Ik vraag niet om de meeste inspraak, mevrouw. Ik vraag om een stuk dialoog, om tot een invulling te komen. Ik heb aangegeven wat wij wel willen. Ja. Ik heb ook aangegeven dat wij best bereid zijn om daar een aantal woonlagen hoog te gaan bouwen. Ja. Maar niet zo massaal als dit is. Ja. En als u dan vindt, ik kan uw opmerking wel billijken, van Mastade heeft weet ik hoeveel betaald. En we praten hier over miljoenen en er komen nog tientallen miljoenen bij voor die voor de bouw. Ja. Hebben dat betaald, op wat voor manier dan ook. En mag ik dan meebeslissen in mijn woonomgeving? Mogen wij meebeslissen in onze woonomgeving? Wat er dan mag gebouwd worden? Dat is dan het hele punt van participatie. De heer Van der Heijden. Dank u wel, voorzitter. De heer Van der Heijden had mijn vraag gestolen, dus ik stel maar een andere vraag. Ik had nog bij mijn vorige vraag aangegeven dat ik die vraag ook wou stellen over participatie betrekt. Maar ach, hè, dat ging ik de VVD. Ik heb net gekeken op de presentatie. Er stond 25 tot 30 woningen per hectare. Het gaat over 4 hectare. Dan kom ik uit op 120 woningen. Maar Stade gaf net aan, we gaan uit van 290 tot 300 woningen. Ik ga even uit van 300 woningen. Dan missen 180. In Best wachten starters, senioren en anderen met smart op een woning. 1000 inwoners wachten gemiddeld op een sociale huurwoning. Hoe gaat u uitleggen aan die starters en aan de senioren dat ze niet daar mogen wonen? Want als iedereen dit doet en iedereen zegt nee, we willen niet de hoogte in of we willen niet veel woningen, dan gaan we nergens bouwen. Staat uw belang dan boven het algemeen belang? Dat is gewoon een open vraag die ik u stel. Dank u voor die vraag. Wij geven ook aan dat we hoogbouw wel willen. Ik weet niet of u ooit in een appartement van 40 vierkante meter hebt gewoond. Met het huidige thuiswerken is een uitdaging, kan ik u verzekeren. Natuurlijk, we moeten bouwen voor starters. We moeten bouwen voor woningzoekenden in het algemeen. Ja. Maar waarom moeten wij op het stukje boomgaard van 4 hectare, waarbij de wethouder op 4 oktober aangaf, we hebben nog 1500 hectare bouwgrond hier in Best beschikbaar. Waarom moeten wij dan accepteren als omwonenden dat er op 4 hectare het probleem van Best en van de regio Eindhoven wordt opgelost? Dat is even de andere kant van de medaille. Natuurlijk mag er gebouwd worden, daar zijn we helemaal niet op tegen. Ja? En als er inderdaad woningen zoals Mastada nu voorstaat gebouwd worden van 3 hoog in de rest van het plan, ja, maar die dan ook opgedeeld worden in appartementen, dan kom je een heel eind. Ja, dan kom je misschien niet tot die 300, ja, maar dan behoud je wel het dorpse karakter. 80 plus woningen op vier hectare, dat is geen dorpskarakter meer. Ja, we moeten een balans zien te vinden tussen een dorpskarakter en het oplossen van de problematiek van wonen. Op het ogenblik, met de huidige hypotheekrente die mevrouw ook aangaf, van 4,1%, kun je, als je 1,5 keer modaal inkomen hebt, dan praat je al over 59.000 euro. Dat is geen starter meer, tenminste. Ik ken geen startsalarissen die op dat niveau liggen. Maar goed, ja, dan kun je 251.000 euro aan hypotheek krijgen op het ogenblik. Dan kun je dit soort appartementen niet eens verkopen.
Meneer Vrijburg, u wilde hier een aanvullende vraag over stellen? Ja, dat klopt inderdaad. En het mooie is dat meneer Clemente aan het einde ook al eigenlijk aangaf wat ik daar zelf over wilde zeggen. Het is alleen een beetje langs een andere hoek, want het klopt inderdaad. Maar op het moment dat we dadelijk 3, 4 hoog gaan bouwen op een dergelijke plek, dan worden de kosten voor dergelijke appartementen ook veel hoger. Waardoor inderdaad starters daar ook überhaupt niet meer kunnen komen. Dus de assumptie hierin zit, en daar moeten wij natuurlijk nog met z'n allen iets van vinden. Maar de assumptie hierin zit dat we de hoogte wel in moeten om überhaupt het een beetje betaalbaar te krijgen. En dat dan grondgebonden woningen, zoals u het liefste heeft, of tot 3, 4 lagen, wellicht niet voldoende zouden zijn. Daar gaan we het over hebben, hè, met elkaar. Daar gaan we ook nog vragen over stellen aan de wethouder. We hebben daar net ook vragen over gesteld aan Mastade. Maar hoe ziet u dat ten opzichte van het grote geheel? Ook in het licht van dat we 4100 woningen in totaal aan BEST moeten bouwen. Dus we gaan sowieso niet alle problemen van BEST oplossen in dat gebied. Het is maar onderdeel van het grote geheel. Om met die laatste vraag te beginnen. We hadden, zoals ik zei, 4 oktober met die beleidsvormende sessie hier in deze zaal. Gaf de wethouder Dijkhoff aan dat er nog 1500 hectare beschikbaar was hier in BEST. 1500 hectare met 25 tot 30 woningen per hectare. Dan reken het maar even heel snel uit. En dan zit je ver boven die 4100 woningen die we moeten bouwen hier in BEST. Ja? Ik ben een snelle rekenaar, maar dat kunt u ook uitrekenen. Ander aspect is natuurlijk van, de huidige bouwkosten. Ja, snap ik. Als je dan ook nog eens gaat kijken naar de grondprijzen, wat een onderdeel is van dit hele gebeuren, dan is het lastig om voor die €750, als ik even mag afronden, of €1000 per maand huur, om daar iets voor te bouwen wat wij ook acceptabel vinden. Ja? Onze kinderen. Ja, ik heb niet van niks die grijze haren. Onze kinderen, als die starten, dan hebben die ook datzelfde probleem. En daar willen wij natuurlijk ook woningen voor hebben. Dan wonen die van mij gelukkig niet in BEST, dus wat dat betreft valt dat wel mee. Maar het feit dat we dus zelfs met die 1500 hectare die we nog hebben aan woningbouwruimte zouden gaan bouwen, krijg je dat niet ingevuld op een normale manier voor die starters voor €750 per maand. Ja. Ander aspect daarvan, en dat realiseren we ons ook allemaal, op het moment dat je dat doet, en je gaat naar wooneenheden van 40 vierkante meter, dan worden dat duiventillen. Laten we daar heel reëel in zijn, dat worden duiventillen. Want onze kinderen zijn allemaal gewend in een 99% van de gevallen, denk ik, hier, zeker hier in BEST. We woonden thuis in een woning met een tuintje. Ja, en we hadden onze eigen kamer. En dan gaan we in één keer met onze partner naar een woning van 40 vierkante meter. Zit je wel op elkaars lip. En als je moet thuiswerken, zit er eentje misschien aan de keukentafel en de ander op het bed. Dat moet je je ook realiseren. Oké. De heer Meeuwis. Een moment. Meneer Van den Boogaert, u heeft een aanvullende vraag op nog de vraag eigenlijk van de heer Van der Heijden. Ik heb een aanvullende vraag. Omdat dit plan voorziet nu in een behoorlijk aantal starterswoningen en mogelijkheden voor starters. In wat u wil en wat u zegt wat mogelijk is, heb ik nul sociaal gezien dat dat überhaupt gerealiseerd kan worden. Ik heb een vraagje aan u. U had het net zo mooi over onze kinderen willen ook gaan wonen. Ik geef u het raai. Vorige week hebben 2 collega-leden van de Jongerenpartij zich ingeschreven voor een woning aan Willem Zwijgerweg. Willem Zwijgerweg 169. Maar u is raai hoeveel inschrijvingen dat er waren op afgelopen maandagavond. Ik neem aan dat u me dat gaat vertellen, want ik heb me niet ingeschreven. Nee, maar ik wil wel even. Er waren 2600, meer dan 2600 aanvragen voor een woning op de Willem Zwijgerweg. De nood onder jongeren en starters is enorm hoog. Uw plan voorziet in 0 starterswoningen. En Mastade die heeft in ieder geval een aanzet om een klein deel van deze problematiek op te lossen. Dat is even, maar ik ga denk te ver, want ik zit al in een oordeel of in een. Sorry.
Het is een goed pleidooi, maar inderdaad, wij hebben nog een deel beeldvormend en een deel oordeelsvormend voor ons. Maar herhaal hem daar vooral. De heer Meeuwis. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga dan nog even door op het beeldvormende en dan vanuit de inbreng die vanuit de Boomgaard zonder hoogbouw is gedaan. Ik heb daar nog een paar vragen over. De eerste vraag is, zoals u in de inleiding aangeeft, is er eigenlijk ook vanuit de participatie en het aanlooptraject veel weerstand geweest tegen het originele plan. En dat zie ik nog steeds terugkomen, dat u daar eigenlijk bezwaar tegen heeft. Maar wat ik eigenlijk een beetje mis, is met de nota van uitgangspunten is er een forse correctie doorgevoerd. En ik heb nog niet het beeld van waar precies de compromisbeweging die via de nota van uitgangspunten is ingezet, waar daar nou nog de schoen wringt. Ik hoop dat u daar nog uit kunt leggen. Want als ik meteen er een stukje analyse aan mag koppelen, uit uw enquête die bij de stukken zit, heeft u de ambitie ook geformuleerd. Net wat u al zei, wat willen wij? En bij doel 1 staat bijvoorbeeld tot 5 verdiepingen hoog. Nu zegt u dat u geen hoogbouw wil. En overigens zei u net dat hoogbouw wel bespreekbaar was. Dus waar ligt nou precies het hoogbouw? Pijnpunt. Is dat boven de 5? Dus de beweging die nu gemaakt is om tot 5 te doen, met uitzondering van 2 accenten die op 8 en 10 zitten. Zit daar nu overblijvende probleem nog? Kunt u dat nou uitleggen? Dan heb ik daar nog een paar andere vragen, voorzitter. Ik zal proberen dat uit te leggen. Kijk, het oorspronkelijke plan was 10 verdiepingen hoog. Het oorspronkelijke plan. Ja. Dat is naderhand in de loop van het afgelopen jaar naar 12, in de publicaties naar 12, naar 15, naar 17 gegaan. En is nu weer terug naar 12. Ja? Wij vonden 10 hoog al veel te hoog. Ja? De privacy in onze achtertuin en de blokken beton die daar komen, blokbeton van 10 hoog, 12 hoog, ja, geeft in ieder geval aan dat onze woonomgeving zwaar onder druk komt te staan. Ja? En zoals in de conclusie van de CPB wat betreft participatie, wij willen onze woonomgeving beschermen. Ja? We zijn niet tegen bouwen, maar we zijn wel tegen zo hoog bouwen. Ja? En wij willen niet op de markt staan van, nou, we beginnen bij 17 hoog en dan, ja, we moeten eens kijken wat we allemaal doen. We gaan naar 12 hoog. Oorspronkelijk was het 10 hoog. We staan niet op de markt. Ja. Natuurlijk willen we bouwen. We laten bouwen. Wij bouwen zelf niet, maar we willen laten bouwen. Maar niet deze massaliteit. Ja. Dat blijft ons punt. We willen die massaliteit gewoon niet. We willen niet dat ze vanuit 6 verdiepingen bij ons in de achtertuin, in de achterkamer, in de douchecel, in de badkamer kunnen kijken. Dat willen we gewoon niet. Dat is ook nergens voor nodig. De heer Van der Heijden heeft nog een aanvullende vraag hierop. Dank u wel, voorzitter. In de nota van uitgangspunten staat, bij de eventuele kap van het huidige populaire busje dient de privacy voor de bestaande aangrenzende wijk gewaarborgd te worden. U geeft met name aan dat de privacy een ding is voor u. Dat het bos weggaat, hierin staat juist, dat het gewaarborgd gaat blijven, dus dat er bomen komen. Natuurlijk, u zal altijd nog tegen iets aankijken als het winter is. Maar ook bij andere hoogbouwen best wordt die privacy in acht genomen. Dus ik ben even kijken, een vervolg op de heer Meeuwis, van waar wringt het dan daar met wat u zegt en de nota van uitgangspunten? De nota van uitgangspunten gaat uit van een potentieel herplaatsen van een paar rijtjes populieren. Ja? De nota van uitgangspunten gaat ook uit van andere bomen. 6 tot 8 meter hoog. Ja? Als je dan 12 verdiepingen hoog gaat bouwen, 12 verdiepingen hoog is 40 meter. Hè? Ja? Hou daar rekening mee. Die kijk je dus zonder meer over die bomen heen. En wij kijken zonder meer tegen die blokken aan. Ja? Het is niet zo, die huidige populieren zijn een dikke 20 meter hoog. Ja? En daar kom je ver overheen. De heer Meeuwis. Ja, want uit de toelichting
van de heer Clement maak ik toch op dat de pijnpunt van de hoogbouw op de twee accentgebouwen zit, van 10 tot 12. Want daar wordt de massa die inkijk veroorzaakt door veroorzaakt. En ik proef niet meer uit zijn toelichting dat dat nog ligt op de andere zones die tot van 8 naar 5 teruggebracht zijn. Dus dan gaat het eigenlijk alleen maar over, zijn die accenten acceptabel? Want de rest voldoet ook aan uw eigen uitgangspunt, ambitieniveaus, dat het dan geen hoogbouw meer is. Dus dat is eigenlijk de voorlopige conclusie die ik eruit haal. Dus we moeten het alleen maar over die twee accenten hebben. Dan het punt van de... Ja, de accenten van 12 hoog zeker niet. Het andere aspect wat nog helemaal niet duidelijk is, is waar komen dan, mevrouw gaf het al aan, van zover zijn wij nog niet. Ja. Hetzelfde wat de gemeente tegen ons zei voordat we die WOP-verzoeken deden. Van we zijn nog in een oriëntatiefase. Waar komen die blokken te staan? 5 hoog. Waar komen ze te staan? Wij hebben aangegeven, zet ze aan de rand van de Bossenweg. Ja? Zodat ze niet dicht bij onze bebouwing komen. Ja? Dat is het hele punt. We weten nu niet waar ze staan. Dus is het voor ons duidelijk dat we daar bezwaar tegen maken. De heer Meeuwis. Ja, ik snap dat u niet weet waar ze komen staan. Maar ik probeer in ieder geval vanuit als raadslid de noten van de uitgangspunten. Die gaat kaderen welke mogelijkheden er toegelaten worden aan de ontwikkelaar Mastade om dat te maken. En daar is precies voorzien dat aan de Bossenweg die hoogteaccenten mogen komen. En de rest, het binnenterrein, zoals u ook wilt, grondgebonden woningen. Zo min mogelijk overlast voor inkijk naar de inwoners. Dus ik concludeer nog steeds een beetje dat aan de Bossenweg de hoogteaccenten uw grootste bezwaarpunt zijn. Maar misschien mag ik doorgaan met een andere vraag. Want het andere punt is ook waar de nota van uitgangspunten een stuk heeft bewogen naar mijn optiek richting de inbreng van de omwonenden. Dat is die bouwintensiteit waar je het had over 80 woningen per vierkante meter. He, oorspronkelijk stonden er ongeveer 500 woningen, 300 plus 200. Wat zei ik? Per vierkante meter. Oh, dat is een beetje... dat is een beetje heel veel. Wat dat beperkt daar, ja. Fijn dat er nog mensen goed opletten. Als die intensiteit door het plan in zijn omvang te reduceren van ruim 500 naar 300 woningen, dan is het ook daar een stuk tegemoet gekomen aan de bezwaren die u had ingediend. En waar ik tot nu toe eigenlijk in uw inspraak niets van hoor, waar nou het overblijvende bezwaar is, als we de nota van uitgangspunten wel zouden aannemen. Want er is minder verdichting en dat had u gewild. En hetzelfde geldt over de arbeidsmigranten. Van 200 vond u te veel, er zijn er nu 80. Zijn daar nog knelpunten over? En wij krijgen toch het gevoel dat de noten van de uitgangspunten eigenlijk alleen nog maar op de hoogtebouwaccenten nog een belangrijk knelpunt heeft met uw wensen. Klopt dat? Dat klopt niet. Ja, de hoogbouw is een van de aspecten. Ja. Het is ons niet duidelijk vanuit de nota zoals die er ligt, van alle bijgaande stukken die er liggen, en de intentieverklaring die tussen de gemeente en de projectontwikkelaar getekend is, over wat voor een aantal we nu praten. Ja? Wij geven duidelijk aan van we willen hier naartoe. Ja? Dit is ons voorstel van dichtheid van bebouwing en dichtheid van bewoning. Ja? En u mag zelf dan bepalen als 80 plus bewoners per hectare, of dat nog een dorps karakter heeft, ja of nee. Het is dichter dan de gemeente Den Haag. Ik had daar een plaatje van Den Haag, wat ik niet heel expliciet naar voren heb laten komen, omdat ik maar aan die 15 minuten wilde houden. Mevrouw Van Weert. U had uw hand opgestoken dat u een vraag had, maar mogelijk dat die al is beantwoord. Dan zou ik nog heel even de heer Verheijen. Ja, ik ga even een beetje verder wat de heer Meeuwis gebleven is. Het is ook mij niet helemaal duidelijk is, van nou, als we alle nota, alle punten pakken, waar bent u het met elkaar wel over eens? Nou, dat zou heel snel klaar kunnen zijn. En welke bent u het met elkaar niet eens? Dus ik ga nog maar een vraag stellen. Zou u met elkaar in dialoog willen gaan met de nota van de uitgangspunten op tafel noem ik maar even, en even helder maken met elkaar, waar zijn we met elkaar wel over eens?
Want u zegt, in Den Haag is die dichtheid niet. Nee, omdat u een heel klein stukje pakt en die pakt heel Den Haag. Als je dat in Best uit zou rekenen, dan zou die verdichting over Best bijna niks uitmaken. Maar ik snap wel uw punt dat u zegt, op dat stukje is de verdichting heel erg groot. En de vraag is inderdaad aan de Raad, wilt u die verdichting op dat kleine stukje hebben? Dus mijn vraag is nogmaals, u heeft het al aangegeven. Ja, ik ben bereid tot dialoog. Ik had die vraag ook aan mevrouw Vught gesteld. Om in de komende week bij elkaar te gaan zitten als klankbordgroep of als, bewonersgroep. Met Maastade, waar zijn we dan wel over eens? Als u zegt, nou ja, stel maar, we zijn wel even met hoogbouw aan de Bosseweg en er moet opgenomen worden, dan zal deze raad zeggen, dan nemen we dat gewoon als voorwaarde op in de noten van uitgangspunten. Want anders gaan we straks zeggen, tussen twee uitersten zitten. Ja, dan doet de raad het nooit goed. En uiteindelijk doen we dan met z'n allen doen we het niet goed. En het liefst heb ik natuurlijk dat u en Maastade bij elkaar komen en samen zeggen, nou, hier kunnen wij allebei water in de wijn doen en kunnen wij samen mee leven. Dat maakt het leven denk ik een stuk makkelijker. Mijn vraag is eigenlijk heel simpel aan u en aan mevrouw Van Vught. Bent u bereid om in de komende week bij elkaar te gaan zitten om eens te kijken en ons dan helder te maken naar waar zijn we het wel over eens en waar zijn we het ook niet over eens? Ja, daar zijn we zeker toe bereid om in dialoog te gaan. Dan heb ik eigenlijk ook nog een vraag. Is het dan alleen met de bewonersgroep of is het met de hele participatie? Dus de klankbordgroep, dus ook de woningzoekende. We spreken met de seniorenraad, we spreken met de huurdersvertegenwoordigers. Is het dan een algemene uiteenzetting van de participatie waar we het over eens zijn of alleen met hen? De heer Verheijen? Als het aan mij ligt, met z'n allen, dat maakt het wel wat lastiger. Maar als u zegt, wij gaan even met de bewoners in overleg en die leggen deze accentpunten en die kunnen dit nog wat verschuiven en die willen we dat. En dat leggen we met elkaar op tafel, dan denk ik dat we al dichter bij elkaar komen. En ook de punten waar we dan over gaan hebben in de volgende discussies kunnen focussen. En dat niet in het algemene verhaal blijven rondzingen. Aan het einde moeten wij een besluit nemen en zeggen, ja, ik zit toch een beetje moeilijk op mijn stoel om dat besluit te nemen, omdat het niet helder is. Dus als u zegt, met al die partijen, we zetten het helder op papier. Maak ik denk voor mij, kijk even naar mezelf, in ieder geval een stuk makkelijker om de discussie met mijn collega's te gaan voeren zometeen en met de wethouder. Mevrouw geeft aan dat ze met alle partijen die in de klankbordgroep zitten wil praten. Ja? Nou, wij hebben daar geen moeite mee. Dat is geen enkel probleem om dat een keer te doen. Ja, en wanneer is de volgende vergadering over deze? 13 februari is het tweede deel van de beeldvormende sessie. En volgens mij de week daarna is de... In maart is pas de oordeelsvormende sessie. Ik zag nog even de hand van de heer Kennis. En dan wil ik graag even dit stukje gaan afsluiten. Want wij hebben nog 5 insprekers. En ik had beloofd dat we om 10:00 klaar zouden zijn. Dus de heer Kennis? Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, ik vind het een fantastisch voorstel van de heer Verheijen. Ik vraag me alleen af hoe reëel het is als mensen al een jaar lang om elkaar heen draaien. En dan wij in de laatste 14 dagen vragen of dat ze nader tot elkaar zouden kunnen willen komen. Ik vraag me af hoe reëel dat is. Maar misschien dat beide insprekers, als die nu al weten dat ze alle twee water bij de wijn kunnen doen, wordt het een ander verhaal. Maar of dat na deze periode nog zo makkelijk uit te spreken is. Ik steek wel mijn vraagtekens bij. De heer Verheij, mevrouw Van Vught wil daarop reageren. Ik ga het nu even, want ik zie ook digitaal nog iemand. Nee? De heer Verheijen? Ja, meneer Kennis, maar als wij het niet doen en we gaan straks tot de rechter, dan zal de rechter vragen, heeft u alle pogingen gedaan? En dan zeggen wij nee. En dan zegt de rechter, ga eens maar weer terug naar elkaar toe. Gaan we elkaar praten. Dus ik heb liefst dat we proberen zo dicht mogelijk bij elkaar te komen. En dat laatste gaatje erom besloten moet worden. Als dat we het uit twee uitersten moeten kiezen. Want dan gaat het echt, dat kan ik vaststellen, helemaal mis. De heer Vermeulen, digitaal. Dank u wel, voorzitter. Ik heb het verhaal gehoord van de heer Clement. En ik vraag mij af of er ooit een computermodel gemaakt is. Ze willen van de Zomerrijk. En dan worden bomen neergezet. En als we dan een schuine lijn trekken naar de hoogbouw. Wanneer ze pas binnen kunnen kijken bij die mensen. En volgens mij kan Maastada zelf ook zoiets maken. Volgens mij zijn er bedrijven voor die daar kunnen regelen. Maar ik weet niet of dat ooit onderzocht is. Dus wat de zichtlijn is van zeg maar van 10 hoog. Als er bomen komen bij de Zomerrijk. Of ze überhaupt wel binnen kunnen kijken. Dat was mijn vraag. Ik ga uw vraag heel even herhalen. Want ik weet niet of iedereen me heeft kunnen horen. Uw vraag is of er een programma. Of er vanuit Maastada een tekening of een programma kan worden gebruikt waarbij de inkijk vanaf bijvoorbeeld 12 hoog of 10 hoog bij het omliggende gebied of dat in kaart kan worden gebracht. Klopt, ja. Ja. Mevrouw Van Vught, ik weet niet of u daarop kunt reageren.
Dat is al in kaart gebracht en dat is ook gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst in april. Alleen aangezien de bouwhoogtes met deze noten van uitgangspunten zijn gezakt, zullen wij die herzien en is dat inzichtelijk. Oké, mevrouw Van Weert, aanvullende vraag? Nee. Een reactie op deze vraag? Nee, niet op deze vraag. Ik wilde net ook reageren, want toen zei meneer Vermeulen. Dus toen dacht ik van, even stilhouden, omdat het mijn partijgenoot is. Maar nou, dat wil ik dan toch wel zeggen. De heer Vrij vroeg net of u met de klankbordgroep en met uzelf dan dat zou doen. U zei toen van, wilt u met alle partijen waar we mee gesproken? Het is natuurlijk heel belangrijk dat niet alleen de klankbordgroep die er woont, of de bewonersgroep, in ieder geval de heer Clement, mensen met degene die hier nog meer zijn, dat die de enige zijn die inspraak hebben, want we hebben natuurlijk meer inwoners in Best en die hebben ook daar recht op. En daar is dan toch wel het verzoek dat het dan toch ook in ieder geval ook dan iedereen is. Heel duidelijk. Mevrouw Van Vught? We kunnen inderdaad in dialoog gaan. En zoals ik de letterlijke vraag begreep, is uiteenzetten waar we het wel over eens zijn en waar we het niet over eens zijn. Dus niet al samenvoegen. Hè, dus het verwoorden van waar we uiteen liggen. Dan hebben we inderdaad nog meerdere participanten. Maar daar hebben we een uiteenzetting van. Maar daarnaast hebben we natuurlijk nog met veel meer aspecten te maken waardoor wij dit plan naar voren brengen. Een stedenbouwkundige bijvoorbeeld. Een verkeerskundige. Flora, fauna, et cetera. Dus er zijn natuurlijk nog veel meer randvoorzaken om tot dit plan te komen. Zoals ik al net even aankondigde, na de heer Kennis wil ik dit onderdeel even gaan afsluiten. Meneer Clement, u heeft nog een nabrander, want ik zeg al, we hebben nog 5 insprekers. Dus, ik ben blij dat ik die nabrander even mag doen. We hebben natuurlijk die sessie gehad in de Prinsenhof. Ja, daar waren 173 mensen aanwezig van de omwonenden. Ja, dus ook daar, als u die antwoorden en die opmerkingen leest, kunt u in ieder geval zien wat er leeft in de Salderus wat betreft deze bouw. De heer Vrijen. Ja, mevrouw Van Vught ging iets snel. Ik wil niet alleen weten wat de uiteenzetting is, maar waar u over eens kunt worden. Dat was wat u zei van die 2 uitersten, maar ook voor oneens, maar ook waar je het over eens kunt worden. Dat als toevoeging. Nog inderdaad even een verduidelijking. Dan dank ik de heer Clement voor zijn presentatie en zijn beantwoording van de vragen. En gezien de tijd wil ik toch doorgaan. Dus dan nodig ik nu uit de heer Van Haren om hier achter het spreekstoel plaats te nemen. Als de heer Van Haren beneden zit, dan verzoek ik hem, als hij dit hoort, om naar boven te komen. Dan ga ik hier even door naar mevrouw Titulaar. Als die hier wel aanwezig is, ja, dan mag u hier plaatsnemen. En zoals ik al eerder aangaf, hebben de insprekers die nu volgen, krijgen conform reglement 5 minuten. Ik zal me even voorstellen. De rest staat al op het beeld. Ik ben Inge Titulaar, omwonende, lid van het bewonersgroep. Wilt u dichter bij de microfoon gaan staan, alsjeblieft? Ja, anders is het niet te verstaan. Omwonende, lid van de bewonersgroep en ook lid van de klankbordgroep. Maar daar kan ik over uitweiden, maar daar heb ik de tijd niet voor. Beeldkwaliteit passen bij stedelijke verdichting en dorpsomgeving. Hoe dan? Zei Christel de Laat in de theatershow een paar maanden terug. Bij alles was het hoe dan? Die vraag die kwam bij mij ook steeds naar voren. Bouwen prima, mits passend. En die eerste regel die komt ook uit de stukken van het uitgangspuntblad. Wat zou eigenlijk het startpunt van de gemeente moeten zijn? Best is matig stedelijk gebied. Ik zie nergens dat matig. De omgevingsvisie, nou heel duidelijk dorpse karakter behouden, groen versterken. De andere punten die zijn ook belangrijk. Salderus bestemmingsplan heeft het over ontwikkeling, kleinschalige ontwikkeling. Het staat erin letterlijk te vinden gewoon op ruimtelijke plannen. De bijbouwhoogte 12 meter, dat was tegen het oude kantoorpand. Dus dat is op dit moment de norm in feite nog, anders dan uitgangspunten. En een hele belangrijke is eigenlijk de ene laatste, het SGE-afsprakenkader wonen 2022. Er wordt hier heel veel gesproken over wat er aan een bouwopgave ligt, ook vanuit het stedelijk gebied Eindhoven. Waar het niet dat 11 miljoen projecten volstaat. Ik laat zo de sheet zien waar het in staat.
Brainboard-principes worden hier ook overal weer te pas en te onpas gebruikt. En ja, in feite staat daar op nummer 1 het koesteren van identiteit van de gemeente. Hier omcirkelt 9 majeuren en 2 nieuwe locaties. Onderste regel, op deze 11 locaties, en daar staat de Boomgaard niet bij, kunnen voldoende woningen bouwen om aan de behoeften te voldoen. Ik zou eigenlijk nu al kunnen stoppen, maar dat doe ik niet. Stedelijk gebied Eindhoven, nou, dat is inderdaad gewoon uit de stukken van de SGE zelf het rapport. Principe nummer 1, koesteren van identiteit. Wat zijn wij in Best? Een dorp. Waar staan wij voor? Groene omgeving. Dus waarom dan inderdaad allemaal stadse ambities doen als dit in feite het principe nummer 1 is? Point of no return, besluitvorming 20 maart. We zijn er nog niet. Maar wat is nu gedaan met die participatie? Heel veel vragen waar ik inderdaad ook graag nog antwoord op wil. Of stel ze gerust. Maar met de input is in feite nog helemaal niks gedaan. De klankbordgroep, daar zijn nog geen uitkomsten van. En ik heb erbij gezeten en ja, daar was het inderdaad vastleggen van standpunten en that's it. De 175 bewoners of omwonenden en aanwezigen van Prinshof, die hebben hun zorgenkaartjes geuit. Niks mee gedaan, anders als ingetypt en aangehecht bij het verslag van het Prinshof. In mijn optiek heel slecht. Er is ook specifiek gevraagd die avond, wat gebeurt er met die input? Wordt daar iets mee gedaan? De vraag is nog herhaald door mijn echtgenoot die ook in de zaal was, want het was een beetje dubbel-dubbel. Maar er is gezegd, dat gaat terug naar de tekentafel, daar doen we iets mee. En wist aan Warempel, het wordt gewoon aangehecht met een nietje. Dan denk ik, ja, moet nu de gemeenteraad dat maar allemaal oplossen? Terwijl het heel duidelijk is ja, dat er gewoon enorm veel zorgen uit zijn. De enquête van onze omwonenden, ook niks mee gedaan. Dus in feite wordt gewoon gezegd, beste gemeenteraad, zoek hem maar uit. Aan jullie de eer. Eer, schone taak, maak er maar wat van. In feite zitten we nu in een zijweg, dus een eerdere raadpleging van de gemeenteraad. Wat betekent dat? Geven jullie nu een goedkeuring op iets of niet? Ja, mijn tip is ook, en het kan van alles zijn, maar wat is de formele status van die nota van uitgangspunten? Hoort daar ook de question and answers in die jullie vanochtend kregen, ja of nee? Wat wordt eigenlijk de boodschap die Maastade krijgt? Vertrouwensbeginsel geschonden op het moment dat nu groen licht wordt gegeven? Zou zomaar kunnen zijn. Als ik voor Maastade zou optreden, dan zou ik dat zeggen. Want in feite legt de gemeenteraad nu kaders neer. Ja, dan kun je later na niet in één keer zeggen van, ah, zien het toch even anders. Nee, dan hadden jullie nu gezegd bij de les moeten zijn. En heel die presentatie red ik niet, maar kijk het vanavond of één deze dagen rustig door. Dan zien jullie waarvan ik denk van, goh, het is in ieder geval goed om in overweging te nemen. Maar dus de vraag, waar zeggen jullie 20 maart ja tegen? Eens even kijken, korte historie. November, dit is nu Welkom in Best. We hebben het over het bos aan de rechterkant en de boom aan de linkerkant. Wat je gaat zien als je hier volgens de ideeën van Maastade binnenkomt over een paar jaar, is gewoon één grote... U heeft nog een halve minuut. Oké. Okay. Nou, dit is in ieder geval wat de omgevingsvisie zegt over de woonwijken in Best. Duidelijk, maat en schaal van de wijk, hoofdstructuur groen versterken. Dit zijn de voorgenomen plannen die destijds nog steeds, ze passen in het uitgangspunten nota. Dus ja, dit zou het zomaar eens kunnen zijn. Misschien een kaasschaafje eroverheen links-rechts. Maar heel veel anders zou het niet hoeven te worden als de gemeente hier ja tegen zegt. Ja, dit is de schaduwval, dus de tekeningen onder. Ja, wilt u gaan afronden? Ja, haalbaarheidsonderzoeken, van alles gezegd, status onbekend. En dat is van november vorig jaar, anderhalf jaar terug. Ja, en dit zijn nog allerlei punten die ik eigenlijk heel graag had willen noemen. Dus wat dichtheid betreft, absurd. Ja, heel vaak ook terugkomend, ja, zijn het harde eisen in de nota of zijn het softe toezeggingen, softe wensen? Het spijt me heel erg. Ja. Ik gaf al aan, hè, de presentatie kan men nog later inzien. Ja. Want u heeft 5 minuten, daar bent u echt al wel overheen. Oké. Ja? Oké. Morgen. Presentatie kunt u inderdaad naar de Griffie, dan wordt het op het raadsinformatiesysteem gezet. Dan ga ik rondkijken of er vragen zijn. De heer Meeuwis. Ik heb een vraag aan mevrouw Titulaar. En dat is eigenlijk de eerste zin. Is beeldkwaliteit passend bij stedelijke verdichting en dorpskarakter? Dat herhaalt u bij. Is uw conclusie nou dat de beeldkwaliteit niet past bij de stedelijke verdichting en dorpse karakter? Ik snap dat u concludeert beeldkwaliteit past niet bij de dorpskarakter, want het is laagbouw enzovoorts, maar de stedelijke verdichting staat erbij. Het is mij nog niet helemaal duidelijk of u op dat punt ook een mismatch ziet.
Ik zie overal mismatchen. Sowieso met de omgevingsvisie, het ontbreken van het woonprogramma. En dat is eigenlijk gewoon een taak om met maatregelen te komen om die omgevingsvisie daadwerkelijk tot uitvoering te krijgen. En op het moment dat er heel veel gesproken wordt over dorpskarakter en groen, dan moet je daar niet een enorme betonnen massa gaan neerleggen met alleen maar horizontaal groen. Dan denk ik, waar hebben we het over? Mos en sedum op het dak. Dat past niet. In Best willen wij graag groen zijn en dat heeft niet te maken met groen op een dak wat als enige eis is neergelegd, want grondgebonden groen wordt geen... Ja, maar ik had het over de beeldkwaliteit, waar ik op zoek was naar het woordje stedelijke verdichting, maar u zegt ook, u concludeert dat het daar niet aan voldoet, maar als onderbouwing haalt u dus de voorgenomen plannen erbij, maar dat zijn weer de oude plannen en dan zei ik dezelfde vraag bij de voorgang. Zullen we even wachten, want nu krijgen we een discussie heen en weer. Sowieso het woord loopt via de voorzitter. Even kijken, want uw vraag is, even heel concreet, want ik zeg al anders, dan krijgen we een discussie. Kunt u hem even kort en bondig herhalen en dan krijgt u van mij het woord om te beantwoorden. Dank u voorzitter. Ik ben inderdaad verleiden om even de dialoog meteen op te starten. Terecht dat u mij even terugfluit. Nee, mijn laatste vraag was van als u de voorgenomen van plannen van Mastade tekent op het plaatje, dan is dat nog steeds het oude plan. En de nota van uitgangspunten bevat een forse correctie neerwaarts. Dus ik wil nog steeds graag weten of u dan nog steeds vindt dat er in die nota van uitgangspunten dezelfde strijdigheid zit die u constateert op het originele plan. Minus de kaasschaaf wel, ja. Dus ook de tekeningen die u liet zien, die passen nog steeds met de opmerking dat er een paar verdiepingen aan, noem het woonaccenten, vanaf zijn gehaald. Maar dat past er nog steeds. En wat ook gezegd is tijdens de klankbordgroep, is dat het in feite financieel niet haalbaar is als er te veel lagen vanaf gaan. En daar is ook gesproken over communicerende vaten. Dus gaan er aan de ene kant wat vanaf en gaan er aan de andere kant wat bij komen. Maar dan hebben we het in feite over de plek in het midden. En ja, daar wordt nu van gezegd 3 hoog. Ik weet niet of dat verdiepingen zijn of lagen, met of zonder tuin. Maar dan wordt het er gewoon meer. En ook daar zijn geen eisen of grenzen opgesteld. Het is gewoon, in feite kan er gewoon gebouwd worden als een compound. Gewoon een rijtje naast elkaar. Daar zijn geen eisen gesteld. Want op het moment dat je het hebt over groen en open, toegankelijk, dan moet je harde eisen stellen in zo'n uitgangspuntennota. En niet te slap. Dank u wel. De heer Van der Heijden. Ja, dank u wel, voorzitter. U haalt de SGE-agenda aan, waar een aantal majeure projecten in staan. Even een puntje voor u. Dat daar als niet majeur project staat, betekent niet dat wij het niet zo hebben. In Best hebben we het wel een majeur project genoemd, maar dat betekent niet dat de SGE dat niet doet, of wel doet. In die SGE-agenda staat ook dat wij als SGE, als 9 gemeenten, voor inbreiding gaan in plaats van uitbreiding. Daar zit het project dan weer wel passend in. Eigenlijk, de vraag is net aan de heer Clement al gesteld. Als we naar de nota van uitgangspunt kijken, en ik heb u een aantal dingen horen zeggen waar u het niet mee eens bent, het groen, wat minder groen, of op dakterrassen. Waar bent u het fundamenteel mee oneens als u 1 belangrijk of 2 belangrijke punten moet noemen uit de nota van uitgangspunten? Want dat is denk ik ook belangrijk voor ons als raad. Waar kan wij... Uw microfoon staat nog niet aan. Oh, dat is ook belangrijk voor ons als raad, want wij gaan de komende periode een discussie voeren. Over dit. En voor ons is het fijn om te weten waar u het nou helemaal mee oneens bent en ook mee eens. Dus ik ga van u willen horen. Moet u even uw microfoon aan? Ja. Ja, hij staat aan. Oneens met de dichtheid, massaliteit. Dus inderdaad, daar kun je onder zien een stukje hoogbouw, maar hoeveel hoogbouw en in ieder geval de massaliteit. Dus dat is 1. 2 is het groen. Dat is... Het wordt de boomgaard genoemd, maar er is helemaal niks aan boom, aan groen. Tenzij je het mos op het dak gaat meerekenen. Dus ook daar denk ik van stel als gemeente harde eisen. Hoeveel groen, hoeveel centraal groen. Maak dat inzichtelijk. Zeker als je, als Mastade ook, het lef hebt om een project boomgaard te noemen. En er is gewoon echt niks groens te bekennen. Anders dan op het dak. Oké. Dank u wel. Dank u wel voor uw inbreng. Ja. Dan geef ik nu het woord aan de heer Hoen. Goedenavond, raadsleden, burgerleden en alle toehoorders. Mijn naam is Paul Hoen. Ik heb één inhoudelijke twijfel bij deze nota. Er wordt beweerd dat door compact te bouwen het mogelijk is betaalbare woningen aan te bieden. Dat klopt, maar dan moet je wel een goede parkeeroplossing kiezen. En voor de nota is ook het uitgangspunt dat 60% betaalbaar is. Dus 60% van de
woningen moet een goede parkeeroplossing gevonden worden. En zo'n gebouwde parkeeroplossing, dus een parkeergarage of iets, kost al gauw €25.000 per plaats. Ik kan jullie vertellen dat binnen de stichtingskostenopzet van sociale woningbouw of van het betaalbare sector, er geen ruimte is voor deze €25.000. Dat betekent gewoon dat die door iemand anders betaald moet worden. Er is gewoon geen budget voor dat, voor die overdekte parkeerplaats. Parkeren op maaiveld is natuurlijk veruit de goedkoopste oplossing. Maar helaas, daar is geen ruimte voor, want daar worden ook woningen gebouwd. Nou, even ingaan op de vraag van Joost straks. Kijk, starterswoningen kunnen ook heel goed in laagbouw gerealiseerd worden. Het is echt niet zo dat starterswoningen alleen maar in appartementencomplexen gerealiseerd kunnen worden. In deze nota is het tweede punt van mij, staan bijzondere risico's. Die duidelijk afwijken van de huidige situatie in ons dorp West. Ze zijn experimenteel en risicovol. Ik noem er vier. Allereerst de dichtheid van pakweg 80 woningen per hectare. We willen hier toch bouwen voor onze eigen mensen het best en niet voor mensen uit de stad. En de behoefte aan kleine woningen, dat is al decennia lang bekend. Het is nu echt iets zo dat nu wij onlangs in 2022 tot de conclusie zijn gekomen dat er heel veel behoefte is aan kleine woningen voor alleenstaanden. En er zijn er genoeg projecten gerealiseerd waarbij dat aangetoond is. Punt 2. Een wijkje met ongeveer 500 bewoners met verschillende doelgroepen en leefstijlen, starters, senioren, arbeidsmigranten, samengepakt op een klein oppervlak van 4 hectare. Ik weet niet of dat toekomstbestendig is of dat er geen probleem meer gaat geven. Punt 3, als risico noem ik. Geen auto voor de deur. Parkeren voor bewoners en bezoekers op afstand van de woning of in een parkeergarage. Past dit bij best? Dat is het derde risico. Vierde risico, een collectieve groene zone die in beheer is van een VVE of soortgelijk entiteit en geen eigendom is van de gemeente. Dat betekent dus dat die collectieve zone eigendom wordt van de bewoners. Met alle lusten en lasten gaat dat functioneren. Kortom, deze risico's of ambities zoals je noemt wel, is er niet een beetje te veel, die vier. Het is aan de gemeenteraad uiteindelijk om het bestemmingsplan gebaseerd op deze nota goed te keuren. Goedkeuring van dit bestemmingsplan betekent dat de raad moet beoordelen of het ingediende bestemmingsplan in zo hoog mogelijke kwaliteit voor de burgers oplevert. Want dat was per slotverrekening het doel van deze nota van uitgangspunten. Maar dat geldt niet alleen voor dit jaar, dat geldt voor de komende 50 jaar. Zo'n bestemmingsplan is namelijk in beton gegoten. Het is daarom belangrijk dat deze gemeenteraad zich bewust is van de consequenties. Stel dat een van de door mij genoemde experimenten mislukt. Wie staat verantwoordelijk voor? Natuurlijk, Mastada's eerste. Maar ook de architect stedenbouwkundige. Want hij is geestelijk eigenaar van het ontwerp. En als laatste de gemeente best. De gemeente zal bij grote financiële problemen ook als strohalm worden gezien door de burgers van best. Contactpartij voor de gemeente bij de intentieovereenkomst is De Mast Boomgaard BV. Het moederbedrijf Mastada is een relatief jong bedrijf en bestaat vanaf 2019. Deze BV is een special purpose company, om het even netjes uit te drukken. Oftewel project BV. En wordt waarschijnlijk geliquideerd als de laatste woning is opgeleverd of bij faillissement. Daarom stel ik voor dat aan de uitgangspunten in deze nota een punt 8 wordt toegevoegd. Punt 8. Eisen aan de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar ontwikkelt voor eigen rekening een risico. Is verantwoordelijk voor de grondexploitatie inclusief bouw- en woonrijp maken. De projectontwikkelaar zorgt voor keiharde bankgaranties, ook voor restrisico's na oplevering, zoals bodemsanering. U heeft nog een halve minuut. Oké, tot slot. Natuurlijk moet de gemeente er alles aan doen om met de Boomgaard een succesvol project te maken. Het gaat echter niet alleen over de aantallen woningen, maar over een groot, goed woonmilieu voor zoveel mogelijk inwoners van best voor de komende 50 jaar. Als het plan van Mastada daaraan niet voldoet, dan is dat heel erg jammer. De gemeente heeft natuurlijk niet de taak de eventuele te hoge aanschafprijs van bijvoorbeeld het ABAP-gebouw op te lossen. Beter een halve keer dan. Stopzetten van de samenwerking met Mastada heeft naast vertraging natuurlijk beperkte consequenties. Daarvoor is per slotverrekening het een project BV. Ik wens de gemeenteraad een wijs besluit. Dat was het. Zijn er nog vragen? Ik hoef hem niet te herhalen, maar inderdaad, ik kijk even rond. Ik zie de heer Vrijburg. Ja, de heer Vrijburg.
Ja, een van zeer praktische aard. Ik zou graag de speech van de heer Hoen ook op papier willen ontvangen. Dan zie ik verder geen vragen en heeft u een zeer duidelijk en gloedvol betoog gehouden. Ja. En dank ik u voor uw inspreken. Dan ga ik naar de heer Nissen. Goedenavond allemaal. Ik hoop dat jullie nog even bij de les zijn. Het is altijd lastig om als ene laatste spreker te zijn natuurlijk. Om iedereen erbij te houden. U kent hem vast. Denk niet aan een roze olifant. Zien jullie hem allemaal lopen? Wel hè? Oké. Dit experiment is een mooi voorbeeld van framing. Dat gedachten in een bepaalde richting stuurt. Inzicht in de kunst van framing maakt het mogelijk om een boodschap bij de doelgroep te laten landen zoals wij dat graag willen. Wat heeft framing nou eigenlijk in godsnaam te maken met project De Boomgaard? In de komende 5 minuten, ik hoop dat ik het haal, ik heb het voorgeoefend. Mijn zoontje zat op 2,5 minuut, dus misschien mag ik die 2,5 minuut erbij rekenen. Oké, dan moet ik afraffelen. Ik ga het jullie proberen uit te leggen. Voordat ik dat ga doen, wil ik jullie het volgende vragen. Denk niet aan een bos. Prachtige natuur, rust, het dorpse karakter van Best. Denk niet aan fluitende vogeltjes, eekhoorntjes, ons populiere erfgoed. En denk niet aan het ontstaan van de naam Klompengat. Zoals gezegd, kan men iemands standpunt beïnvloeden door middel van het toepassen van framing. En ik moet zeggen, complimenten voor de framers van dit New Yorkse hoogbouwplan in Best. Een compliment voor de fabelachtige gewiekstheid waarop zij bewust of onbewust de techniek van het framen hebben toegepast. Want alle informatiestromen ten aanzien van De Boomgaard staan er bol van. Iets wat ik continu hoor, ook vandaag, is: we hebben een bouwplicht. En we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het bouwen van woningen. En ik kan Mastade niet eens ongelijk geven dat ze gretig gebruik maken van deze frames. In de huidige tijdsgeest, met een enorm tekort aan woningen, is dit voor hun het moment om toestemming te krijgen voor grote projecten. In de informatiebijeenkomsten werden we bekogeld met positief geframede uitingen, oftewel marketingtaal. Duurzaam bouwen, energie-neutraal, compensatie van groen, hergebruik van materialen, een sharing community, de centerparks gedachte werd genoemd en slim parkeren. Slim, want in feite kan hier toch helemaal niemand tegen zijn. Maar beste raadsleden, laat het nu eens heel even op jullie inwerken en luister naar de zorgen van de omwonenden. Proberen we hier niet gewoon zoveel mogelijk woningen en mensen op een postzegel te frotten? Wat mij als burger van Best ontzettend veel zorgen baart, is dat alles waarvoor ik hier ben komen wonen, niet of zelfs negatief wordt geframed in het project. Neem bijvoorbeeld het complex waar nog steeds de bestemming bos op zit. Het wordt al neergezet als zijnde een productiebosje. Kaprijp en in matige gezondheid. Laat deze laatste zin ook heel even op jullie inwerken. Dit prachtige bosje, waar wij het allergrootste deel van ons woongenot uitputten, een aantal van jullie is zelfs op bezoek geweest in de zomer, vol zuurstof en leven, dieren en insecten, planten en bomen. Dit bosje verkeert in een matige gezondheid? Ik vraag me werkelijk af, hoe ver kun je gaan in framing? Als ik het goed heb begrepen, passen jullie de Bob-systematiek toe. Beschouwen, maar volgens mij noemen jullie hem net iets anders, oordelen en dan pas besluiten. Door alle stappen die ik de gemeente tot nu toe heb zien nemen, lijkt het besluit echter al lang vast te staan. Alle seinen staan op bouwen, veel en hoog. Maar volgens mij zou vandaag centraal moeten staan wat voor invulling jullie überhaupt voor ogen hebben voor dit project, voor dit gebied. Dat Mastade veel en hoog wil bouwen lijkt me logisch. Dat is de enige manier voor hun om het rendabel te maken. Sterker nog, ik denk dat als ze een Steekse Velde 2 willen gaan bouwen, gaan ze het niet doen. Maar wat willen jullie eigenlijk, raadsleden? En hebben jullie wel geluisterd naar de burgers? Ik denk dat het plan van deze proporties niet past in jullie eigen vastgestelde beleid en toekomstvisie. Wij zijn er Best komen wonen voor het dorpse karakter en het mooie groen achter ons huis. En onze grootste vrees is dat wij over een paar jaar weer terug zijn in de stad. Maar dan achter ons in de Zomerrijk. Ik wil jullie een hoop Brabantse verstandigheid toewensen in de besluitvorming. En ik wil afsluiten met de eerste zinnen van het gedicht Herinnering aan Holland van Hendrik Marsman. In 2000 gekozen tot gedicht van de eeuw in Nederland. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan den einde staan. Ik herhaal. Ik hoop dat ik hem nog kan herhalen. Haal ik. Ik kan het zelfs langzaam doen.
Rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan den einde staan. Het is in jullie raad. Wat voor hoge pluimen willen jullie hier aan den einde hebben staan? Populieren of torenhoge bouwwerken? Dank u wel. Precies in de tijd, heel netjes. U mag nog heel even blijven staan, want ik kijk heel even rond of er nog vragen zijn. Die zijn er niet, dank u wel. En dan nodig ik mevrouw Aaldering uit. Hallo raadsleden en ook burgers. Nou, mijn naam is Yvonne Aaldering, ik woon in de Winterrijk, dus ik ben ook een omwonende. En nou, ik wil allereerst zeggen dat ik absoluut niet tegen bouw ben. Want ook ik heb een jong volwassene die graag een starterswoning wil. Dus ik ben zeker voorstander van bouwen. Maar ja, de massaliteit en de hoogbouw, zoals bij Boomgaard voor ogen is. En ik val denk ik nu als laatste spreker al snel in herhalingen. Hè? Maar waar ik vooral ook het over wil hebben is het gevoel wat ik heb gekregen als omwonende, als betrokkenende bij de participatie. Hè? Want daarin heb ik wel heel veel dingen gemist. He, als ik kijk, ik heb zelf een keer bij de klankbordgroep gezeten. Ik had het gevoel dat er eigenlijk alleen maar dingen genoteerd werden. De meningen liepen erg uiteen. Het kwam niet bij elkaar. Het bleef tegenover elkaar staan. Dus ik ben ook heel benieuwd. He. Het was een leuk voorstel van jou, John, om te zeggen, ga nog eens bij elkaar zitten. Ja, of dat het wat gaat worden. Maar goed, het is misschien een goed voortraject voor de rechter. He, dus... Nou, en verder, kijk, de gemeente heeft gepoogd. Hè, Nanneke van der Heijden is geloof ik participatieambtenaar. Heeft er zelfs een heel boek over geschreven, zag ik. Nou, dat vond ik helemaal bijzonder. Want voor mijn gevoel heeft ze de vertaalslag naar de praktijk nooit weten te maken. Want we zijn met 175 mensen uiteindelijk in de Prinsenhof geweest. We hebben daar duidelijk onze bezwaren, onze zorgen geuit. En voor mijn gevoel is daar echt helemaal niets mee gedaan. Hè, er werd hier net ook al even vernoemd. De briefjes zijn aangeniet. En ik vraag me af of het uiteindelijk allemaal ja, bij de raadsleden is uitgekomen. Hè, en of dat jullie een idee hebben wat er speelt onder de omwonenden hè, en onder de burgers. Nou, ik zie gelukkig wat knikkende gezichten. Ja. Ja, de gemeente zegt het dorpskarakter te willen behouden. Ja, we hebben het net ook al gehad over die woningdichtheid. Ja, ik vind dus ook 80 plus per hectare. Ik vind daar niks dorps aan. En ja, het is allemaal al een beetje voor mijn voeten weggemaaid. Maar ik sluit me erg aan bij Paul Hoen. He, die geeft heel duidelijk de risico's weer. Dat is ook mijn zorg. Dat door die massaliteit... Ja, dat brengt ook bepaalde risico's met zich mee. Hè? Als het gaat om parkeren, hè? Al die doelgroepen bij elkaar op een, hè? Een in verhouding ja, kleine ruimte. En kijk, Mastade bouwt hè? En zal uiteindelijk zijn winsten eruit halen. Maar als er problemen zijn daarna voor de komende 50 jaar, wie zitten daar uiteindelijk mee? De gemeente en de bewoners, de omwonenden. He, en ja, ik hoop echt dat jullie heel goed gaan nadenken voordat je een besluit neemt he, en al die dingen ook tegen elkaar afweegt. En, ja, en ook goed bekijkt wat die risico's kunnen zijn. Dus ja, mijn vraag is eigenlijk of de gemeente ook gewoon misschien nog wel eens terug wil gaan... ik zeg altijd terug naar de tekentafel, maar in ieder geval nog eens even goed wil kijken naar hoe tot nu toe het proces verlopen is, de participatie, want ik heb daar absoluut geen goed gevoel bij als omwonende. Hè, en jullie zeggen van nou, er zijn allerlei concessies gedaan, maar en dan praat je over van 500 woningen naar 300. Maar ja, als dat nog steeds 80 plus inwoners per hectare, dat vind ik nog steeds absurd. Hè, en dan kan je wel zeggen dat is een concessie, maar ik vind dat nog bizar voor een dorp. Dat was mijn verhaal. Dank u wel en ook keurig binnen de tijd. Ook hierbij kijk ik even rond of er nog vragen zijn. En mevrouw Aldering, de heer Van der Heijden en daarna de heer Meeuwis. Dank u wel, voorzitter. Ik zou eerst even een lans willen breken voor de naamgenoot van mij, de participatieadviseur. Ik vind dat niet netjes om haar hier zo met naam en
over haar functioneren te benoemen. Dat vind ik over ambtenaren in de raadzaal not done. Maar dat weten wij als raadsleden weten dat hier. Dus ik wou dat even aan u meegeven. Daar wel opvolgend, wat is dan volgens u een goed participatieproces? Want u heeft verschillende klankbordsgroepen gesprekken gevoerd. De wethouders zijn langs geweest. Ik hoor wel van meneer Clement dat dat op uitnodiging van u was. Is participatie geslaagd als het laagbouw is geworden? Of als we een juist proces hebben doorlopen van vroegtijdig betrekken tot uiteindelijk een resultaat? Dus daar ben ik zoekende naar. En misschien kan u mij helpen met antwoord. Ja, ik denk beide. Vroegtijdig inderdaad gekend worden. Dat is heel belangrijk. Maar daarnaast ook het gevoel hebben dat als je dus met bezwaren aankomt, of als je je zorgen uit, of als je aangeeft wat je wel wil, dat daar ook wat mee gedaan wordt. En dat gevoel hebben we gewoon niet. Dus, en zeker niet in de klankbordgroep. Dat was voor mijn gevoel echt een lachertje. De heer Meeuwis. Dank mevrouw Aaldering voor uw toelichting. Hoogbouw en massaliteit, dat zijn de punten die denk ik wel als rode draad herkend worden. Maar u zei nog iets anders belangrijk, wat ik graag wil iets meer over weten. Dat is het gevoel tijdens de participatie, gaf u aan dat de partijen niet naar elkaar toe bewogen. Dat het een beetje verstaarde verhoudingen waren. Ik denk dat we dat best wel kunnen herkennen, want het feit dat hier de gemeenteraad over nota van uitgangspunten een soort scheidsrechterfunctie heeft om kaders te bepalen, komt een beetje daar vandaan. Maar ik zou ook heel graag willen weten vanuit uw positie als bewoners, van welke beweging is zichtbaar geweest vanuit de inwoners richting de planvorming. We hebben net al geconcludeerd dat noten van uitgangspunten in ieder geval een aantal dingen ten opzichte van het originele plan terugmanaged. Maar welke beweging heeft u ook als inwoners gemaakt, waardoor we kunnen zeggen de inwoners hebben ook een stukje ten opzichte van de oorspronkelijke positie bewogen richting compromis. Nou, wij wilden in eerste instantie helemaal geen hoogbouw. Maar wij hebben nu gezegd van nou, 4-5 is acceptabel. Dus daarin zijn wij ook tegemoet gekomen. Oké, dank u wel. Ik zie dat er verder geen vragen zijn. Dan dank ik u ook voor het inspreken. En dan ga ik naar de afronding van deze avond. Op maandag 13 februari gaan we verder met de tweede beeldvormende avond over dit onderwerp. Dan zal het college het raadsvoorstel toelichten en is er voor de raads- en burgerleden gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens deze avond gaat de gemeenteraad zijn beeld verder vormen over dit onderwerp. Op deze beeldvormende avond is het niet mogelijk om in te spreken, want daarvoor was deze extra avond is daarvoor ingelast. Tijdens de oordeelsvormende sessie van 6 maart is het wel weer mogelijk om in te spreken over dit onderwerp. Let op, conform het reglement van orde, artikel 4.6 lid 4, geldt dat inspreekreacties bij de oordeelsvorming geen kopie van de beeldvorming mogen zijn. Dus geen kopie van wat er vanavond voor is ingesproken en dus nieuwe feiten moet bevatten. Dat staat in ons reglement van orde. Ik zie nog één vraag van de heer Verheijen. Ja, ik wil graag toch wel een plek willen geven, hè, wat ik gevraagd heb aan twee partijen om met elkaar in gesprek te gaan, dat we ergens een plek gaan geven. En bij oordeelvorming vraag ik me af en kijk of dat niet te laat is. En wat dan krijgen we daar pas die mening door. En dan moeten onze oordeel vormen. Dus mijn vraag is, en misschien dat u dat ook kunt vragen aan aan Mastade en aan de groep. Of zij in staat zijn bij de volgende beeldvorming. Het is nooit beginnen een half uur eerder. Maakt me ook niet zo van uit. Of ze daar even het resultaat van hun gesprek zouden kunnen mededelen. En de heer Van den Boogaard heeft ook een aanvullende vraag. Ja, maar die is meer voor de volgende oordeelvormende sessie voor de ambtenaren en college misschien. Regelmatig is 80 woningen per vierkant of per hectare genoemd als zijn een heel groot pijnpunt. Ik kan me voorstellen als je gewoon een 4 hectare in een wijk zet waar de leemkuilen staan bijvoorbeeld, dat gaat een hoger percentage komt. Om maar eens te noemen. Want dit maakt onderdeel uit, integraal onderdeel van een hele grote wijk, waar een klein stukje inderdaad 80 woningen gaat bevatten. En ik kan me nog wel meer plekken in best aanwijzen, denk als je daar 4 hectare uitlicht, dat dat ook 80 plus wordt. Ik destilleer hier even uit uw vraag of bij de volgende sessie antwoord kan worden gegeven op wat in de hele wijk dan de dichtheid wordt. Of is het gewoon een... Oké, ik hoor de wethouder zeggen dat hij hierop terugkomt. Dan precies, wordt uitgezocht. Blijft de vraag van de heer Verheijen openstaan of inderdaad, en dan zal ik even met de griffie overleggen. Wij hebben de heer Verheijen, uw vraag zal worden meegenomen naar het presidium. Want dat is degene ook die de agenda bepalen. Zowel Mastade als
alle aanwezigen hier, maar ook de werkgroep of de bewonersoverleg, die weten nu dat wij het verzoek hebben gedaan om in ieder geval met elkaar in overleg te gaan. En dat wij dus vragen, maar daar krijgt u nog dus een terugkoppeling van na het presidium in welke vorm en of dat kan voor de volgende beeldvormende sessie. Meneer Verheijen, heb ik zo uw verzoek goed verwoord? Ik had het zelf niet beter kunnen doen. Nou, hartstikke mooi. Dan ga ik nou naar de afsluiting. Wil ik alle aanwezigen hier in de zaal, beneden in de burgerzaal, digitaal en hier aan tafel hartelijk bedanken. En dan zien wij elkaar in ieder geval op 13 februari voor het tweede deel. Dank u wel. Van harte welkom aan de raad en burgerleden hier aan tafel, publieke tribune. Mensen die, ik weet niet of er beneden nog mensen zitten, ook die natuurlijk van harte welkom. En alle mensen die digitaal deze sessies volgen van vanavond. Dan ga ik door met deel 2, het vaststellen van de nota van uitgangspunten voor het te ontwikkelen gebied De Boomgaard. En dit is de tweede beeldvormende avond. De heer Van de Boomgaard is niet aanwezig, hij vroeg het de vorige keer, maar ik zal het gewoon toch even zeggen. Wij hebben als streef eindtijd 10 uur. Dus dan ga ik proberen, net zo goed als de vorige keer, me daar weer aan te houden, samen met u. Door het presidium is op 19 december 2022 besloten om de beeldvorming in 2 avonden op te knippen. En daarmee een extra beeldvormende sessie te organiseren op 23 januari. Voorafgaand aan de start van de reguliere BOP-cyclus van dit onderwerp. Tijdens deze extra avond zijn insprekers in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te verwoorden. En daarvan hebben 7 insprekers gebruik gemaakt. Tijdens deze extra avond is aangegeven dat het goed zou zijn dat Mastade BV en de bewonersgroep De Boomgaard zonder hoogbouw met elkaar in gesprek zou gaan. Mastade BV en de bewonersgroep De Boomgaard zonder hoogbouw zijn via 1 vertegenwoordiger per partij uitgenodigd om vanavond hier verslag te doen van hun gesprek dat op 8 februari heeft plaatsgevonden. Het verslag daarvan heeft u in de stukken aangetroffen. Het vervolg van de beeldvorming vindt deze avond plaats en daarbij, zoals ik ook de vorige keer ook eindigde, is het niet mogelijk om opnieuw in te spreken. Wel wil ik graag van tevoren dus aangeven dat beide partijen, zowel dus Mastade BV als de bewonersgroep De Boomgaard zonder hoogbouw, in de vorm van 1 persoon de gelegenheid krijgt om dadelijk hun gesprek toe te lichten. Daarom heet ik ook van harte welkom alle aanwezigen van hetzij Mastade, hetzij van de bewonersgroep of andere belangstellenden. En degene die ook nog net aansluiten hier aan tafel. Even kijken, het gespreksverslag is toegevoegd aan de stukken een verbeelding van de planaanpassingen als gevolg van de dialoog en een terugblik op de participatie van 10 februari 2023 zijn op het RIS geplaatst. En dan begin ik nu met het woord te geven aan een vertegenwoordiger van Mastade. Ik heb geen naam doorgekregen, dus ik ga gewoon kijken wie er gaat opstaan. Voor een terugkoppeling van het gesprek. En u krijgt daar maximaal 7 minuten de tijd voor. En u weet ook van de vorige keer dat ik vrij streng ben in de tijd. De heer Vader heeft een vraag. U gaf net even de indruk dat er een verbeelding is toegevoegd op het RIS. Naar aanleiding van de gesprekken tussen Mastade en de werkgroep. Sorry? Ik begrijp dat dit bij de ingekomen stukken. Een verbeelding van de planaanpassingen als gevolg van de dialoog en een terugblik op de participatie van 10 februari op het RIS op de lijst van ingekomen stukken. En even ter verduidelijking, u krijgt natuurlijk na de hand de gelegenheid ook nog vragen te stellen aan degene die nu gaat spreken. Mevrouw Van Weert? Ik wil even de opmerking maken dat nu lijkt het alsof we allemaal niet goed voorbereid zijn omdat we die stukken, maar die hebben we volgens mij pas om 4 uur zo ontvangen. Dus dat is dus vervelend dat we nu eigenlijk niet goed voorbereid zijn. Dames en heren, eventjes voor de duidelijkheid voor de vraag die net werd genoemd. Het gespreksverslag van het gesprek wat dus recent heeft plaatsgevonden tussen Mastade en bewonersgroep Boomgaard zonder hoogbouw, die zit bij dit agendapunt. Alle overige stukken zitten bij de ingekomen stukken. Die heeft u inderdaad ook pas kort geleden gekregen, maar die maken ook geen deel uit van de besluitvorming. Dus vandaar dat die ook pas bij de ingekomen stukken staan en niet bij dit onderwerp.
Even kijken, we hebben inderdaad, om daar nog een reactie op te geven, het gespreksverslag aangeleverd. En bij het gespreksverslag zat een bijlage, wat onderdeel uitmaakte van het gesprek dat wij gevoerd hebben met de bewonersgroep. En we hebben het gesprek gevoerd met andere belanghebbende participanten. Dus was eigenlijk, dat hoorde bij elkaar, die twee documenten. En daarbij hebben wij eigenlijk nog een los document aangeleverd vanuit de communicatiepartij, waarmee we de participatie hebben opgepakt, om even een terugblik te geven over de participatie. Dus dat is eigenlijk het ingekomen stuk. Ja, er is ons dus de vraag gesteld om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. En daarbij uiteen te zetten waar we het over eens zijn, waar we het over oneens zijn. En waar we het mogelijk met elkaar over eens kunnen worden. Als we dan naar de tweede pagina gaan. Hebben we dus twee gesprekken gevoerd. Eén gesprek hebben we gevoerd met de bewonersgroep. En één gesprek hebben we gevoerd met de andere belanghebbenden. Daarbij zijn we beide gesprekken gestart met de toelichting te geven waartoe de afgelopen jaar de participatie toe heeft geleid. Tot welke planaanpassingen en wat de noten van uitgangspunten waar dat toe heeft geleid. En dat is in deze afbeelding. Hier gaan we niet te lang bij stilstaan, want dat heb ik de vorige keer al toegelicht. Mochten daar nog vragen over zijn, hoor ik die achteraf natuurlijk graag. Dus we kunnen naar de vraagstelling. Ja, waar we het met elkaar over eens zijn, is kort samen te vatten. Is, we zijn het erover eens dat er een woningbouwbehoefte is voor de starters en voor de senioren in Best. En we zijn het er ook over eens dat uiteindelijk de locatie geschikt is voor woningbouw. Dat was in het begin van de participatie niet. Daar was het van helemaal geen bouw op de planlocatie. En nu zijn we toch met elkaar tot de conclusie gekomen dat het geschikt is voor woningbouw. Alleen in welke hoedanigheid is dan nog de vraag? De moeilijke vraag is, waar zijn we het met elkaar over oneens en waar kunnen we het over eens worden? En daarbij wil ik heel even kort teruggaan naar het doel van de participatie. We hebben in het begin van het traject hebben wij een participatieplan opgesteld samen met communicatiebureau Sprinkels. En daarbij hebben we het doel van de participatie vastgesteld. En daarbij is informeren en raadplegen van de omwonenden en van andere de belanghebbenden. Dit hebben we dan ook gedaan. Waarbij niet het doel was dat alle participanten met elkaar eens moesten worden. Of dat alle participanten het eens over het plan moesten worden. En soms staan verschillende behoeftes gewoon lijnrecht tegenover elkaar. En dat is nu eigenlijk ook het geval gebleken in de participatie die we tot op heden hebben uitgevoerd. We hebben verschillende meningen vanuit de diverse participanten. Dus het is ook niet zo te formuleren. Waar zijn we het over oneens? En waar zijn we het en hoe kunnen we het eens met elkaar worden? Dus laten we gaan naar de samenvatting van de gesprekken. Waar we het over eens zijn, heb ik net al benoemd. Waar we het over oneens zijn, is het woningaantal. Van hoeveel, voor hoeveel woningen is de locatie geschikt? En daaraan de gerelateerde verkeersbewegingen, parkeerplaatsen aan het aantal. En er zijn verschillen in meningen over de bouwhoogte. Daarbij sommige participanten 12 bouwlagen echt te hoog vinden en zeggen maximaal 4. En andere participanten aangeven van nou, we hebben niet zo heel veel problemen met die 12. Maar bijvoorbeeld zien, nou, bijvoorbeeld omwonenden is dat wel een bezwaarpunt. Dus haal een aantal lagen ervan af en verdeel die over andere gebouwen. Zodat er in ieder geval voldoende woningen gebouwd gaan worden. Dus die twee liggen ook al best wel uiteen. Nou ja, daar zijn ook verschillende voorstellen in gedaan. Waarbij denk ik het goed is als de bewonersgroep dadelijk hun eigen voorstellen ook even toelicht. Dat ik dat niet ga doen. Andere voorstellen die zijn gedaan is, nou, de 120 arbeidsmigranten die zijn komen te vervallen. Maak daar woningen voor starters en senioren voor. Dus maak eigenlijk meer woningen dan die 300. En wat ik net al aangaf, haal de bouwlagen ervan af en voeg ze aan andere gebouwen toe. Zodat er voldoende woningen voor onze starters en voor onze senioren gebouwd gaat worden. En uiteindelijk wil ik er wel erbij zeggen, alle participanten hebben in ieder geval... Het gaat er niet om wie er nou gelijk heeft of wie nou de beste argumenten hebben. Want elke participant praat vanuit een ander perspectief en en heeft dus een andere mening. Even kijken. Heb ik daar nog iets aan toe te voegen? Om dus eigenlijk concreet antwoord te geven waar we het met elkaar over eens en oneens zijn, is gewoon een hele lastige vraag. Oké, dank u wel. En ook keurig binnen de tijd. Krijgen wij deze presentatie?
Dat is het enige, want ik vond het tabelletje met oneens, eens, zorgen. Die had ik niet eens op een rijtje en kon niet zo snel meeschrijven. Maar ik hoop dat ze aan een stuk worden toegevoegd. Dank u wel. Ik kijk naar de griffie en ik zie inderdaad ook vanuit die kant dat er wordt geknikt. Dus de presentatie zal op het rest worden gezet. De heer Meeuwis. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb twee vragen, mevrouw Van Vught, als dat mag. Ze vindt het zelf ook goed. De eerste vraag is, u schetst in uw inleiding dat het doel van de participatie was. Hè? Je kunt het wellicht niet met elkaar eens kunnen worden, maar de inwoners erbij betrekken. Dat deel is duidelijk. Maar de vorige keer is eigenlijk een aanvullende verzoek gedaan. Niet betreffende de participatie, maar eigenlijk tot een nader gesprek te komen om te kijken of er nog een soort schikking plaats kon vinden. En ik begrijp uit uw woorden dat eigenlijk het gesprek wel over is gegaan, verschillende uitgangspunten. Maar hebt u het idee dat er een soort onderhandeling heeft plaats kunnen vinden van waar ergens de middenweg gevonden kan worden? Heeft dat karakter ook gehad? Kom ik zo met vraag 2. Is eigenlijk al goed gezegd een onderhandeling. Ik vind niet helemaal dat wij het als onderhandeling moeten gaan zien. Er is een jaar lang gewerkt aan een stedenbouwkundige visie. En wij hebben daarbij participatie gevoerd om de inhoud van de omgeving en van andere belanghebbenden te filteren en te weten waar de zorgen zitten, waar de aandachtspunten zitten. En dat hebben we dus gedaan. Alleen om, er zit dus best wel een groot verschil tussen 12 bouwlagen en 4 bouwlagen. En ik zie het niet als onze taak om daarin in die zin te onderhandelen, omdat daar het verschil te groot in zit. En er zit veel meer achter een geschikte bouwhoogte. Het gaat over een veel grotere context, hoe die beslissing gemaakt kan worden. En daarmee wordt eigenlijk ook een beetje de deskundigheid van alle betrokken partijen, hè, zoals alle verschillende vakdisciplines binnen de gemeente, de ontwerpers vanuit de architect en vanuit de stedenbouwkundige onderuit gehaald, om dan te zeggen, nou, laten we tot de middenweg komen en dit is het. Ja, daar sta ik zelf niet helemaal achter om het op die manier dan te onderhandelen. Ik zag dat de heer Verheijen een aanvullende vraag had. Ja, ik wou het laatste stellen, maar ik wil graag even inhaken. U zegt vorige keer en vanavond expliciet dat u ervoor gekozen hebt om te informeren. U zegt dat heel expliciet om te zeggen van we hebben eenzijdig hebben wij gecommuniceerd. Daarbij kiest u er bewust voor, is uw keuze, om de participanten uit de directe omgeving even buitenspel te zetten. Even mijn woorden. Maar die komen dan later aan zet als de formele procedure gaat plaatsvinden. U merkt nu wel dat die participatie ook in deze raad wel belangrijk gevonden wordt. De hele omgevingswet spreekt eigenlijk dat participatie een heel belangrijke voorwaarde is. Als u terugkijkt, zegt u dan nog steeds, we hebben de goede keuze gemaakt. Want u zegt nu nog een keer expliciet van ja, al die experts weten het veel beter dan die mensen die daarnaast wonen. Dat zijn mijn vrije vertaling. Zegt u achteraf, we hadden misschien beter aan het begin van het traject participatie op andere kunnen insteken. En dan de experts aan het werk moeten zetten in plaats van andersom. Ik zei informeren en raadplegen. Dus wij hebben bewust gekozen om informatie op te halen. We hebben niet alleen maar eenzijdig geïnformeerd. We hebben heel veel sessies ook gehouden om juist informatie op te halen. En we hebben ook heel veel vanuit die informatie die wij hebben gekregen vanuit omwonenden en andere belanghebbenden, hebben we verwerkt in het plan. Alleen er zijn dus... Ik wil u vragen vanaf de publieke tribune om dit niet te doen. Krijgt u ook de gelegenheid om uw woord te doen. Dus het is niet alleen maar informeren geweest, want we hebben echt met elkaar aan tafel gezeten en gesprekken gevoerd. En zoals te zien was op het eerste plaatje, is het plan gewoon best wel ver aangepast. En om daarbij nog vraag op het antwoord te geven of ik dat de volgende keer weer opnieuw zou doen. Ja, ik denk het wel, omdat het is gewoon... een stedenbouwkundige visie op papier zetten en zo'n plan neerzetten is, hoe ga ik dat nou even benoemen? Daar zit gewoon heel veel kennis en inderdaad vakdeskundigheid achter. En wel altijd in combinatie met de omgeving. Dus. De heer Meeuwis, uw tweede vraag. Ja, mijn tweede vraag. Mevrouw Van Vught gaf in het begin even aan dat er verschil was tussen de 300 woningen waar Mastaat op inzet en 100 waar de bewoners op inzetten. En op het eind concludeert hij eigenlijk dat de 120 logies, de oplossing van 80 naar 200, die is vervallen als voorstel. Zoals u binnen de nota van uitgangspunten denk ik dan een verder uitwerking wilt gaan doen. Maar dat betekent dus dat er in totaal 420 woningen komen. Tel ik goed?
Wij hebben het woningbouwplan is circa 300 woningen. En voorheen hadden wij ingezet op voor de arbeidsmigrantenlogies van 80 uit te breiden naar 200. Dus dat was 120 meer. Dat was een voorstel vanuit de seniorenraad en de woningzoekenden van als die 120 arbeidsmigranten die nu zijn komen te vervallen, voegt die toe aan het totale plan. Dus dat er totaal die aantallen worden gehaald, alleen dan in een andere vorm. Alleen dat hebben wij niet verwerkt of zo in het plan. Dat is echt een voorstel geweest vanuit de participatie. De heer Meeuwis? Ja, en toch maak ik uit uw stukken op dat er sprake is, dan heb ik het over pagina 3 van het verslag, dat er over 500 wooneenheden gesproken wordt, waarbij de som lijkt hetzelfde aan te zijn. 300 waren het er, 80 plus 200 is teruggebracht naar 1 keer 80. En die 120 logies zijn toch woningen bij, waardoor ik niet anders kan tellen als dat we het hebben over 420 woningen worden gebouwd en 80 logies waren er al en die blijven er. Dat moet dan toch kloppen zo? Of? Ja, maar dat is dus een voorstel geweest vanuit de participanten. Dat is niet wat wij verwerkt hebben in het plan. De heer Canois. Ik heb een wat inhoudelijkere vraag met betrekking tot het aantal vierkante meters van de woning. Het is namelijk zo dat als de vierkante meters onder de 50 vallen, dat je dan geen private buitenruimte nodig hebt. En in het kader van menswaardig wonen en de creatie van de daktuin die er ook genoemd wordt in de stukken, vroegen wij ons af wat de plannen van Mastade hierover zijn, over zo'n private buitenruimte en hoe dat precies zit. Mevrouw Van Vught. Ik snap de vraag denk ik niet helemaal. De vraag gaat of dat wij bij woningen die kleiner zijn dan 50 vierkante meter een private buitenruimte maken. Is dat de vraag? Daar heb ik zo nog geen antwoord op, omdat we nog in de stedenbouwkundige visie zitten en niet op woningbouwplattegronden. De heer Canois? Ja, dat snap ik in zoverre ook. Alleen als ik zo het stuk doorlees, dan zie ik een hele lading buzzwords staan als collectief groen en ook door de vereniging van eigenaren bekostigd. Ik studeer zelf bouwkunde. Dat zijn uiteindelijk dezelfde woorden die ik ook zou gebruiken in mijn project om te zorgen om te verklaren aan mijn docenten waarom ik geen balkon hier heb gezet. Ik ga u heel eventjes onderbreken, want dit onderdeel gaat echt eventjes over het gesprek wat is gevoerd. Uw vraag kunt u dadelijk ook eventueel stellen als de wethouder en de ambtenaren aan het woord komen. De heer Kennis. Ja, mevrouw Van Vught, ik heb even een vraagje over het uitgangspunt van het gesprek wat u namens Mastade heeft gehad met de bewonersgroep. U zegt steeds, we hebben het plan aangepast, maar dan spreekt u over het oorspronkelijke plan van ruim 1,5 jaar geleden. Het gesprek is gegaan over de standpunten ten opzichte van het concept nota van uitgangspunten. Ik begrijp dat de standpunten nu bij beide partijen helder zijn en ook blijkt dat ze op een aantal punten ver uit elkaar liggen. Maar zijn jullie gezamenlijk ook dichter naar elkaar gekomen of hebben jullie louter gesproken over de nota van uitgangspunten? En wat jullie betreft zijn die nog steeds zoals ze op papier staan en wat de bewoners betreft is hun mening ook nog steeds hetzelfde zoals die 2 maanden geleden was. Is dat eigenlijk het nieuwe uitgangspunt nu? Jullie hebben wel uitgangspunten uitgewisseld, maar zijn niet nader tot elkaar gekomen. Nee, er zijn uiteindelijk nog steeds. We zijn nader tot elkaar gekomen, maar op betrekking tot de bouwhoogte, daar liggen we nog steeds uiteen met elkaar, dat klopt. Op welke punten bent u nader tot elkaar gekomen? Of heeft een van de partijen een klein beetje water bij de wijn kunnen doen om naar elkaar toe te komen dan? Want die punten dat u dichter bij elkaar bent gekomen, of minder ver uit elkaar, die heb ik nog niet gehoord op dit moment. Nee, ik denk dat dit ook mee te maken heeft omdat de bewonersgroep zelf nog niet gesproken heeft. Dus ik wil ook niet voor mijn beurt gaan praten om te gaan toelichten wat we nog willen toelichten over waar we wel of niet tot elkaar zijn gekomen. We zijn tot elkaar gekomen dat er gebouwd moet worden voor starters en senioren. Dat die behoefte, die hebben we met elkaar gevonden. Dat er woningbouw op de locatie kan komen. Dus uiteindelijk in de beginfase begin van de participatie was het geen woningen. En nu heeft de bewonersgroep toch aangegeven, 100 woningen op de locatie, daar staan wij, hoe zeg je dat? Daar zien wij, dat is voor ons voorspelbaar.
Dus daar zijn we tot elkaar gekomen. En wat ik ook, ik ben niet te diep ingegaan op, tijdens de gesprekken op welk woningaantal op welk hectare nou voorspelbaar is. Omdat dat ook vanmiddag, of sorry, vanavond wordt toegelicht door de projectleider in de presentatie. Dus daar heb ik me eigenlijk afzijdig over gehouden van hoeveel woningen kunnen er nou op deze locatie. Want er is natuurlijk afgelopen jaar hebben wij dat aantal niet, dat is niet uit de lucht komen vallen. Daar zijn heel veel onderzoeken voor uitgevoerd en heel veel werk zit daarin om tot dit plan te zijn gekomen. De heer Van der Kallen. Ik begrijp dus ook mevrouw Vugt, ik begrijp dus ook uit uw verhaal dat beide partijen ook overeen zijn gekomen dat woningbouw op deze plek, nou ja, geschikt zou zijn. En ik hoor net een percentage noemen van die een 100 woningen. Ik neem aan dat het van de bonusgroep vandaan komt. Duidelijk. Hoe kom je daarin nader tot elkaar? Want ik bedoel, 500 woningen of 100 woningen, ligt mijn opinie, ligt dat vrij ver uit elkaar. En is dat ook iets wat stedenbouwkundig of in die plan die er nu liggen is verwerkt? Want ik zie eigenlijk dat wel wat met die lagen is geschoven van wat hoger naar wat lager. Maar ik zie eigenlijk daarin ook nog niet echt aantal die daarin zijn aangepast. Nee, dat klopt. Want wij zijn inderdaad bij het uitgangspunt van die circa 300 woningen gebleven. Maar uiteindelijk hebben we naast een woningaantal, er zit veel meer context aan. Dus wil je 30% sociaal realiseren, 30% middensegment, wil je compact bouwen, wil je, er zit ook een hele grote groenambitie op. Al die elementen samen zorgen voor een aantal. Dus het is niet, het aantal staat niet op zich of het staat niet alleen. Dus als ik 30% sociaal, 30% middensegment voor de starters en voor de senioren wil bouwen, kan dat niet op 4 hectare met 100 woningen. Want dan krijg je vrijstaande kavels met vrijstaande woningen. En dat is niet de wens van een senior of van een starter. Dus het zijn allemaal schakels met elkaar die niet alleen overeind kunnen blijven staan. Het is altijd een gevolg van of een combinatie van. Duidelijk. Dus daarin ook dat jullie de keuzes dus inderdaad op deze manier hebben gemaakt. Even voor mij een verduidelijkende vraag. Dankjewel. Dan wil ik u bedanken voor uw toelichting en het beantwoorden van de vragen. En nodig ik graag de woordvoerder van de woninggroep Boomgaard zonder hoogbouw uit. Goedenavond. Dankjewel voorzitter, wethouders, raadsleden en alle buurtbewoners. Ja, dat wij namens Boomgaard zonder hoogbouw hier ook ons zegje mogen doen. Ik zal me eerst voorstellen. Mijn naam is Corine Bijnen. Ik ben bewoonster van uit de Zomereik. Ik ben actief lid van de bewonersoverleg Boomgaard zonder hoogbouw. En inmiddels zitten wij verdisconteerd in de stichting Boomgaard zonder hoogbouw. Ik kom even terug op de vraag die eigenlijk op 23 januari is gesteld. John Verheijen en ook D66... We hebben ook heel duidelijk gezegd van, ga nog eens een keer rond de tafel zitten en ga kijken waar de overeenkomsten en verschillen zijn en waar jullie elkaar ook even kunnen vinden. Nou, dat gesprek heeft plaatsgevonden afgelopen woensdag, 8 februari. Ik moet zeggen, ik vond het een heel prettig en constructief gesprek. Ik wil daar inderdaad nogmaals voor bedanken, maar dat hebben we ook al uitgesproken naar elkaar toe. Wie waren daar aanwezig? Nou, Vicky van Vugt, zojuist gesproken. Laurens van Voorst, dat is het communicatiebureau Sprinkels. Die eigenlijk altijd de klankbordsessies heeft geleid en ook de notulen heeft gemaakt. En wie waren er nog meer aanwezig? Sophie, wil je je hand even opsteken? Ja? En Frank Montulet, maar Frank is op vakantie. Helaas is er niet bij. We hebben bewust gekozen voor een iets andere samenstelling dan in de klankbordgroep. Omdat het liep niet altijd helemaal goed. En we hebben geprobeerd de rust te bewaren. En ons te focussen op de punten die er echt toe doen. En we moeten proberen tot elkaar te komen. Uit onze visie was dat eigenlijk een soort blanco stuk papier. En dan kijken naar de invulling. Hoe we de saldres op een manier kunnen invullen. Dat wij daar ook vrede mee hebben. Nou, allereerst, het is een beetje herhaling van facetten, maar ik wil hem toch even poneren. Waar zijn we het over eens? We zijn er over eens, er moet gebouwd worden. Er moet gebouwd worden voor onze jongeren en de ouderen in Best. En, daaraan toevoegt eigenlijk wel zelfbewoonplicht. En we komen van ver. Ik weet nog, vorig jaar januari, de eerste bijeenkomst in Quatre Bras. Iedereen was boos.
gebouwd worden, ons mooie stukje best, onze achtertuin. We willen niet bouwen. Inmiddels zijn we echt wel van inzicht gewijzigd, eigenlijk al heel snel. Er moet ook wel gebouwd worden en dit is ook wel een mooi stukje om te bouwen. Alleen niet op deze manier. Waar zijn we het nog meer over eens, en dat is eigenlijk niet genoemd, is dat het arbeidsmigrantenhotel niet uitgebreid wordt naar 200 plaatsen. Die 120 hebben we wel genoemd. Waar zijn we het niet mee eens, oneens, dat zijn onze vier punten. En die zijn nog steeds hetzelfde, ik hoorde het net ook al. Dus de Emile Clément eigenlijk al toegelicht in zijn presentatie. Geen hoogbouw. Die torens met accenten van 10 tot 12 willen absoluut niet. Geen massale woningbouw. We staan toe 25 woningen per hectare in de eerste instantie. Behoud van ons mooie populiere bos en het groen. Populiere bos is een koppeling tussen de groene poorten, de paljaard en de vleut. En als laatste de verkeersproblemen die ontstaan door in feite punt 1 en 2 zoals ik hiervoor al heb genoemd. Omwille van de tijd en om toch beter tot elkaar te komen hebben we het grootste pijnpunt genoemd. En dat is inderdaad het inzoomen op de hoogbouw. Daar zit echt op dit moment het pijnpunt waar we echt, wij willen geen hoogbouw en 12 etages. Hoe komen we tot elkaar? En wij willen geen wet van communicerende vaten, daar wat af en daar wat bij. Geen hoogbouw. Want wat hebben we wel gedaan? Want eigenlijk zouden we na 5 minuten eigenlijk al klaar geweest zijn. Dat vonden wij niet netjes en niet fair. En we hebben ingezoomd op de manier van participatie. En daar begon inderdaad Vicky eigenlijk ook mee van, wat is participatie en hoe kun je dat doen? En dat kun je op vele manieren doen. En Mastade heeft er heel duidelijk voor gekozen om te informeren. Wij, doordat de klankbordsessies zijn ingepland, zijn er 4 geweest, hadden het idee, dan kunnen wij in die sessies wat meer tot elkaar komen. Een stukje samenwerken. En tijdens het gesprek van woensdag is eigenlijk het woord co-creatie genoemd. En co-creatie wil zeggen dat je samen iets gaat ontwikkelen. Als co-creatie vind ik eigenlijk te vergaand, want wij zijn geen bouwdeskundigen. Maar wij kunnen wel degelijk aangeven wat wij wel passend vinden in onze wijk. De oplossing die wij voor ogen hadden in het co-creatie, is die hoogteaccenten eruit halen. En een onderbroken lijn maken op de Bossenweg van 4 etages. Datzelfde zie je eigenlijk ook terug in het stationsgebied. Daar heb je inderdaad ook een lange muur, zeg maar. Maar dan krijg je muurvorming. En dan komt er eigenlijk de angel eruit. Dat kan niet. Er is een intentieovereenkomst gesloten in november 2021. En daar is er gezegd dat er hoogteaccenten moeten zijn. En dat het geen langgerekte muur mag zijn. En daarnaast, ja, de nota van uitgangspunten, de conceptnota, die ligt allemaal bij jullie. Er staat ook heel duidelijk in dat dat niet mag volgens de stedenbouwkundige en de beleidsmakers. Deze nota die stuurt juist nou in de richting van veel zorgpunten en risico's die bij ons als bezorgde bewoners bestaan. Wij voelen ons nog steeds niet gehoord. Met alle respect, er is wel naar gekeken en er is wat geschoven in lagen, maar het sluit niet aan. Als ik kijk naar de nota op bladzijde 8 en 9, dan staat een kreet die echt de haren op mijn rug veroorzaken. In deze oksel is stedelijkheid zichtbaar op zijn plek. We hebben het hier over best. We hebben het hier over een dorp. Als ik kijk naar de visies 2020-2040, dan staat heel duidelijk dat verstedelijking volgens de Brainport-principes wellicht toegestaan is aan de zuidkant van West. Zuidkant, dan hebben we het over het Van der Valk Hotel, dan hebben we het over in de buurt van McDonald's. Daar past het ook beter. Maar ons gebied, u heeft nog een halve minuut. In de wijk de Saldres, dan zitten wij tegen het bosgebied aan. En onze natuurlijke barrière. Dus een hele goede tip aan de raad, beste raad, verzint eer gij begint. Houd rekening met het advies dat Paul Hoen ook gegeven heeft op 23 januari. Staat toe dat er weer terug naar de tekentafel gegaan moet worden. Hier kunnen we samen een co-creatie voor vormen. En we willen ook dat er betaalbare woningen gebouwd worden. Maar niet in deze hoedanigheid als voorgesteld wordt. Advies, keur de nota op onderdelen af. En ga alsjeblieft niet te snel. Laat ons daar ook een stukje in meehelpen.
We hebben ook een moodboard gemaakt. Die hebben we ook gepresenteerd in de presentatie. Wat wij wel willen. Trek de zomer. Gaat u afronden? Door. Is alles wat ik wil zeggen. Nou, helemaal goed. Dank u wel. En dan kijk ik weer rond of er vragen zijn. Zijn er vragen? De heer Meeuwis. De heer Vrijburg. De heer Bond. De heer Vermeulen. De heer Kennis. De heer Meeuwis. Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Bijn, ik wilde eigenlijk vooral ingaan op de elementen van het gesprek voor de nader onderhandelingsronde waar we u hadden gevraagd. Ik begrijp dat u de gelegenheid te baat neemt om nog even een andere stedenbouwkundige accenten te leggen. Die gaan we straks bespreken met de wethouder en zijn staf. Maar voor het gesprek wat deze raad vroeg aan u, beide partijen gaan nog een keer om tafel zitten, hadden we eigenlijk ook een beetje de hoop van, we zien beweging in de plannen bij Maastade. Er worden scherpe randjes afgemaakt. Er is de vorige keer ook uitgelegd van welke punten dat het minder zou kunnen, om met noten van uitgangspunten. En we hadden het idee dat bij u in de groep ook beweging te zien was. En onze hoop was niet opnieuw te beginnen in de co-creatie, eerlijk gezegd. Maar dan kleur ik misschien een beetje als mijn mening in. Maar om te kijken of het proces waar nu de toenadering voor het oprapen ligt, of het niet in de minne geschikt kan worden. En wat is nou precies uw positie nou geweest om met de beweging die bij Maastade zichtbaar was, om eigenlijk toe te werken naar het compromis ook van jullie kant? Is daar ook gesproken van op deze manier zouden we bijvoorbeeld op de accent van de hoogbouw, waar uw grootste probleem zit, als we dat op 8 lagen afmaken, ik verzin maar wat, zonder die communicerende vaart waar je het over had, zijn dat dan dingen waarvan je zegt, dan hebben we een acceptabel compromis? Is dat zo besproken met de Maastade? Het is opgenomen, dus we kunnen die passages terughalen. Maar wat er letterlijk is gezegd, is dat er niet tot een compromis hoeft te komen. Dat is letterlijk zo gezegd. En Sofie en ik hebben ook en Frank aangegeven van, ja, we zijn hier, die opdracht is gegeven. Wij willen daar ook een stukje in meedenken. We hebben op een aantal stukjes wel water bij de wijn gedaan. Die heb ik niet gehoord. Die allerlaatste sheet met die aantallen, daar zijn we ook van geschrokken. Want gaandeweg het gesprek is besproken ook dat het seniorenoverleg die 120 extra plaatsen erbij wil. Zodat je inderdaad op 500 komt. Daar schrokken wij enorm van. We hebben wel gezegd, hè, we willen maximaal 4 woningen per hectare, zodat je inderdaad op 100 woningen uitkomt. Toen hebben we wel gezegd van, god, gezien de woningnood, zouden we inderdaad ook in principe op kunnen trekken naar 150. Want dat is de max. Met een andere bouw kun je echt wel tot een aantal mooie en betaalbare woningen komen. Maar niet met deze hoogteverschillen en met deze kolossen. Dat gaat hem gewoon niet worden. En 100, 150 naar 300 is gewoon echt, is niet te overbruggen. Daar zit gewoon een heel groot verschil. En we hebben ze al van 100 naar 150 gegaan. En eigenlijk zijn we van 0 tot 150 gegaan. Is dat uw antwoord? Dank u wel. De heer Vrijburg. Dank u wel, voorzitter. Ik richt me even op een van die 4 punten waar u het over had. En dat ging voornamelijk over de 25 woningen per hectare die u het liefst zou zien. Ik vind het fijn dat jullie, net als ik, heel erg zijn voor het bouwen voor starters, senioren, dat die noodzaak eigenlijk gezien wordt. Maar Maastade geeft aan, er zijn meer woningen nodig om te bouwen, om überhaupt te voldoen aan de eisen voor wat lager in kosten zijn, de senioren- en starterswoningen. Dus er moet meer gebouwd worden om dat te realiseren. Nou, dat verhoudt zich dan wat minder met die 25 woningen per hectare. En jullie geven daarentegen het voorstel voor muurvorming aan 4 etage aan de Bosweg. Kan niet volgens het huidige nota, maar dat zouden jullie zien. Ik ben even zoekende hoe die wensen zich tot elkaar verhouden. Zijn dat dan ook 100 woningen daar maar in het totaal? Of zeggen jullie dan kunnen we het een beetje opplussen? Of hoe verhoudt zich dat? Daar hebben we het inderdaad ook over gehad. We hebben ook gezegd, het middenstuk is nog vrij leeg.
daar zitten wel wat grondgebonden woningen, zoals het nu ingetekend is. We hebben ook gezegd van daar zou je ook nog iets meer de hoogte kunnen. Bijvoorbeeld ja, kleine appartementjes van 3 etages. Met behoud van bos, zodat inderdaad er ook een natuurlijke wal voor de huidige bewoners ontstaat. Dus je zou anders kunnen bouwen. En ik denk ook wel dat mogelijk is. Maar uiteraard, wij zijn geen deskundigen. Maar eigenlijk zou dus iemand dus een berekening moeten maken van als we die bossen helemaal dichtzetten. Hoeveel woningen komen daar en wat heb je nodig? Maar nogmaals, dat is een voorstel. En verder zijn we daar ook niet mee gegaan. Dank u wel. Is dat een aanvullende vraag, meneer Snelle? Hij doet het. Ik begrijp uw zorgen heel erg goed, maar ik begrijp natuurlijk ook een commerciële partij als Mostade, die willen natuurlijk bouwen. Dus daar moet een compromis gevonden worden. Hebben hun aangegeven al wat hun minimum is? Want u kunt natuurlijk wel 100 roepen, maar misschien zeggen van dat is voor ons totaal niet interessant. Dus dan doen we niks. Is daar ooit in een gesprek al iets over gezegd naar elkaar? De aantallen zijn er niet genoemd. In onze gedachten. En dat op papier stond, zijn het er 300. De andere seniorenoverleg, die willen daar 120 bij. Plus die 80 huisvesting. Dus daar is niet echt een heel duidelijk standpunt over genomen. En dat... Zou u iets meer in de microfoon kunnen spreken, alstublieft? Excuses. Ja, inderdaad, voor die aantallen is niet echt een duidelijk standpunt ingenomen. En de aantallen zijn onduidelijk. Ik moet zeggen, de afgelopen maanden was er bij ons in de groep ook van over hoeveel woningen wordt er nu gesproken. Zijn het er 300? Zijn het er 500? Inclusief arbeidsmigranten, exclusief arbeidsmigranten. Dat is niet duidelijk. Ik zou er ook aan toe willen voegen, want die vraag heb ik eigenlijk niet behandeld. Volgens mij bij meneer Meeuwis kwam dat ook een stukje naar voren. Natuurlijk moet er gebouwd worden voor jongeren en natuurlijk hebben we woningnood. Maar waarom moet dat precies in onze achtertuin? Er is nog zoveel grond in West. Wethouder heeft in april of in oktober daar nog een betoog over gehouden. Er ligt nog heel veel grond en de afgelopen 10 jaar is er ontzettend veel gebouwd. Dijkstraten, Steegse velden, zoveel bijgekomen. Maar nooit zijn deze normen gesteld. Dus mevrouw Bijne, ik begrijp, hè, want dit is het opstapje. Dat snap ik, daarom dat ik u toch heel even onderbreek. Want dit is inderdaad het betoog wat de vorige keer is gehouden. En we moeten ons ook even gezien de tijd en de gesprekken die we dadelijk nog gaan hebben, toch enigszins beperken inderdaad tot het stuk wat, of tenminste het gesprek wat is geweest. Meneer Snelle, ik denk, ik ga ervan uit dat uw vraag beantwoord is, dan ga ik naar de heer Bond. Ja, dank u wel. Dank voor uw inbreng. Dat is een beetje een ingewikkelde vraag misschien. Ik ga hem toch gewoon wel stellen. Is het beeld van participatie bij de bewonersgroep, zullen we zeggen, of de stichting waar u over praat, hetzelfde geweest als Mostade daarover dacht? Want ik begrijp een beetje dat ja, het is ontevredenheid, not in my backyard. We willen graag meedenken of meebeslissen misschien ook wel. Terwijl participatie misschien door Mostade gezien wordt als zijn, ja, we informeren, raadplegen hoor ik net. En dat een heel ander, dat helemaal uit elkaar loopt. Heeft u daarover met hun gesproken? Want daar zitten we nou op hetzelfde level met elkaar te praten. Denkt u als bewonersgroep misschien wel, ik heb inbreng, dus ik kan daarin heb ik een bepaalde vinger in de pap? Of komen we tot een compromis? Of gaat de hoogbouw helemaal weg? Terwijl Mostade denkt, ja, we doen raadplegen, informeren, dat ze het level participeren wat wij in dit project doen. En dus dan wijk je helemaal af van, of praat je langs elkaar heen volgens mij. En niet in de langs elkaar heen praten als we zijn het niet met elkaar eens. Heeft u een ander beeld van participatie dan Mostade? Dat is mijn vraag. U raakt precies de kern van de situatie. Participeren is vormvrij. Dat vind ik ook inderdaad ook aangegeven. Mostade heeft met name gedacht van informeren is voldoende. En wij als bewoners hebben altijd gedacht, er is een klankbordgroep, dus we kunnen ook meedenken,
zodat het een stukje een samenwerkingsverband wordt. En dat er ook naar ons geluisterd wordt en dat we daar ook een stukje in meewerken. En dat heeft echt wel een clash veroorzaakt het afgelopen jaar. Ik heb daar geen andere woorden voor. En dat is jammer. En daarom vond ik het gesprek ook zo goed, want dit is echt uitgesproken nu van, dit zijn gewoon twee uitersten. En als je ieder een eigen standpunt hebt, dan kom je nooit tot elkaar. En daarom vind ik het jammer dat bijvoorbeeld de gemeente, die daar ook van af wist, nooit daar een halt toe geroepen heeft van, luister eens, kunnen we niet op een of andere manier tot elkaar komen? Dan had dit zover niet hoeven te komen, denk ik. De heer Bont? Maar daar heb ik een stelling, mag ik dan even op reageren, dan ben ik er klaar mee. Maar het participeren is niet per se het met elkaar eens worden. Worden uit en water bij de wijn, maar het is vormvrij en je kan daar, het is niet wettelijk voorgeschreven hoe je dat moet doen. Dus. Oké, de heer Vermeulen. Oh, ik zie nog. Nou, de heer Vermeulen en daarna de heer Kennis, dus ik kan nu weer onder op het lijstje erbij zetten. De heer Vermeulen. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben bij de allereerste gesprekken geweest. Dat was Kim Stade, die gaf daar een toelichting bij het ABAP-gebouw. En toen ging het er ook over. En toen was er nog geen stichting, maar jullie zaten al met de hak in het zand van, er komt gewoon nog geen hoogbouw. Dus daar is het al begonnen. Dus jullie wilden permanent geen hoogbouw hebben. En dan zit ik zit even naar zijn tekening te kijken hier. En iedereen praat over het productiebos wat er staat. En volgens mij is dat privé-eigendom van mijn staat op het moment. Dus voor hetzelfde geld zetten ze gewoon een hekwerk omheen. Maar dat willen ze niet. Ze willen daar gewoon netjes bouwen. En ze hebben ook gezegd daar, waar het productiebos is, willen ze ook bomen neerzetten. Dan vraag ik mij af, die mensen die wonen in Zomerrijk, u woont ook in Zomerrijk, dacht ik. Hè? Als u naar buiten kijkt, kijkt u tegen die boom aan. Als daar zeg maar 250 meter verder een hoogbouw staat van 12 verdiepingen, maal 3 meter, 36 meter, ziet u die hoogbouw niet staan. Waar is nou precies het bezwaar met die hoogbouw? Ja, u kunt wel lachen op de tribune, maar het is wel zo. Ik ga nogmaals even vragen om dit soort signalen en ook handgebaren die ik zie achterwege te laten. Dat vind ik niet respectvol naar degenen die hier aan het woord zijn. Geven. Als je het in eerste instantie hadden we het over 17 etages. En 17 etages, dan heb je ongeveer een hoogte die overeenkomt met een kermis, een reuzenrad op een kermisattractie. Als u daar eens in gaat zitten, dan ziet u hoe hoog u kunt kijken. Dus die bomen, dat is hoeveel meter is het? 20? Ja, en 17 meter kom je misschien aan 50 meter. Dus er zit een heel groot verschil. Dus je kijkt wel degelijk naar de hoogbouw toe. 12 etages wordt minder, maar nog steeds zijn die bomen. Het zou fijn zijn als het bos blijft staan. Dan is het een natuurlijke buffer en een barrière. Maar van welke kant ook, je blijft tegen hoogbouw aankijken. De heer Vermeulen. Ik denk, maar goed, ik ben geen deskundige en ik heb het al een keer gevraagd aan mijn staat om dat aan te tonen. Als u in die tuin zit en er staat een boom van 8 meter en we pakken het schuine vlak, dan kan het wel 100 meter hoog bouwen. Dan ziet u die volgens mij niet. Maar goed, ik ben geen deskundige op dat gebied. Dank meneer Vermeulen, ook u ga ik vragen om uw vraag dadelijk ook aan de wethouder en de ambtenaren te stellen. Want ik krijg hier ingefluisterd ook dit dadelijk, net als de vraag van de heer Canoa, dadelijk aan bod gaat komen. De heer Kennis. Dankjewel, voorzitter. Ja, dankjewel, mevrouw Bijnen, voor uw woorden. Ik had eigenlijk twee vragen. Heeft u het gevoel dat Mastade serieus geprobeerd heeft om in welke vorm dan ook een beetje richting de vraag van de bewonersgroep te komen? De tweede vraag is, heeft u ook serieus het idee of de bewonersgroep, los van het feit, ja, we wilden eerst niet bouwen en nou mag het, en een aantal eraan hangen. Maar los van die vraag, maar of jullie serieus ook in de richting van het bouwen van woningen op die locatie, in welke vorm dan ook, een klein beetje geprobeerd hebben om naar de ontwikkelaar toe te komen. Dus twee vragen. Van hun naar jullie, van jullie naar hun. Mag ik daar een eerlijk antwoord op geven? Vraag 1, nee.
Vraag 2. Ons moedbord. Trek hetzelfde met de S-Doornhof. Trek deze woningen door. Dat je een mooie wijk hebt en een mooi uitzichtpunt. En pak dan sociale woningen aan het middenkant en aan de zijkant van de Bossenweg. Plaats daar hoofdbouw. Dat is eigenlijk de water bij de wijn. Wij wilden geen hoogbouw. En dit hebben we wel zoiets van, ja, er moet wel gebouwd worden. Dus dit is onze geste. Dus wij doen wel zeker water bij de wijn. Want we stappen echt van onze principes af door te zeggen van, ja, goh, ja, dan maar een klein beetje hoogbouw aan de Bossenweg. Aan maximaal 4 etages. En dat heeft het AWAP-gebouw nu ook. Dus die trekken we door. Maar meer, dan krijg je handjeklap. En daar hebben we begin inderdaad al van gezegd, dat gaan we niet doen. Want dan ga je in aantallen. En dat zie je nu op die plaatjes ook. Dan gaat er daar wat af en dan komt er daar wat bij. En dan krijg je van die communicerende vaten. Het is geen handjeklap. Het is gewoon een mooi stukje bed waar we ontzettend trots op zijn. En waar we heel graag wonen, met z'n allen. En dat willen we heel graag behouden. En we willen een stukje aan de gemeenschap teruggeven. Omdat we zien dat woningnood echt is. En dat we er iets aan moeten doen. Maar dat hoeft niet alleen in onze achtertuin. Er zijn andere plekken in West waar dat ook geschikt voor is. En die zijn er nu ook. En de afgelopen 10 jaar. Maar oké, okay, ja. Mag ik niet zeggen. Ik voel hem al aankomen. Ja. Meneer Kennis, is uw vraag beantwoord? Ja, laat ik maar ja zeggen. Als laatste de heer Snelle. Ja, goeiedag. Ik ga niet terugkomen op de vraag van de heer Kennis. Ik heb wel een andere vraag. De nota van uitgangspunt is eigenlijk toch een heel belangrijk dossier waar we op dit moment over gaan praten. Is daar participatie geweest vanuit onze gemeente met de betrokken partijen om tot die nota te komen? Of is die gewoon door de gemeente alleen opgesteld? Ik denk dat u die vraag dadelijk aan de wethouder kan stellen. Het dossier. Nota van de uitgangspunten. Nou, we hebben natuurlijk als bewonersoverleg met een paar mensen, zitten we 1 keer per maand bij de gemeente aan tafel. Etienne onder andere ook. Daar is wel over gesproken, maar niet over de inhoud. Het enige wat ons echt concreet is geworden, is de sessie van 23 november. Waarin niet alleen mensen van de bewonersoverleg, maar eigenlijk de hele buurt is uitgenodigd. Dat is eigenlijk de eerste kennismaking met de nota van uitgangspunten. En zijn eigenlijk alle facetten een stukje uitgelegd. Oké, dank u wel. Dan wil ik u bedanken voor uw inbreng. En dan las ik even de pauze die u net niet van mij hebt gehad. Die las ik nu heel even in. En gaan wij om 9:15 verder met het tweede deel. Maar voor de vragen aan de wethouder en aan de ambtenaren. Wij gaan verder met het tweede gedeelte van deze sessie, het vervolg van de beeldvorming. In het eerste gedeelte heb ik een aantal keer gevraagd om op een respectvolle manier om te gaan met degene die hier spreekt. We begrijpen dat het om een onderwerp ligt wat nogal wat emoties oproept. Maar wij willen ook als raadsleden het hier allemaal goed luisteren, goed kunnen afwegen om uiteindelijk ook een goede beslissing te kunnen nemen. En dat vraagt gewoon ook van iedereen om daar respectvol mee om te gaan. Dus ik wil u echt nogmaals vragen om dat te doen, zodat we ook met elkaar een goede vergadering kunnen houden. Dan ga ik door naar het volgende onderdeel. En daarbij heet ik welkom de heer Slijper als portefeuillehouder, de heer Koekoek vanuit de ambtelijke organisatie. Zij zullen dadelijk het volgende deel voor hun rekening nemen. Er zijn technische vragen ingediend door de fracties van Best Open, het CDA, PvdA GroenLinks. Deze zijn alle beantwoord op 13 februari. En de antwoorden op de gestelde technische vragen zijn toegevoegd aan de stukken van deze vergadering. Dan zal ik nu eerst het woord geven aan wethouder Slijper over het voorstel wat er ligt. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen het kort te houden. Hoe ga ik naar beneden? Want dat is rechts. Paaltje naar rechts. Ja. Ik wil een korte inleiding geven. Dan gaan we in op een aantal punten. En uiteindelijk, dat zal Etienne doen, de projectleider. Daarnaast zijn er een aantal vragen gesteld die we voorbereid hebben. Ik denk dat we aan het eind van dit stukje even moeten kijken hoe we daarmee omgaan. We zouden eventueel meteen antwoord kunnen geven op die vragen. We kunnen ook kijken welke vragen zijn en dat inventariseren en die meenemen. Maar misschien kunnen we eerst best even het stukje afmaken en dan kijken hoe we daarmee omgaan. Nou, ik zal mijn inleiding kort houden. Er is al meermalen gewezen op de grote woningbouwopgave. Daar ga ik niet meer in detail herhalen.
En de belangrijkste opdracht die ook volgens mij uit ons beleidsakkoord spreekt, is dat we moeten bouwen, bouwen en nog een keer bouwen. Ik wil wel terughalen dat deze woningsbouwopgave voor een aanzienlijk deel op inbreidingslocaties zal moeten plaatsvinden. En dat is ook, dat is al eerder aangegeven, conform het beleid. Inbreiding in principe voor uitbreiding. En dan toch even terzijde, kwam net weer aan de orde. Er is een soort misverstand dat we nog 1500 hectare bouwgrond hebben in Best. Dat heeft wethouder Dijkstra heeft iets over 1500 hectare gezet op 4 oktober. Alleen dat ging niet over bouwgrond, dat ging over agrarisch gebied. Landbouwgrond zou je kunnen zeggen, maar zeker geen bouwgrond. Want iedereen die weet hoe moeilijk het is om in het buitengebied iets te bouwen, weet dat je dat niet zomaar bouwgrond kan maken. Dus voorzitter, het is gewoon woekeren met elke hectare die ons beschikbaar is. Bij de Boomgaard hebben we eigenlijk alle uitdagingen die bij alle andere inbreidingslocaties ook zien. Verkeersafwikkeling, parkeerruimte, hoe ga je met groen om, hoogte en massa. En natuurlijk ook de omwonenden die hun omgeving zien veranderen. En zoals ik een paar weken geleden heb aangegeven, ja, die willen graag behouden wat hen dierbaar is. Dat begrijp ik ook wel. Maar wat dat betreft is de plan de Boomgaard niet anders dan elke andere inbreidingslocatie. Wat wel anders is de omvang van het project. Nu is het niet zo dat ook wel beweerd wordt dat op die 4 hectare we de hele problematiek van Best oplossen. Maar het is een vrij grote locatie. Ja, een van de grote ontwikkelingen op dit moment in Best. En bij de Boomgaard hebben we wel te maken met een aantal aanvullende uitdagingen, vernieuwende aanpak. Er is al wat over gezegd. Het eerste, we hebben in het vroeg stadium is gestart met een omgevingsdialoog. Dat ligt bij de ontwikkelaar. Die heeft er al wat over verteld. Er is net ook al wat meer over verteld. Hoe doe je dat op een goede wijze als je nog niet zo ver bent? Het tweede, en daar heeft u mij ook om gevraagd. U wilde graag vroeg betrokken te zijn bij een politiek geladen dossier. Nou, dit is wel een politiek geladen dossier, leek mij zo toe. En ik heb u geprobeerd ook in een vroeg stadium mee te betrekken. Dat betekent dat u nu een nota van uitgangspunten krijgt, die natuurlijk niet zo ver uitgewerkt is als een bestemmingsplan. Het is wat anders. Ja? Dus u moet eigenlijk op wat minder gedetailleerde informatie een besluit nemen. En het derde wat lastig is, dat is we zijn bezig met een project, een vernieuwend woonaanbod eigenlijk in de markt te zetten. Waar we een balans moeten vinden tussen enerzijds het dorpskarakter zoals het genoemd wordt en een stukje verdichting, stedelijke verdichting wordt genoemd, een beetje een zwaar woord. En dat is ook een uitdaging. Dus al die aspecten zullen overigens denk ik zo meteen in de discussie ook nog wel aan de orde komen. Dat is mijn inleiding en ik geef nu het woord aan de projectleider. Overigens, als toelichtende vragen lijkt me dat prima gesteld wordt, wil ik nog zeggen. Maar... Ja. Ik ga ervan uit dat u collega de heer Dijkhoff bedoelde, net. Dijkstra. Geen probleem. Voordat ik de heer Koekoek het woord ga geven, wil ik eventjes ook hier in de zaal vragen om echt tijdens de presentatie echt alleen hele dringende toelichtende vragen te stellen en andere vragen even te bewaren tot na de presentatie. De heer Koekoek. Ja, pak je aantekeningen. Ja, dank u mevrouw de voorzitter. De wethouder heeft net al een korte introductie gegeven. Dit is de inhoud waar ik het over ga hebben. Ik begin met het procesverloop. Dan een klein stukje over de ontwikkeling. En dan ga ik het vooral even hebben over de nota van uitgangspunten. Het stuk wat nu voor ligt. Het procesverloop. Ik klik hem even meteen door. Dan kunnen jullie meekijken. Het plan begon in maart 2021 met een principeverzoek van Mastade voor woningbouwontwikkeling in de Boomgaard. In november 2021 kwam er medewerking, principemedewerking en een getekende intentieovereenkomst. En in de loop van 2022 is er aan verschillende onderzoeken, een stedenbouwkundige visie, en participatie gewerkt, vooral vanuit de ontwikkelaar en getoetst door de ambtelijke organisatie. Rondom de zomer van 2022, Q3, is het besloten een tussenstap te maken in het proces door een nota van uitgangspunten op te stellen. De inhoud en de reden daarvan kom ik zo meteen op, maar dit is het proces tot nu toe. De wethouder heeft dit net al kort toegelicht, maar een ontwikkeling zoals deze vraagt om een creatief en innovatief plan, wat we voor een deel van die creativiteit ook bij de markt weg moeten leggen. We hebben in Best een enorme woningbouwopgave. Volgens mij gaat het om 4100 woningen, als ik het goed zeg. Want Best wil een comfortabele woongemeente zijn, waar voor alle doelgroepen ruimte is. Doelgroepen waar extra ruimte voor nodig is, zijn starters en senioren. Jan-Willem zei het net al, inbreiding boven uitbreiding. We willen niet het buitengebied volbouwen met woningen, daarom moeten we inbreiden. Maar dat betekent wel dat je soms in de dorpsomgeving een stedelijk programma kwijt moet.
Er zijn twee locaties in Best die zich daar redelijk goed voor lenen. Dat zijn de Boomgaard en de stationsomgeving. En als ik het heb over een stedelijk programma, gaat dat over het stapelen van woningen. En dan gaat dat dan niet om grondgebonden woningen. Nou, in zo'n proces ga je zoeken naar het combineren en het slim combineren van functies. We willen een groene en gezonde leefomgeving. Het moet een duurzaam verhaal worden met groene. Je wil groen energieverbruik hebben. Je wil circulair met je materiaal omgaan. De mobiliteit wil je misschien ook niet zo klassiek als het maar zijn kan. Je wil mensen stimuleren de fiets te pakken. Je wil mensen stimuleren de auto te laten staan of de deur uit te doen. En misschien de deelmobiliteit gebruiken. En de voorzieningen, daar bedoelde ik eigenlijk parkeervoorzieningen mee. Met het woordje parkeren is weggevallen. Ja, ook daar moet je slim mee omgaan. Misschien heb je nu, als je een plan ontwikkelt, meer parkeerplekken nodig dan dat je dat over een aantal jaar hebt. Nou, dit soort punten en randvoorwaarden voor ontwikkeling wil je meegeven. Nou, is in de intentieovereenkomst niet als zodanig gedaan. Er is gewerkt naar een plan. En terwijl er al redelijk uitwerkstedenbouwkundig plan lag, heeft de gemeente toch besloten, we maken een tussenstap. We gaan een nota van uitgangspunten maken. Wordt een tussenstap in het proces en de gemeente pakt de regie om kaders te gaan schetsen voor die ontwikkeling. Nou, die uitgangspunten, ik heb het net al even over het type ontwikkeling gehad. En die uitgangspunten zijn opgesteld op basis van beleid, visies, de omgevingsvisie, afspraken die er zijn, regionale afspraken bijvoorbeeld over wonen. En dat allemaal samen is een ambtelijk advies geworden wat de nota van uitgangspunten is. Nou, het ambtelijk advies hebben wij opgesteld en is door het college overgenomen in de laatste collegevergadering van afgelopen jaar. En dat is als zodanig naar de raad gebracht. Nou, de belangrijkste thema's, los van de normale randvoorwaarden voor goede ruimtelijke ordening, daar moet altijd aan worden voldoen, zijn de thema's stedenbouw, het programma, dus het gaat over wonen, het gaat over verkeer en parkeren en het gaat over groen in de openbare ruimte. Dat zijn de thema's die het meest leven in de omgeving, maar ook de thema's waar wij het duidelijkste randvoorwaarden voor wilden opgeven. Nou, in het proces van die nota van uitgangspunten hebben wij besloten ook de omwonenden, niet alle belanghebbenden, maar vooral de direct omwonenden, te informeren en ook deels te raadplegen. Dit is eerder vanavond volgens mij al benoemd, maar op 23 november is het avond geweest in de Prinsenhof. Er zijn een hoop raadsleden ook bij geweest, waar wij als gemeente de nota van uitgangspunten hebben toegelicht. In vier hoeken was een soort uitgangspuntencarousel. Alle aanwezigen konden langs de vier uitgangspunten om daar aan de ene kant te horen wat zijn nou de belangrijkste uitgangspunten die wij hebben opgesteld. En twee, wat zijn de zorgen en de kansen die ze zien op deze ontwikkeling. Het idee voor ons was die avond om te informeren en op te halen wat er speelt, maar niet om samen als een soort zienswijze het stuk op te stellen. Die kansen en zorgen, of die zorgen en kansen, en welke voor je ook woorden je ze wilt noemen, hebben jullie kunnen lezen in het verslag van de informatieavond. Als je denkt, dat zijn wel heel veel zorgen, dat zijn wel heel veel kansen. We hebben iedereen briefjes gegeven per thema. Schrijf je kansen op, schrijf je zorgen op. En we hebben, om een zo goed mogelijk beeld te geven, en jullie ook voor de beraadslaging en straks voor de besluitvorming, een zo goed mogelijk beeld te kunnen vormen, hebben we alles opgeschreven wat wij die avond gehoord hebben. Nou, hetgene wat wij het meeste hoorden qua zorgen ging over wat jullie waarschijnlijk niet compleet onbekend zal voorkomen, over de dichtheid, over de hoogte en over de aantasting van het dorpskarakter. Daarnaast zijn er een hoop zorgen over de doelgroepen, al dan niet de combinatie van de dichtheid, de hoeveelheid mensen op elkaar. En er zijn zorgen over het parkeren en het verkeer. Dan gaat het met name over de parkeerdruk, wordt er niet in de naastgelegen wijk geparkeerd en de ontsluiting en wordt het niet te druk op de omliggende wegen. Nou, naast de zorgen die wel iets groter aanwezig waren bij de omwonenden dan de kansen, waren er dus wel kansen. Woningen voor Bestenaren, men ziet in dat het een locatie is waar genoeg gebouwd kan worden. En die woningen ook voor starters en senioren, doelgroepen waar ze voor nodig zijn en waar in deze omgeving ze goed kunnen landen. Daarnaast kansen voor duurzaamheid. Ja. Hoe gaan we nu verder? We hebben vanavond de tweede beeldvormende avond op 23 januari. Hebben jullie al de insprekers gehoord en op 6 maart vormen jullie verder een oordeel. 20 maart volgt er een besluit en als er dan een nota van uitgangspunten ligt die vastgesteld is, kan de ontwikkelaar Mastade daarmee verder om een plan te gaan maken. Nou, zij gaan een nieuwe stedenbouwkundige visie maken. Die gaan wij als ambtelijke organisatie gaan we die toetsen, daar gaan we wat van vinden en daar gaan we mee aan de slag. Tegelijkertijd wordt het proces voor een anterieure overeenkomst opgesteld. Een aantal van de raadsvragen komt ook terug voor, goh,
Zijn er afspraken over? Is dat geregeld? Nou, in die anterieure overeenkomst gaan wij de meeste dingen met ontwikkelaar regelen. Maar die moeten wel gemaakt en opgesteld worden. En wanneer die stedenbouwkundige visie, als daar overeenstemming over is, als die anterieure overeenkomst getekend is, dan komt er ook een ontwerpbestemmingsplan. En in dat bestemmingsplan worden alle zaken met betrekking de goede ruimtelijke ordening geregeld. Zijn er voldoende parkeerplaatsen? Is de bodem goed? Allerlei dat soort zaken, allerlei randvoorwaarden voor die ontwikkeling. Dan gaat het niet om stedenbouw, maar echt over de ruimtelijke ordening, worden in dat bestemmingsplan geregeld. Nou, dan hebben we het nog een klein stukje, wil ik het even hebben over de borging van die kwaliteit en de uitgangspunten. Want we hebben als ambtelijke organisatie hebben hard gewerkt om zo'n nota van uitgangspunten op te stellen. Straks wordt die vastgesteld, maar hoe borgen we nou dat die uitgangspunten ook, dat blijven daar voldaan worden? We streven een hoog kwaliteitsniveau na met een ontwikkeling op deze locatie. Dus willen we ook dat dat gebeurt. Nou, allereerst is de ambtelijke begeleiding en toetsing. Een stedenbouwkundige visie, een stedenbouwkundig plan dat bij ons binnenkomt, dat toetsen wij. Daar vinden wij wat van en daarmee borgen we de uitgangspunten. Maar uiteindelijk gaat zo'n plan verder. De woningen worden ontwikkeld. En ook na een bestemmingsplan willen wij er soms iets van vinden. We zijn er nog niet helemaal uit hoe we dat gaan regelen. Daar komen we bij het bestemmingsplan bij terug, maar er zijn vormen met een stedenbouwkundige supervisor die vanuit de gemeente meekijkt of het ontwerp past. Of een kwaliteitsteam met bijvoorbeeld een stedenbouwkundige en een architect. Als het zover komt dat er een bestemmingsplan aan jullie voor ligt, zullen wij dat verder toelichten. Maar zo zorgen wij dat de kwaliteit ook richting de toekomst gewaarborgd blijft. Dan, en dan kan ik ook Jan-Willem het woord geven, waar wij dus over een aantal vragen die op 23 januari gesteld zijn en waar we op terug zouden komen, hebben we ook wat sheets voorbereid. En daar zouden wij zo op door kunnen gaan als daar de vraag naar is. Ik kijk even naar de vier vragen, de vier onderwerpen waar het over gaat. En gezien het aantal vragen wat ook schriftelijk is gesteld en wat ook net ook nog even naar voren kwam, denk ik dat het zeer waardevol is om deze nu al te behandelen. Want mogelijk dat daarmee een aantal vragen al worden beantwoord die anders gesteld gaan worden. Changer of? Ja, dat is goed. Ik blijf wel even staan. Ja, participatie. Er is mij door een aantal gevraagd. U heeft dat ook aan Marstade en ook aan de omwonenden gevraagd. Wat vindt u van de participatie? En het was al aangekondigd dat die vraag aan mij gesteld zou worden. Dus ik denk daar zal ik hem ook wel eens voorbereiden. Het eerste wat ik even wil zeggen, er is niet sprake van één participatie. Je zou zeggen, er zijn een aantal sporen die hebben plaatsgevonden. Het eerste spoor is Marstade, die een omgevingsdialoog heeft gevoerd. Het tweede is, daar kom ik zo meteen op, dat wij aanvullend eigenlijk een werkgroep hebben opgestart om dat proces met de omwonenden en goed uit te leggen. Het derde is het stukje participatie rondom de nota van uitgangspunten. En je zou kunnen zeggen, het vierde is het stukje hoe u als raad met de inspreker omgegaan is, waar u een aparte sessie van heeft belegd. Heeft allemaal iets te maken, denk ik, met hoe we met omwonenden, maar ook anderen met inwoners zijn omgegaan. Het eerste eventjes over de boomgaard. Ja, dat is de participatie met de omgeving geweest, de omgevingsdialoog. Dat is een pilot in de zin van de omgevingswet. Het is verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer, die heeft die verantwoordelijkheid op zich genomen, ja. Maar hij is vormvrij, is gezegd, ja, het is een proces, er zijn wel procescriteria aan. En het is ingevuld door bijeenkomsten en klankbordgroep. En wij zijn als toehoorder wel eens aanwezig geweest. Ik geloof, nou, dat staat er allemaal, hoef ik niet te herhalen. Ik kan er eigenlijk formeel niet zo heel veel van zeggen, want het hoort niet bij ons. Ik kan wel mijn observatie geven als u dat op prijs stelt. En als u niet op prijs stelt, ga ik denk ik toch doen. Allereerst wat je een beetje merkt is, het doel van de participatie is bij de groepen totaal verschillend. Het viel mij heel erg op. Verleden keer was geloof ik de heer Clement en die gaf in zijn presentatie aan dat in zijn optiek het doel van de participatie was de bestaande buurt met de nieuwe plannen te verbinden. Dat is niet zoals het in de omgevingswet staat. Daar staat dat een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden, burgers enzovoort enzovoort. En bij het proces van de besluitvorming over een project en activiteit. Dus de doelen blijken al in ieder geval niet helemaal overeen te stemmen. Want volgens omwonenden ben je er dan niet uit als je het niet met elkaar eens bent. Terwijl als je het vanuit de omgevingswet kijkt, dan kan het ook best zijn dat je, het werd al genoemd, niet met elkaar eens bent. Het tweede is dat ik ook opmerk dat er een verschil is in een rolopvatting, zou ik als willen zeggen. Bij Marstade is het informeren en eventueel adviseren. Ja? Terwijl, en dat viel verleden keer ook sterk op, werd gezegd, laten we met een wit papier beginnen, een soort co-creatie neer te zetten.
Ja, dat is wel heel iets anders. Ik weet misschien bij het stationsgebied hebben we die situatie ook gehad. Daar hebben we vrij scherp afgebakend wie mee co-creëert, wie adviseert en wie informeert. En het derde wat mij daar opvalt is dat er nog wat verschil in perceptie is. Maastade heeft het beeld, we zijn aan het begin van een lang traject waar nog veel moet gebeuren. Terwijl ik telkens bij de omwonenden wel een beetje het idee heb dat ze hebben, ja, er moeten nu een hele hoop besluiten genomen worden. Want we zitten al een beetje aan het eind van het traject. Verder heb ik daar geen oordeel over. Ik zie gewoon, ja, die verschillen zijn vrij groot. En je ziet het eigenlijk een beetje terugkomen in de discussie die nu plaatsvindt. Het tweede is... De heer Verheij heeft een toelichtende vraag. Ja, u legt nu een beetje de verantwoordelijkheid bij Maastade de omwonenden neer. Maar u heeft ook het bestuur voor beleidsakkoord ondertekend. En daar staat toch een hele actieve rol bij wettelijke verplichtingen participatie, ook voor het college in de participatie. Ja, en die hebben we ook opgepakt. Daar ga ik nu verder over in. Ja. Kom ik daar op terug. Ja, ik noem vier sporen. Hè. En het eerste spoor, dat heb ik uitgelegd hoe het daarmee omgegaan is. Het tweede spoor is, omdat wij zagen dat het allemaal niet zo geweldig liep, hebben wij een regulier overleg tussen gemeente en bewonersgroep ingesteld om vooral uit te leggen hoe het proces in elkaar stak. En ja, om de reacties uit eerste hand te horen. Dat moet ik zeggen, is wat teleurstellend verlopen. Want je merkt gewoon dat de tegenstellingen daar vrij groot zijn. Om een voorbeeld te noemen, we hoopten dat we als we dat goed zouden neerzetten, dat voldoende vertrouwen zouden wekken. Dat het proces eigenlijk zo zou lopen dat iedereen voldoende zijn verhaal zou kunnen vertellen. We hadden aan het begin een keer een WO-onderzoek, oud-WOP-onderzoek verzoek gekregen. Dat hebben we nu weer gekregen. Dus dat geeft toch een beetje aan, daar zit spanning op. Ik vind dat wat jammer dat het zo verlopen is. Van de derde trekt is de van uitgangspunten. Daar ligt die verantwoordelijkheid echt wel bij ons. Volgens mij hebben wij die ook opgepakt. We hebben daar een noten van uitgangspunten gemaakt. We hebben daar een sessie over gehouden waar het doel was te informeren en zaken op te halen. Die zaken die we opgehaald hebben, die hebben we in principe verwoord in een nota die hier ter discussie ligt. Zodat u in principe daar op een verstandige wijze de discussie over kan voeren. Dan heb je nog het vierde traject. Dat is eigenlijk niet het traject dat u zelf hebt ingesteld. U heeft op zich heeft u ook gezegd dat u eigenlijk een aparte sessie wil houden waar iedereen de mogelijkheid heeft om in te spreken. Dus ook u heeft een platform eigenlijk gegeven om nog een stukje, misschien niet participatie te, maar in ieder geval aan te geven en de mogelijkheid te geven voor inwonenden, maar ook omwonenden, om hun, hun verhaal kwijt te willen. Wat vind ik er nou van? Ik vind op zich, als je kijkt naar zijn partijen voldoende gehoord en hebben zij hun verhaal kunnen vertellen? Ja, ik denk dat dat wel het geval is. Voelen zij zich gehoord? Nee, daar zit een beetje een probleem. Dat hebben ze niet. Maar de beelden zijn ook erg verschillend, vind ik, hoe je met participatie om zou moeten gaan. Vind ik ook dat die participatie, laat ik zo zeggen, ik vind ook, er zit een zeker onbalans in. We hebben verleden week op participatie gehad over stationsgebied. Er waren ook een aantal jongeren aanwezig. Die hebben hier eigenlijk helemaal niet ingesproken. De afgelopen keer, er is een brief naar de Kamer geweest van minister De Jonge, waar ik aangeef, die participatie, daar moet toch eens over nadenken. Want een bepaalde partij, die hoor je helemaal niet. Dat zijn de mensen namelijk die huizen willen hebben. Die komen niet langs, die vertelden daar niks over. Maar die zijn er ook. Want we gaan de 300 appartementen, hoop ik tenminste, in ieder geval een aantal appartementen bouwen. Nou, dit is even mijn beschouwing over de participatie. Ik kijk even of er over... Ik zal eventjes een korte intermezzo doen van, zijn er over dit onderdeel vragen, voordat we verder gaan met het volgende? De heer Krol? Ja, ik denk, wij delen de opvatting dat er in ieder geval verschillende verwachtingen zijn geweest bij de participatie. Als je daarop terugkijkt, vind je dan dat we als college daar een informerende rol hadden moeten hebben in het begin, van wat mensen zouden mogen verwachten? Wat betekent participatie? Zijn alle partijen daar goed in geïnformeerd? Ja, ik heb veel projecten gedaan. Ik heb altijd gezegd, het beste project begin je met de kennis, nu een jaar geleden. En dat geldt hier eigenlijk ook een beetje voor. Kijk, nu je ziet hoe het gelopen is, hadden we denk aan het begin wat beter na moeten denken over een aantal dingen die we aangepakt. Maar toen we ermee begonnen, dachten we, en ik denk mijn stalen dacht, dat ze daar op een goede wijze mee om zouden gaan. Maar projecten en programma's, dat blijft leren, zou ik zeggen. Eventueel volgend projectmerk aan hem. Ik vraag aan de heer Krol even om zijn vraag te herhalen, want er stond zijn microfoon niet aan. Was even meer een constatering dat u dit inderdaad wel als een leermoment ziet voor eventueel volgende projecten?
Sterker nog, ik denk dat we dat leermoment al hebben ingevuld met bijvoorbeeld stationsgebied. Daar is die participatie anders ingevuld. Dat hebben we in ieder geval gezamenlijk opgepakt. Ook een andere ontwikkeling, zou ik zeggen. Maar dat is ook veel scherper aangegeven wat nou eigenlijk het doel van participatie en wat de verschillende doelgroepen daar voor rol in spelen. Ja. Dus we blijven leren, ja, voorzitter. Dat zeker. Ja, dan kunt u doorgaan met het tweede punt. Dan gaan we door naar het volgende punt over de dichtheid, hoogteaccenten en zichtlijnen. Dan geef ik gemeentelijke stedenbouwkundige Erik de Ruiter even het woord. Ook onderdeel van de ambtelijke ondersteuning. Ja, goedenavond allemaal. Het eerste punt dat ik aan de orde wil stellen is over de dichtheid. Het plaatje kennen jullie allemaal wel. Dat is de nood van randvoorwaarden kaartje. Om het concept in één zin uit te leggen, we willen een stedelijke rand maken en een aansluiting met de wijk, met de bestaande wijk. Daar zitten allemaal nuances in, van afstand houden tot de bestaande woningen, tot ergens waar het 2-3 lagen is, bos wonen, park wonen, zeker de stedelijke rand, de hoogteaccenten, komt later aan bod. Het plangebied is ongeveer 4 hectare. Het is niet helemaal hoe je rekent, want normaal dan reken je vanaf de hart van de weg. Dus dan komt er nog wel wat gebied bij. Maar goed, het is ongeveer 60 tot 80 woningen per hectare. Als het over 300 woningen gaat, dat is ook best veel. Voor beste begrippen in ieder geval. Kom ik op terug. De heer Meeuwis heeft een interruptie. In de interruptie is die 60 tot 80 inclusief het gebouw wat er al staat waar officieel geen woningen maar logiesfunctie in zit? Exclusief de arbeidsmigranten. Ja. Nou, als ik een vergelijkbare dichtheid heb, van, dat is in de Leemkuilen ongeveer, dat is 2,2 hectare. En dan kom je eigenlijk al gelijk met het punt van, ja, hoe reken je nou precies? Als je het park meeneemt of niet meeneemt, ja, dan kom je tot een heel ander getal. Normaal zou ik het wel meenemen, want dan, ja, als je iets hoger bouwt, dan heb je ook wat meer ruimte nodig. Dus, maar het varieert nogal. Als je het lijntje een beetje verschuift, dan kom je in één keer op 125 hectare, zou je nou uitkomen. Als we het gebied hierachter hebben bij Litwinehof, dan hebben we zelfs te maken met 80 woningen per hectare. Dat zijn 510 woningen, 6,4 hectare. Dus dat is sprake van een behoorlijke dichtheid, veel appartementencomplexjes. Ja, weinig, voor de rest weinig ruimte, maar ja, het is wel dicht. Als ik het vergelijk met de plannen die er zijn in diverse steden, ja, dan heb je het over hele andere aantallen. Bijvoorbeeld Eindhoven XL, dan heb je het over 120 tot 140 woningen per hectare. En dat is nog exclusief, of dat is inclusief de bushalte, de ruimte en voor voorzieningen die er ook nog in zitten. Dus eigenlijk moet je dat opschroeven. Als je naar Utrecht kijkt, naar het beurskwartier, dan heb je het zelf te maken over 700 tot 900 woningen per hectare. En er is ook een plan in Utrecht, heet Merwede. 250 woningen per hectare en ook een flink pakket aan voorzieningen wat daar gerealiseerd wordt. Ik moet ook zeggen dat de thematiek die elke keer terugkomt, gaat ook over duurzaamheid, over vergroening, klimaatadaptatie. Hoe kun je dat gestalte geven? Ja, niettemin, met de Boomgaard hebben we voor beste begrippen, hebben te maken met een vrij hoge dichtheid. En daarom dat die regie die erop zit, dus waar Etienne het al over had, dat het echt wel belangrijk is. Een kwaliteitsteam, een regie erop. Het is ook een plan wat niet 1, 2, 3 gemaakt wordt. Daar zullen meerdere fases aan de grondslag liggen. Ja, daar zijn we echt wel 10, 15, misschien 20 jaar mee bezig. Ja, misschien wilt u eerst hier, zal ik mijn verhaal eerst afmaken als het over hoogte gaat, dat u daarna vragen stelt. Ook hier lassen we weer eventjes een pauzemomentje in om te kijken of er specifiek over die dichtheid vragen zijn. De heer Van der Kallen. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor net iets zeggen over de dichtheid hier in Best. Wat is hier in Best de gemiddelde woningdichtheid per hectare? De gemiddelde van heel Best meegenomen? Ja, dan heb je ook over buitengebied en alles. Ja, dan, ja, nou ja, binnen de bebouwde kom. Als ik kijk naar een plan als Alice Erwe, als dat als referentie kan dienen, dan heb je het over iets voor 30 woningen per hectare. Nee, duidelijk. Dankjewel, dat was mijn vraag. De heer Verheijen. Dank u wel, voorzitter.
Ik refereer naar een van de insprekers die zei dat in de Okselstedelijk gebied ontwikkelingen mogelijk zijn. Dat het in onze eigen visie staat, maar alleen aan de zuidzijde. U zegt, u en uw collega zegt in het betoog, dat het ook kan, zowel in het stationsgebied als op de Boomgaard. Uit welke visie komt dit? Want het staat niet in de visie zoals de gemeenteraad hier vastgesteld. Dus uit welke visie, uit welke documenten komt dit naar boven? En het tweede is, die bouwtijd. Die komt niet als een verrassing uit de lucht vallen. 15 jaar, dan heb je het over 20 woningen per jaar. Hè? Uiteraard, ik snap ook wel, ik wil iets van stand van bouwen. Maar 15, 16, 17 jaar, dan heb je over 20 woningen per jaar. Dat is ook niet echt een tempo. Klopt dat? Klopt die bouwtijd? Ja. Die geavanceerde bouwtijd. Nou, we hebben natuurlijk ook weer tijd nodig om de procedure te volgen. Dat. En vervolgens hebben we ook met de varkenscyclus van de bouw te maken. Daar weet u inmiddels ook alles van. Dat is in de jaartijd enorm veranderd. Dus ik verwacht dat het gefaseerd gebouwd gaat worden. En afhankelijk van de markttempo. Maar natuurlijk willen we allemaal zo snel mogelijk aan de slag. Dat zonder meer. En uw andere vraag naar de visie, dan heeft u het over de omgevingsvisie. Dat is heel in globale termen is dat weergegeven. Dan hebben we dit niet specifiek benoemd, deze, maar dat geldt ook voor heel veel andere plannen. Die hebben we nog niet. Er is gesproken over dat we een programmatische visie hierna zouden maken. Naar de omgevingsvisie waar dat in vermeld zal gaan worden. En ook over welke het aantallen gaat. Wel staat er in de omgevingsvisie dat we naastig op zoek zijn naar dat woonprogramma voor de senioren voor status. Juist niet gezinswoningen, omdat die mismatch zo enorm groot is. De heer Vrijen. Maar discussies ook aangeven, het gaat niet over woningen en woningzoekenden. Daar zijn de partijen allemaal over eens. Het gaat natuurlijk gewoon over de massaliteit en de hoogbouw. En daar refereer ik naar dat eerlijk gezegd, nou, wel aan de zuidkant, niet aan de noordkant. Dat kan afgeweken worden, dat zegt u net ook een klein beetje, want het is een globaal plan. Maar u zegt, er gaat nog een ander plan geschreven worden. En wanneer kunnen we dat dan verwachten? Ik kijk nu eventjes, want ook de wethouder steekt zijn hand op. Maar ik zal eerst even nog aan de ambtenaar vragen om de vraag van de heer Verheijen te beantwoorden. Ja, we hebben nog niet een plan om naar die programmatische visie te gaan kijken. Het is de vermelding voor de visie voor aan de zuidzijde dat het daar wat hoger kan. Dat zit in de structuurvisie Groene Mantel Rode Knopen. Dus dat is ten dele opgenomen in de omgevingsvisie. Maar de omgevingsvisie is een ander stuk. Dat is nog zeer globaal omschreven. Wethouder Slijper. In de omgevingsvisie, want op pagina 43 er staat een heel verhaal. En daar gaat dan over dit gebied waar we praten. Er staat in deze gebieden ligt de focus op het ontwikkelen van kleine huishoudens in nieuwe woonmilieus en hoge dichtheden, onder andere door gestapeld te gaan bouwen. Dan is alleen de vraag, wat vind je onder stapelen? En daarom zitten we hier ook in die discussie te voeren. Dus de omgevingsvisie die biedt die mogelijkheid gewoon wel. En er staat er ook in mijn optiek ook best wel als mogelijkheid in. Dan ga ik naar de heer Vermeulen. Ik vraag me af, in het stationsgebied hebben we met een parametrisch model gewerkt. Hè? Dus er konden van alles invoeren. En op een gegeven moment komt er een aantal woningen komen eruit gerold. Is er overwogen om dat bij de Boomgaard ook te doen? Dat is niet overwogen. We wisten ook nog niet helemaal van dat, hoe dat functioneert. Daar zijn we gaandeweg achtergekomen afgelopen, wanneer we gepresenteerd hebben aan de Raad. Anderhalf jaar geleden, geloof ik. Dus dat... Toen leek dat een uitkomst te zijn om over dat gesprek over dichtheden te gaan hebben. Een wethouder? Stationsgebied is ook een hele andere ontwikkeling. Hè. Daar zitten we daadwerkelijk in. Daar zitten we mede aan het stuur. En dit is eigenlijk in eerste instantie een ontwikkeling geweest die vanuit een projectontwikkeling naar ons toegekomen is. Dus je zou kunnen zeggen achteraf, daar hebben we iets te veel neergelegd. Maar in eerste instantie, als een ontwikkelaar komt, dan leg je dat bij de ontwikkelaar neer. En zeg, ga ontwikkelen en doe dat binnen de uitgangspunten die wij hebben gesteld. En we zijn erachter gekomen dat we die uitgangspunten wat scherper hebben moeten stellen. En daarom zitten we nou ook hier, denk ik, om daarover te praten. De heer Vermeulen. Ja, is er met Maastade ooit overlegd dat er bestaat zo'n parametrisch model? Want die kunnen dan gewoon invoeren van, wij willen, wat, kijk, er moet een verdienmodel, er moet iets verdiend worden. Dat is logisch, ze kunnen dan geen 10 woningen, ja, er kan wel 10 woningen staan als ze wat duur zat zijn. Maar als wij eisen, we willen zoveel sociaal, we willen dit, we willen dat. En dan kunnen met een parametrisch model kunnen ze mooi doen. Ik weet niet of dat ooit, ik weet niet of ze het überhaupt weten dat dat bestaat. Ja, ik wil er nog wel iets over zeggen. Daar zit wel een bepaalde logica bij de Boomgaard. We gaan geen hoge dichtheden bij de woningen positioneren.
Zoals het over aantallen gaat en haalbaarheid en dergelijke. Daar zit die logica in van hou afstand tot de bestaande wijk. Zijn er over dit onderwerp geen... Oh, de heer Meeuwis heeft nog een vraag. Wel, dank u wel voor uw flexibiliteit, mevrouw de voorzitter. Maar ik probeer even de scheiding tussen de dichtheid en de hoogbouw te maken. Want dat is volgende agendapunt. Dus even dan toch nog even over de dichtheid. Want in de toelichting, ik dacht dat er van de heer Koekoek net was, werd eigenlijk gezegd, er zijn twee plekken waar een stedelijk programma in de dorpsomgeving zou passen. Dat is namelijk Boomgaard en het stationsgebied. En de kern is dus eigenlijk van, wat bedoelt hij nou precies met zo'n stedelijk programma? Want als je daarmee bedoelt gestapelde bouw in een grotere dichtheid, waar de wethouder ook uit de omgevingsvisie citeert, dan is dat niet per se hoogbouw. En we komen daar op de hoogbouw, maar als ik zou denken aan best aan gestapelde bouw, dan denk ik aan de tamboerijen en dan denk ik aan heivelden, en dan denk ik aan de bebouwingen die rond de Willem de Zwijgerweg staan. En dat zijn dus middelhoge gebouwen die eigenlijk ook appartementenfuncties hebben op passende plekken. Waarom is dan toch een soort stedenbouwkundig uitgangspunt gekozen dat hier dat, hoe noemen we dat net met je oksel, dat daar hier een accent met stedenbouwkundige stoerheid in moet zitten? Ja, ten dele kan ik ook wel antwoorden. Ook voor het laagbouwgedeelte wat aansluit op de wijk. Dat zijn geen woningen met tuin. Die hebben een terras of die hebben een balkon. Maar dat zijn geen reguliere gezinswoningen zoals we al heel erg veel hebben in best en heel Nederland overigens. De heer Meeuwis. Kreeg ik of niet uw permissie natuurlijk. Goed. Omdat we al zoveel grondgebonden woning hebben, moeten we natuurlijk, volgens alle woonvisies en plannen, moeten we naar 1- en 2-persoons huishoudens en het zijn appartementen. Dat punt is zo solide als maar kan, wat mij betreft. Dus dat zou ook voor dit plan kunnen gelden, dat er dus wat meer appartementen moeten komen. Alleen het punt waar het nu om gaat is, als u, zeg maar zeggen, als een van de stedenbouwkundige uitgangspunten in de nota van uitgangspunten vertaalt, dat mag een flink ding zijn, om het maar even samen te vatten, op de hoeken van de accenten, dan zit daar eigenlijk de switch van een woningbouwprogramma dat iedereen begrijpt, naar een accent wat een soort stedenbouwkundige spring er maar uit karakter heeft. En dat is wat een heleboel mensen, ik in kluis, maar ook insprekers, niet helemaal snappen waarom die sprong is gemaakt en waarom dat zo'n stedenbouwkundig noodzaak is. Zal ik daarop ingaan? Want dan gaat het over hoogte. Dus dat is het volgende punt. De heer Meeuwis was volgens mij de laatste als het ging over dichtheid. Dus meteen een mooi bruggetje naar, naar de hoogte. Ga je gang. Okay. Nou, dit is de situatie zoals u ziet. Even te kijken of ik met een pijltje ook een beetje aan kan wijzen. Nou, de conclusie wat we allemaal toe kwamen is dat het een vrij natuurlijke afronding is van de bebouwde kom. Het zit tussen de infrastructuur in, flinke infrastructuur, hè? Een snelweg, de invals naar de ringweg, de invalshoek naar het centrum toe. Dus dat is een natuurlijke afronding. En je hebt te maken met die forse infrastructuur, hoe dan ook. Dus dat is een van zo'n grote kaliber. Dat is, en dat kun je ook al zien als je hierop inzoomt. Dus als het alleen al over het oppervlak gaat, dan is de infrastructuur heel erg dominant. En van buitenaf is dit wel, deze plek, deze discussie is heel belangrijk, want eigenlijk komt het erop neer, maakt best de bebouwde kom, is daar iets van zichtbaar van iets verder weggelegen. Vanaf de entrees, vanaf de afrit A2, zal ik zometeen even wat beelden over laten zien. Maar dat is de vraag die ook voor ligt. Dus verschilt best hier al in, als het ware helemaal weg? Of kun je daar nog iets van zien? En best, het is niet alleen best, hè? Het is niet alleen het dorp. Het maakt ook onderdeel uit van het stedelijke gebied. En dus het is ook een entree van het stedelijk gebied zelfs. Dus om in te zoomen op deze locatie. Hè. Dus we hebben natuurlijk waar we het ook over te maken hebben. Nou, bij de Zomereik. Grote kavels, vrijstaande kavels veelal. Dit is ook een transformatiegebied. Er gaat ook een verffabriek weg. En dat krijgen we ook niet zomaar voor elkaar. Dus daarom moet dat met het plan meegenomen worden. Om hier dit ooit weg te krijgen.
Want op het moment als je dit alleen zelfstandig weg zou krijgen, dat betekent dat je hier hoogbouw zou realiseren en voor de rest weinig. Dus onder andere, dat speelt natuurlijk ook mee. Niettemin, ik heb natuurlijk, het komt zometeen terug van hoe de afstanden zijn van de woningen, vanaf de tuinen tot de wat hogere bebouwing. Ja, deze sheet, dat hier heb ik met rood de punten aangegeven waar op dit moment wat hoger gebouwd wordt. En dan heb ik het over alles hoger dan 6 bouwlagen. Ik heb nog één ding terug, die moet ik nog even vertellen. Het gaat even over de, deze ja, wat hoger is, 8, 7, 6 bouwlagen, wat vrij random is gelegen aan de Eindhovenweg bij de fietsersbrug. Dit is wel een beetje het idee wat er is. Dus het is niet alleen wat hoger bouwen, maar ook gewoon net wat open houden en wat groener houden. Dus daar is wel een belangrijk thema. Dat is wat anders dan dat je alles dichtbouwt. Ook dat is een mate van stedelijkheid. Hè? Dus denk aan het ceramiekterrein of strijp S, dan zijn het gigantische wanden waar gewoon wat ondoordringbaar is. En dit is een bepaalde thematiek die met dit bouwplantje ook opgepikt is. Van open, dicht. Daar iets mee spelen om het nog wat luchtiger te houden. Maar deze verbeelding geeft dus weer waar de hoogteaccenten zijn. Met rood weergegeven wat al gerealiseerd is. Dus inclusief het hotel. Dit zijn de flatgebouwen waar we net over hadden. Aan de Leemkuilen flats. Ja, voor de rest aan de Willem de Zwijgerweg zijn ook wat hoogteaccenten gerealiseerd. En het centrum van Heijvelde is daar ook onderdeel van. Met roze is aangegeven waarin we ofwel discussie voeren. Soms is het planologisch al verwerkt. Bijvoorbeeld bij de Volvo showroom. Daar kan ook nog behoorlijk gebouwd worden als men dat zou willen. Daar kunnen we al niks meer van zeggen. Dat staat in de bestemmingsplan. Maar de conclusie van al deze accenten is, het is gelegen aan de hoofdwegenstructuur. Dus altijd en liefst nog bij kruispunten van hoofdwegen. Dit is de enige aanleiding die je kunt hebben om iets hoger te bouwen. Als je dat niet hebt, ga niet midden in het buitengebied bouwen. Ga niet midden tussen de woningen bouwen. De enige aanleiding is aan de hoofdwegen en een discussie bij de kruispunten. Dus waarom met hoogteaccent? Nou, stedenbouwkundig vraagt, naar mijn mening, vraagt dit punt om toch wel een accent. Je wil de betekenis accentueren. Dat je iets bij binnenkomst ervaart van de bebouwde kom. Het is dus ook een reactie op die enorme stedelijke infrastructuur die in de omgeving gelegen is. Dus op het moment dat ABAP-gebouw, dat is eigenlijk een anticlimax in dat hele verhaal. En voor de rest, en niet in de laatste, we concentreren het stedelijke programma aan de rand. En zodat we de aansluiting zo goed mogelijk kunnen krijgen. Ik heb wat beelden geprojecteerd van hoe het zou kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld vanaf de A2, als je aangereden komt vanuit het noorden. Dit is het ABAP-gebouw dan. En dit is de 10-laagse accent, dat is de 12-laagse accent. Dit is bij de binnenkomst vanaf Bokstel. Dus 10 lagen, de ABAP-gebouw en 12 lagen. En dit vanaf Sint-Oederode, dus vanaf de fietspad. Dus je ziet het wel al wat. De bebouwde kom al wat van verder afgelegen liggen. Dit is zelfs vanaf de parkeerplaats bij de Vleut, bij de Sleutel. Je ziet iets van de bebouwde kom. Achter de bomen zie je al wel liggen, dat je daar naartoe kunt verwijzen bijvoorbeeld. Maar dit geeft wat meer beeld bij het verhaal, van waar we het over hebben. Nou, ik sluit dit onderdeel wel even af. Ik ga weer even kijken of er vragen zijn. Ik zie de heer Kennis. Dankjewel, voorzitter. Ja, dit zijn plaatjes waar we gevoelsmatig iets mee kunnen. Waarom heb je niet zo'n plaatje gemaakt? Waarom heeft u niet zo'n plaatje gemaakt vanaf de Zomereik, kijkend wat je achter de bossages nog kunt zien? Kom op terug. Nou, die wordt dus dadelijk beantwoord. De heer Snelle. Oh, nou, heel goed. De heer Meeuwis, u had een
Andere vraag? Dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat toch nog even over de hoogste accent en dan sluit ik in dit blokje ook wat mij betreft af. Want het hoogste accent is toch eigenlijk een stedenbouwkundige invulling die u nu geeft. Misschien moet ik wat mevrouw van Vugt oproept het overlaten aan de deskundigen. Maar als u mij niet kwalijk neemt, ik moet nog snappen waarom. En ik ben nog niet helemaal van deze beweging overtuigd gezien het feit dat we omgevingsvisie en zo hebben gehad. En ik herinner me nog een fantastisch mooi pleidooi. Ik ga misschien al te lang mee, maar Jan van Beeren, ook voorheen wethouder ruimtelijke ordening, was zo blij dat de snelweg vanaf de bebouwing niet te zien was. Dat je alleen maar groen zag. Dus nu komt er een soort koerswijziging. En ik ben nog niet helemaal van overtuigd of deze ratio nodig is om dat in de noten van uitgangspunten zo op te nemen. Wij moeten daar nog eens fractie over hebben, dus dat is misschien voor de discussie voor volgende week. 6 maart is de oordeelsvormende sessie. Het volgende stukje gaat over de afstanden, de relatie met de omliggende woningen. Dus ik heb een A-zijde van het noordwesten genomen en een A-zijde van de oostzijde. Om een inzicht te geven van wat die hoogte nu doet ten opzichte van de woningen en de tuinen. Dit zijn de afstanden waar het over gaat bij het kaartje van de randvoorwaarden. Dus de eerste zone is onbebouwd, dus daar mag niks gebouwd worden. Dan vervolgens zone 5, dat gaat over 2 lagen en een kap. En dan zone 3, dat is 2 lagen. En zone 2, dat zijn 5 lagen. En zone 1, dat gaat over de hoogteaccent. Ik loop even stapsgewijs de situatie door vanaf de noordzijde. Dus dit is de bestaande woning, stel ik voor, van voor de Zomereik 50. Die heeft een tuin aan de achterzijde. En dit is de 15 meter onbebouwde zone. Dan kan er 2 lagen en een kap komen. Die 2 lagen en kap, dat kan een grondgebonden woning zijn met een klein terrasje. Het kan ook zijn dat het een bepaalde gestapeling kent, dat de bovenburen ook kennen. En die hebben ook nog een terrasje. Hier stel ik voor dat iemand buiten zit te kijken. U heeft even een interruptie van de heer Verheijen. Ja, even voor duidelijkheid. Is dat achterkant woning tot voorzijde gevel? Of is dat erfgrens van Zomereik? En dan vind ik de tekening een beetje verwarrend. Of is dat de erfgrens? De achtertuin die ligt achter de woning. Dus de erfgrens die ligt precies hier. Ja, dus het is erfgrens voorzijde van de nieuwe woning. Dat is 15 meter. Ja, dit is 15 meter, ja. Hier stel ik voor dat mensen nog wat in de tuin zitten te drinken. En hier zit dan iemand die buiten zit te kijken. Hier zit een erfafscheiding omheen van 2 meter hoog. En dit is de volgende stap. Dat is op 83 meter, ongeveer 83 meter. Vanaf dan kan er een bebouwing komen van 5 lagen hoog. Het kan ook verder weggelegen zijn. Hè? Dit is de dichtstbijzijnde mogelijkheid om daar te bouwen. Je kan me ook voorstellen dat iemand weer op het balkon naar buiten zit te kijken. En je hebt daar bebouwing tussen, je hebt daar bomen tussen. En dit is de volgende stap. Dat is de 130 meter. Dat is de minimale afstand van Zomereik 50 tot aan die 10-laagse hoge bebouwing. Een interruptie van de heer Snelle. Ja, dit is eigenlijk precies ook wat ik eigenlijk ook gezien heb in de tuin bij mensen. Mijn vraag is alleen, waarom laat je niet gewoon een heel groot gedeelte van het bos staan? Want dan heeft gewoon niemand last van die hoge woonlaag. Ja, dat is meer aan de groenbeheerder. Maar hoe ik het begrepen heb, kijk, dit populiere bosje, dat heeft niet het eeuwige leven. Populieren, dat is heel snel groeiend hout. Maar dat laat ook een leven op een gegeven moment. Dat is niet... Dat is niet eeuwigdurend. Dus de plan is de aanleiding om dat bosje te compenseren. En dat we daar boswonen gaan realiseren. Dus op die manier, en dan krijg je een combinatie van wonen in het bos. Dat heeft ook een bepaalde kwaliteit. En die bomen die er gaan groeien, die zorgen ook voor tegelijkertijd voor een stuk privacy. Ja, ik wil er even op reageren, als mag. Dank u wel, voorzitter. Ja, en dat is toch eigenlijk hetgeen, want wat dat betreft zit ik toch een beetje in het midden. Ik vind namelijk ook dat er gebouwd moet worden. En ik vind eigenlijk ook dat de bewoners, de 4 lagen, vind ik wel heel erg beperkt. Meneer Snelle, heel eventjes. Als u een vraag heeft, okay. Want anders kunt u het beter bewaren voor 6 maart, want dan zitten we in de discussie.
Heeft u een vraag? Nee, dan niet. Oké. Dan kunt u verder gaan met de presentatie. Ja. Nou, dit is vanaf de oostzijde geredeneerd. Is al een bijzondere situatie aan de hand. Dus hier hebben we Bosweg nummer 45. Heeft een hele diepe achtertuin. Dus eigenlijk de grens is... wij rekenen dan voor het, dat we niet alleen de erfafscheiding nemen, maar ook de afstand tot de woning. De eerste stap tot de erfafscheiding. Hier heb je weer misschien mensen die daar wat zitten te drinken. Nou, die zit je op een 30 meter afstand ten opzichte van de erfgrens. Er zit iemand misschien op zijn balkon naar buiten te kijken. En de volgende stap is de 12 lagen hoge hoogteaccent. Nou, dat is eigenlijk weer hetzelfde situatie. Iemand kijkt over de daktuinen. Moet ook allemaal heel erg best groen gaan worden. Die daktuinen, dat is ook wel de bedoeling dat dat meer wordt dan alleen maar groen. Maar ik spreek misschien een beetje voor mijn beur, maar dat krijgt ook een gemeenschappelijk karakter, een verblijfskarakter. En daarnaast heb ik nog even dat hoogste gebouw, wat er maximaal mogelijk is qua oppervlakte, qua hoogte, heb ik geprojecteerd bij ons hoogste, grootste, massaalste gebouw wat we hebben. Dat is het hotel van Best. Daar spreken mensen soms ook over. Dit is... Het hotel verdisconteerd naar woonlaag is ongeveer 17 bouwlaag. En het dakoppervlak, dus dit dakoppervlak, is 1700 vierkante meter. Dus dat staat in verhouding tot dit hoogteaccent, wat een stuk minder dakoppervlak heeft maximaal, 625 vierkante meter, en 12 lagen. Dat geeft een beetje een beeld. Ik zie dat de wethouder hierop wilde reageren. Nee, er komt zo meteen nog een sheet, maar die is voorbij. Maar ik wil het liefst helemaal aan het eind hebben. Dus Oké, dan ga ik even kijken of er over de hoogte verder nog vragen zijn. De afstand tot de woningen in verhouding met de hoogte. De heer Berkers. Dank u wel, voorzitter. Mooi dat we uiteindelijk dit soort doorsnedes krijgen van het plangebied. We hebben daar als Best Open ook wat vragen gesteld over privacy. Het zou wel aardig zijn als vanuit die doorsneden ook gewoon wat zichtlijnen getrokken worden. Zodat we ook zien waar die uiteindelijk terechtkomen. Ik kan dat wel op het oog doen of zelf thuis doen. Maar het zou leuk zijn om in die plaatjes uiteindelijk zichtlijnen te maken van waar je staat. En wat dat voor betekent vanuit die tuinen. En wat je dan wel of niet ziet. En ook naar de bomen. Dat zou verhelderend zijn, denk ik. Het plan is nog niet zo ver. Dat maakt het natuurlijk ook zo moeilijk. We bouwen van de uitgangspunten af langzamerhand naar de eerste fase uitwerking. En de uitwerking van de plannen zoals die zijn. En pas dan kunnen we al meer zicht krijgen op. En die zorg kunnen we meenemen over privacy. Kunnen we daar zorgen dat er passages zijn en dergelijke. Maar op dit moment, deze fase, dan valt het heel moeilijk te voorspellen. Want dan moeten we al een plan gemaakt hebben. De wethouder wil hier ook op reageren. Ja, ik denk de vraag zo zou moeten interpreteren. Denken wij dat wij, even met deze plaatjes, die privacy die in onze noodgebruikersgaan, dat we die voldoende kunnen invullen? En dat is denk ik de vraag die hier aan de grondstand ligt. Misschien kan daar wel een antwoord op gegeven worden. Ja, ik denk het wel. Ja, het is ook, dat is een samenwerking wat we met Mastade moeten hebben om dat in de vervolg gestalte te geven. Maar ik denk dat we daar wel... Verder invulling aan gaan geven. Ja, die zorg die hebben we ook. Ja. Ik vraag even aan de wethouder om zijn microfoon even uit te zetten. En de heer Vermeulen heeft daar een aanvullende vraag op. Nou, ik heb eigenlijk een mededeling, denk ik, erover. Als je in dijkstraten bent en je staat gewoon bij iemand gewoon binnen, dan kijk je zo'n 5 tuinen achter. En als je 1 verdieping hoger zit, dan kijk je misschien wel 10 tuinen. Dus ik denk die privacy, die hebben we denk ik niet meer zo erg. Deze mededeling is gedaan. Ja, het was een... Oké. Ik ga naar de heer Krol. Die had een vraag. Ja, ik zou de 2 slides terug kunnen... Want ik heb dat stukje... Vanuit hier zie ik namelijk niet die 12 lagen. Dit is... Dit is nog op 30 meter afstand gelegen vanaf de erfgrens. Ja. En ik heb stapgewijs eigenlijk gedaan... Hier zitten die 30 meter er ook in.
Maar dan een stap verder, waar 12 lagen kan worden, dat is 95 meter afstand. Dat is een stuk verder. Ja, vanuit de, ik zou hetzelfde plaatje eigenlijk willen hebben, hoe het er dan uitziet vanuit zomer eigenlijk 50. Want dan kan ik ook diezelfde kant op kijken. Ja, dat is nog een stuk verder gelegen. Dat is 10 lagen hoger, dat is het meest dichtbij. En deze hoogteaccent, dat komt nog eens 30 meter verder of 40 meter verder. Ja, het staat wel verder, maar het zou zinvol zijn om te weten hoe die zichtlijnen dan lopen. Ja, het is wel verder, maar dan is het in ieder geval duidelijk. De heer Vrijburg. Nou ja, in het verlengde daarvan, ik vind het heel erg fijn om dit te zien en ook de zichtlijnen hierin mee te pakken. Ik denk dat we daar aan de hand daarvan ook meer een beeld kunnen vormen over die noten van uitgangspunten waar we dadelijk iets van moeten vinden. Dus daar alvast heel veel dank voor. Mijn vraag is wel, krijgen wij dadelijk, dit is een mooie aanzet voor een beeldkwaliteitsplan, krijgen wij ook een beeldkwaliteitsplan dadelijk als het bestemmingsplan in procedure komt, waarbij daadwerkelijk het plan is uitgewerkt en we daadwerkelijk ook, wat de heer Krol ook eigenlijk aangeeft, dat we dan weten, oké, dit is het plan, dit zijn de zichtlijnen, kijken vanuit de Zomerrijk, vanuit de Bossenweg, zodat we ook precies weten waar komen die hoogteaccenten te staan, weten we wat de zichtlijnen zijn, dan brengen we het een stap verder en dan weten we op dat moment ook waar we daadwerkelijk dan over besluiten. Ja, dat is natuurlijk de volgende stap, dat is het bestemmingsplan. In de bestemmingsplan zit dat beeldregieplan. Dat is, maar eerst moet er een stuk helderheid zijn, waar kunnen we met deze uitgangspunten verder. Fijn, ja, super, dank u. De heer Kanema? Ja, ik weet niet precies waar deze hoort, maar het kwam hier weer ter sprake, dus ik haak er even op aan. Ik heb eigenlijk nog een keer dezelfde vraag, maar dan ditmaal aan de wethouder en het college. Want veel woningen op weinig ruimte, footprints van max 650 vierkante meter, maar ook een minimum van 40 vierkante meter dat in de nota wordt benoemd, dat creëert dus gewoon kleinere woningen. En daarbij zie ik in de voorstellen de woorden collectieve daktuin. Ik hoor hier zojuist gemeenschappelijk karakter. Dat klinkt voor mij als een manier om binnen het bouwbesluit zonder private buitenruimte te bouwen. Want ja, zoals al eerder gezegd, dit mag vanaf minder dan die 50 vierkante meter vervangen worden door zo'n betreffende daktuin. En ondanks dat ik begrijp dat het natuurlijk te vroeg is om het al te gaan hebben over het aantal vierkante meters voor het toilet, is de intentie van wel of geen private daktuin op het gebied van menswaardig wonen zeker van zodanig belang. Hoe ziet u, al dan misschien voorlopig, de invulling van deze private buitentuin, buitenruimte? Vooral omdat deze dus niet verplicht is. Ja, nou, u zegt het zelf al, we zijn het nog bezig aan het uitwerken. Het is andersom, die daktuin, dat het alleen maar voor het zicht is vanuit hoger gelegen appartementen. Dat is een beetje jammer. Die ruimte ligt er. Laten we dat ook gebruiken en gemeenschappelijk gebruiken. Dat is wel iets voor de plannen wanneer we dat uitwerken. En als het over buitenruimte gaat, ik denk dat we een variëteit aan appartementen zullen krijgen. En een aantal zullen misschien inderdaad geen buitenruimte hebben als zij dichtbij bijvoorbeeld die gemeenschappelijke buitenruimte gelegen zijn. Dat hoeft ook geen wet van mede en pers te zijn, denk ik. Nou, kijk, zoals ik hier in de presentatie zie, wordt alles vervolgens in het vervolg geregeld na aanleiding van deze nota van uitgangspunten. Dus ook vandaar dat ik de vraag nu van stelde. Op wat u hier zegt, is dat in principe een aantal woningen de private buitentuin vervangen kan worden voor de daktuin. Ik vind dat nogal wat, zeker als ik dan zelf ga kijken naar als ik later ergens toch wel graag zou willen wonen. Om volledig als starter mijn eigen private buitenruimte op te geven. Dat vind ik misschien nogal wel vergaan. Nou, dit is inderdaad ook iets voor de discussie van 6 maart. Aansluitend bij wat net ook al een aantal keren werd genoemd. Oké, dan gaan we nou volgens mij naar de laatste sheet van de wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn door onze voorbereide vragen heen. Dus ik weet niet of er nog andere vragen zijn. En anders wil ik best naar mijn laatste sheet gaan. Maar het kan zijn dat er nog aanvullende vragen zijn. Ik wist niet wat uw laatste sheet was. Want dat is inderdaad, we hebben nu een aantal kernpunten zijn benoemd. Daar zijn kunnen vragen over zijn gesteld. Ik wil even een rondje maken of er nog andere vragen zijn. Ik zie de heer Snelle. Ja, dat is meer een kwestie van zorg eigenlijk. Dank u wel, voorzitter. Trouwens, dank u wel voor de heldere presentatie. Ik
begrijp hem helemaal. Maar wat me wel echt een beetje beangstigt, is de afstand tussen de bewoners en Mastade. En op wat voor manier dat overbrugd gaat worden. Want ja, met deze plannen, 100 woningen wat hun willen. Ja, ik zie daar totaal op dit moment geen rek in. En ik zou graag willen eigenlijk dat misschien toch de partijen weer een keer bij elkaar aan tafel moeten komen. Of daar mogelijkheden voor zijn. Ik denk dat het goed is om eerst eventjes alle vragen te inventariseren. De heer Meeuwis. 9:45, dus we zullen de snelle variant doen. Dan heb ik 3 vragen. Hoeveel woningen zouden binnen het nota van uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden? Ik ben door de inbreng ook van Mastade en van de omwonenden de draad kwijt. Of er nou uiteindelijk door opening die door de senioren is gegeven om 120 woningen erbij te doen, of dat de ruimte biedt binnen dit plan? Of is het nog steeds 300 woningen waarbij de 120 dan op een of andere manier van die logies zijn vervallen? Dus hoeveel woningen kunnen binnen deze nota van uitgangspunten? Tweede. Heeft de gemeente de mogelijkheid om haalbaarheidsberekeningen te maken om de projectontwikkelaars zijn financiële plaatje te controleren? En dat doe ik omdat wij, als we met de dikke duim bierveeltjeberekening zouden doen, dan zeggen, nou, daar komen 300 woningen en haal 350.000 euro, of 450 misschien wel, dan is 100 miljoen omzet, daar gaan kosten vanaf. Ergens zal een plaatje moeten zijn waarin iemand zegt of het dan een tandje minder kan, ja of nee. Dus daarom is mijn vraag, heeft de gemeente ergens een second opinion mogelijkheid om de financiële calculatie van de projectontwikkelaar te reviewen? En de derde vraag is, wat zouden de gevolgen zijn voor de haalbaarheid van het plan als de gemeenteraad toch de hoogbouw zou schrappen op de hoeken? Dus we zouden teruggaan van 11 naar 7 of 8. Wat zouden dan de gevolgen zijn in de nota van uitgangspunten? Dank u wel. De heer Verheijen. Dank u wel, voorzitter. Eén is een soort een aanvullende vraag op de vragen die mijn voorganger heeft gesteld. Als ik de stukken goed lees, dan staat er in het raadsbesluit niets over het aantal woningen maximaal. Ook in de nota van de uitgangspunten staat geen maximale aantal woningen. Slechts in het raadsvoorstel staat dat er wordt gekeken naar het initiatief van Mastade om te gaan onderzoeken naar 320 woningen. Dus als we nu vaststellen, staat er eigenlijk nergens in één besluit het maximale aantal woningen. Dat kunnen we vrijlaten, maar dan hebben we ook geen middelen meer. Dus ik denk hetzelfde is dat er heel helder moet komen staan in het raadsbesluit. Of met een amendement in het nota van uitgangspunten. Het maximaal en typologie aantal woningen. Dan wil ik bijvoorbeeld inderdaad hoeveel arbeidsmigranten. Dat het helder wordt voor. Die 80 staan er wel in. Maar in het raadsvoorstel wordt gesproken over die 120 uitbreiding. Staat nergens het maximale. Dus ik denk dat we heel helder moeten zijn dat uitgangspunt. Het tweede, en dan reageer ik even op de vraag die de heer Vrijburg stelde. En dat leek mij een beetje, maar misschien heb ik hem verkeerd begrepen. Dat u zei, nou, zo meteen komt er nog een kwaliteitsplan met zichtlijn en dan kunnen we alles nog aanpassen in het bestemmingsplan. Mijn vraag is, hoeveel vrijheid heb je en wat zijn voor de gevolgen? Hè? Want we gaan nu een ontwikkelaar op hele grote kosten jagen voor een compleet bestemmingsplan te maken. Dat gaat echt verschrikkelijk veel geld kosten. En als de raad dan zegt, en dan wil ik namelijk voor waken, nou, die zichtlijnen staan er toch niet aan, doe maar even een nieuw plan. A, kan dat zomaar? Waarschijnlijk zal er ergens al staan dat het altijd de raad plaatsbevoegdheid heeft. Maar zitten daar nog consequenties en gevolgen voor deze gemeenteraad aan in het kader van verhalen van planschade of plankosten? De heer Berkers. Dank u wel, voorzitter. Ik heb 2 vragen naar aanleiding van de beantwoording van de eerste vraag die best open gesteld had. Dat ging over welke tekst in de omgevingsvisie doet recht aan de voorgenomen omvang van het voorliggende nota van uitgangspunten. Dus net wel even aan de orde geweest door 2 andere raadsleden. Ik heb toch 2 aanvullende vragen. Er wordt verwezen uiteindelijk naar bladzijde 69, een figuur waarin uiteindelijk visie, programma en dan omgevingsplan staat als volgorde van werken. Nu is dit programma ook door de omwonenden genoemd als een soort ontbrekend iets. Moet ik nu de nota van uitgangspunten als een programma zien? Als een deelprogramma? En waarom is dat dan niet uiteindelijk opgenomen in het totaalprogramma van de gemeente? Of wanneer krijgen we dat? Dus zit ik wat vragen in van hoe gaat dat nou in onze werkwijze rond woningbouwprogrammering, omgevingsvisie naar omgevingsplan? Wanneer krijgen wij dan iets over die programma's te zien? Want dus een beetje onduidelijkheid over. De tweede vraag is eigenlijk in de omgevingsvisie verschillende plekken worden aangewezen wat uiteindelijk recht doet aan wat nu voor ligt bij de noten van uitgangspunten.
En ik zou het wel fijn vinden als daar nog wat meer vanuit het college, zeg maar, de woorden of de passages letterlijk genoemd worden en geschreven waarin dat blijkt. Als ik wel bijvoorbeeld kijk naar die pagina die verwezen wordt, pagina 24, dan staat daar best, blik op best in 2040. En er wordt alleen genoemd het centrum en het omgevingsgebied als zijnde de vernieuwende woonmilieus. En ik zie dit plan toch duidelijk als een totaal ander nieuw woonmilieu binnen best. Er kunnen best goede argumenten en redenen zijn die in de omgeving zijn, maar ik heb ze nog niet goed uiteindelijk kunnen horen. Ik zou willen vragen om dat nog helder te maken, want dat geeft mij wat meer steun en houvast om naar het plan te kijken. De heer Vader? Ja, dank u wel. Ik heb twee vragen. Eerst is de constructie die ook al door meneer Hoen in zijn inspraak werd genoemd, de special purpose BV-constructie, die dus speciaal opgericht wordt om dit project te realiseren vanuit Maastade. Ik vraag mij af wat daar precies de gedachte achter is. Wat wil je hiermee bereiken of voorkomen? Ik kan me voorstellen dat er op een bepaald moment risico's toch zich manifesteren. Is het dan een simpele manier om de boel te ontlopen? Dus even wat toelichting waarom voor deze special purpose is gekozen. Maar mogelijk kan de gemeente die vraag niet beantwoorden en moet die aan Maastade worden voorgelegd. Een tweede vraag is dat wij de 300 wooneenheden erg belangrijk vinden en dat de hoogbouw daar niet een rol in speelt. Wij kunnen ons dus niet echt vinden in de mooie praten over landmarks en dergelijke. Wat ik wel wil ondersteunen is het verzoek wat meneer Vermeulen al vanavond naar voren heeft gebracht. Is het niet mogelijk om die geparametriseerde ontwikkelmethode ook hier een keer toe te passen om te zien of het misschien door het wat schuiven van bebouwingselementen tegemoet gekomen kan worden aan de bewoners? De bewoners. Want ja, ik ben met meneer Snelle eens dat de uitgangspunten liggen erg ver uit elkaar en bij elkaar komen dat gaat niet lukken. Dus misschien moet je inderdaad toch kijken van, kunnen we nog een keer met dat programma waar we vanuit de stationszone, en ik besef dat het een andere situatie is, maar toch dat we vanuit de stationszone de ervaring hebben gehad dat je daarmee toch een beter spelen. En misschien kunnen we het hier ook toepassen. Dank u wel. De heer Bond? Ja, ik wist niet meer wanneer ik was. Dus ik was ook even getriggerd door de wijsheid van meneer Hoen. Deze nota van uitgangspunten, het lijkt te komen dat Maastade met een plan komt en uit dat plan komt een nota van uitgangspunten. Waardoor het plan eigenlijk, de boomgaard is ingericht zoals Maastade heeft gesuggereerd. Hè, dus aan de rand hoogbouw, daarna wat naar beneden toe. En zou dat ook zo geweest zijn als we dat als gemeente op zelf hadden bedacht. Hè, hoe ga je zo'n gebied inrichten en gaat het dan precies ook zo eruit zien? Is daarover nagedacht? Hè? Is er veel breder gekeken naar, moet het dan aan die randen zo hoog zijn en dan zo naar beneden? Of is daar ook met een andere blik naar gekeken vanuit de ambtelijke organisatie? Of vanuit het college? Of is dit, ja, dit is ingebracht door Maastade, want het is een grondgebiedje tenminste voor een groot deel. En op die manier gaan we ermee aan de slag. Want dan ga je op een gegeven moment door die bril blijven kijken. En ja, krijg je een beetje waar de impassen waar we nu een beetje in komen, dat je als bewoners, Maastade en andere partijen zo ver uit elkaar blijft liggen. Dus de vraag is eigenlijk of daar gewoon naar gekeken is. De heer Kool. Ja, dank u wel. Er is door de bewoners ook gevraagd om te kijken naar alternatieven. Moeten er zoveel woningen op deze locatie komen? En ik denk dat ook, ik hecht er wel aan om daar, ik hoop dat we daar wat inzicht in kunnen krijgen. Is er enig zicht in hoeveel woningen er wel of geallokeerd zijn op voor de bestaande of beschikbaar zijn in inbreidingslocaties? Is dat, hebben we daar een bepaald beeld bij? En er werd gezegd, die 1500 hectare zijn er niet, maar hoeveel zijn er dan wel? Een tweede punt is, hoeveel woningen zijn in het in de bouwopgaveplan geallokeerd voor deze locatie? En is dat eigen invulling of is dat gebaseerd op de gesprekken met Maastade. Dus wat is vanuit de gemeentelijke en vanuit de bouwopgave eigenlijk minimaal wenselijk? En als laatste mevrouw De Vries.
kies er een uit. Ja, dankjewel. Ja, het is nog redelijk een inhoudelijke vraag uiteindelijk geworden. Maar allerlei dingen die hebben me aan het denken gezet. Of hebben ons aan het denken gezet. We hebben het over starters en senioren. We hebben het over parkeren op afstand. Wordt er ergens ook rekening mee gehouden met de afstand tot het parkeren voor senioren? Oké, dan geef ik het woord aan... De vraag van de heer Snelle. Dank u wel trouwens, mevrouw de voorzitter. Er was de vraag of er nog rek in zat en of er een gesprek mogelijk is. Ja, dat is niet aan ons om te beantwoorden. We hebben een advies opgesteld. En ik denk dat dat aan de partijen is om daar of over drie weken, over twee weken in de oordeelsvorming wat over te vinden. Oh. Ja, ik stelde de vraag eigenlijk, want maar dat staat niet echt duidelijk in de agenda. Wanneer zou dit in de raadsvergadering komen? Volgens mij is het heel kort namelijk. De oordeelsvormende sessie is op 6 maart en de raadsvergadering, dus de besluitvormende sessie, is op 20 maart. Maar persoonlijk vind ik het heel moeilijk om nu al een besluit hierop te nemen. Ik weet niet hoe jullie daar allemaal over denken. Nou gaan we weer naar de oordeelsvorming en ik wil u vragen om deze vraag te bewaren tot 6 maart. Ik geef het woord weer terug aan de heer Koekoek. Ja, dankjewel mevrouw de voorzitter. Dan de vraag van de heer Meeuwis. Hoeveel woningen? Er worden in de nota van uitgangspunt inderdaad ook geen aantallen genoemd. Maar wij zijn altijd uitgegaan in deze fase van plusminus 300 woningen en 80 logiesplekken. De tweede vraag ging over de haalbaarheidsberekeningen en de second opinion. Wij hebben als gemeente ook een planeconoom in dienst. En die planeconoom kan ook grondexploitaties opstellen. Dus die kan ook zelf de haalbaarheid berekenen. En dat is ook iets wat wij bij plannen doen. Daar maken we zelf ook onze eigen berekeningen. Ik wil alleen één ding aangeven. Kijk, bij dit soort plannen, dat geldt ook bij windparken, daar heb ik er wel eens mee te maken gehad. Kijk, in welke fase je ernaar kijkt, dat maakt uit. Ja? Want er zit nogal wat risico in dit soort trajecten. U merkt het hier. Wij zijn een risico. Er zijn in zekere zin misschien ook wel een risico. En dat maakt uit in hoe je naar zo'n project kijkt. Dus wij kunnen ernaar kijken, maar realiseert zich wel dat de fasen en welke risicoopslagen en de financieringsconstructies die gehanteerd worden, die maken ook uit in hoe met het plan omgegaan kan worden. De heer Meeuwis. Dank u wel, voorzitter, dat u nu alles kunt. Dat geloven we ook heel graag. Het feit dat u deskundigheid in huis hebt, betekent dat die deskundigheid al ingezet is om deze doorrekening te maken en gevoel te hebben waar nog speelruimte zit? Of gaat dat pas gebeuren in een later stadium? Ja, daar is in eerste instantie naar gekeken, maar het plan is de laatste tijd naar het eerste plan, wat als initiatiefplan is ingediend, daar is wel eens naar gerekend. Maar het plan zoals dat nu met de huidige nota van uitgangspunten voor ligt, waar punten zijn geschrapt, lagen zijn beperkt, dat is nog niet als zodanig doorgerekend. Want de ontwikkelaar heeft ook nog geen plan bij ons binnengelegd. Want formeel zijn die uitgangspunten ook nog niet. Dan moet je eerst nog een besluit over nemen. Dan ga ik meteen door naar uw laatste vraag, meneer Meeuwis. Het gevolg voor het schrappen van de hoogteaccenten. De vraag was, wat is de gevolg voor de nota? Nou, het gevolg voor de nota zelf is dat er een nota wordt vastgesteld zonder hoogteaccenten. Maar wat het gevolg is voor Mastade, ik kan niet in hun planvorming kijken en niet in wat dat precies oplevert. Ja, daar zullen ze aan moeten rekenen. Daar zullen ze aan moeten kijken of zij daar een plan mee kunnen maken. Daar kunnen wij op dit moment geen antwoord op geven. Dan de heer Verheijen. Of Verheijden. Ja, de vraag was of er een maximaal aantal woningen was opgenomen. Dat is er dus niet. In het raadsvoorstel is een aantal genoemd waar we dus ongeveer mee gerekend is vanaf het eerste plan. Maar inderdaad, er is nergens een maximaal woningen opgenomen. Dus als jullie daar als raad iets van willen vinden of moeten vinden, dan is dat aan jullie, inclusief die typologieën. Daar is met de percentages van 30% sociale huur en 30% betaalbaar natuurlijk wel een voorzet voor gedaan. En dan de vraag over hoeveel vrijheid ging over de zichtlijnen. Straks ligt hier een bestemmingsplan voor vast. Daar is een hoop tijd en werk ingestopt. En jullie denken als raad, het kijkt toch net iets te veel in de tuin bij de zomer. We leggen het niet vast. Ja, er zullen afspraken gemaakt moeten worden met de projectontwikkelaar. Ook over de plankosten. En dat heeft waarschijnlijk ook, die worden misschien niet allemaal voldaan als het bestemmingsplan niet vastgesteld wordt. Dus dat kan financiële consequenties hebben. Voor de gemeente. Dan moet ik wel aanvullen dat de anterieure overeenkomst nog niet opgesteld en nog niet getekend is. Dus wat precies de inhoud ervan is, kan ik ook niet vertellen. Ik vroeg of we wat meer informatie konden geven hoe we de relatie tussen omgevingsvisie en dit plan leggen. U had er al vragen over gesteld, we hebben dat al geprobeerd te antwoorden, maar blijkbaar wat onbevredigend. Daar kunnen we nog wel even schriftelijk op terugkomen. Ja? Omdat u meteen te zeggen daar aan te wijzen lijkt wat overdreven. Of lijkt op dit moment niet mogelijk.
U noemde ook iets over hoe zit dat nou, omgevingsvisie, omgevingsplan en die programma's die ertussen staan. Daar heeft u zelf een besluit over genomen welke omgevingsplannen er volgens mij programma's er zijn. Er zijn een aantal gebiedsgerichte en een aantal niet gebiedsgerichte programma's. Daar zit dit in mijn optiek niet bij, maar we kunnen daar ook wel iets meer over vertellen. Ja, en overigens, er komt een rip over over dit onderwerp, zou ik maar zeggen. En wij willen u daar ook met de Raad een keer over praten. Ja? Hoe hier eigenlijk met de omgevingsvisie, omgevingsplan en de omgevingswet omgaan. Ja? Want daar speelt dan ook een rol in. Ja, oké. Okay. Dan zal ik meteen even het verhaal van de heer Vader meenemen. Rond dat Special Purpose BV. Ja, dat is geen ongebruikelijke constructie. Volgens mij, Heijmans had in het verleden elke rotonde was een eigen BV. Dat doen ze om risico's te voorkomen. En als zo'n BV klapt, dan heb je daar een probleem in. Anderzijds, dat is iets wat wij in de anterieure overeenkomst goed moeten afspreken, hoe we daar mee omgaan. Ja? En dus wat de heer Hoen zei, dat klopt. Maar volgens mij, de heer Hoen heeft een aantal zinnige opmerkingen gemaakt. Zo ken ik hem overigens ook. Alleen het zijn geen dingen die ik vind die horen bij de noten van uitgangspunten. Die horen vooral bij het inrichten van die anterieure overeenkomst. Ja? De heer Vader? Het staat natuurlijk wel in de intentieverklaring die al getekend is. Daar wordt de naam Mastada Pro Boomgaard BV opgevoerd. Dat klopt, maar het gaat erom welke afspraken wij maken in de anterieure omkomst. De risico's dat brengt me op het punt dat u zegt van ja, als er risico's zich manifesteren, dan kan dat in die BV worden opgelost. Dat betekent dat de risico's dus ergens anders landen. En nee, dat kan niet alleen. Dat zeg ik niet, maar ik zeg alleen dat dit punt wat u noemt, hè, dat het eigenlijk niet bij de noten van uitgangspunten thuis hoort, maar in mijn optiek bij de anterieure overeenkomst. En dat die risico's die de Hoen heeft genoemd, dat die daar denk ik op goede wijze moeten gemitigeerd. Ja. Dan de parametriseerde ontwikkelmethode. Daar kunnen we als ambtelijke organisatie, die is bij het stationsgebied die daar gebruikt wordt, is niet als zodanig volgens mij gebruikt bij de boomgaard in het voortraject. Ik kijk ook naar even naar Erik. Maar daar kunnen we wel eens naar kijken of we daar nog iets mee kunnen. Maar ik weet niet of dit de juiste fase van ontwikkeling is om dat toe te passen en het juiste type project. En het is ook, wij zijn faciliterend als gemeente in dit project. We stellen wel deze nota op, maar we zijn geen grondeigenaar. We ontwikkelen niet zelf, dus dat maakt het daarvoor iets wat lastiger. Ja, vader? Ja, ik snap dat het iets lastiger is als wij natuurlijk een partij ontvangen die zelf al een idee heeft. Ik denk dat het juist op dit moment het moment is om dat uit te proberen en niet straks over een poosje als het allemaal duidelijker wordt wat er precies mogelijk is of onmogelijk is. Ik denk dat u met name misschien met Mastade samen kunt uitproberen. En niet dat wij er nu een tegenbod kunnen doen, dat snap ik ook wel. We zullen het in de projectgroep overleggen met Mastade gaan bespreken. Dan de vraag van de heer Bond over de nota van uitgangspunten en dat die gebaseerd is of relatie houdt tot het plan van Mastade. Ik denk dat een aantal stedenbouwkundige uitgangspunten, ook zoals Erik de Ruiters net heeft genoemd wat betreft hoogteaccenten, door de locatie en zijn toelichting net dat die in allerlei ontwikkelingen hadden kunnen landen. Maar het spreekt voor zich dat de nota van uitgangspunten pas ontwikkeld en geschreven is na het binnenkomen van het plan van Mastade. Dus het heeft natuurlijk altijd daar een link mee. Maar dat was met een andere ontwikkelaar of een ander plan net zo geweest. Neemt niet weg dat de uitgangspunten, stel je voor dat deze ontwikkelaar stopt, die verkoopt de gronden door aan iemand anders, kunnen deze uitgangspunten gewoon blijven bestaan. Wethouder Slijper. Kijk, er is wel, we hebben daar eigenlijk een ingreep gedaan. Hè. We hebben gezegd, wij willen graag een nota van uitgangspunten opstellen vanuit de ambtelijke organisatie. En de ambtelijke organisatie voel je vrij om dat zo goed mogelijk te doen. Ik kan niet kijken in de hoofden van de mensen in hoeverre alles wat er gebeurd is een rol heeft gespeeld in wat er uiteindelijk terecht te komen. Maar de bedoeling was dat wij onafhankelijk eigenlijk vanuit de ambtelijke organisatie zouden zeggen, wat is hier nou voorstelbaar in onze optiek? Altijd te doen. Dan de vraag over alternatieven binnen BEST. Ik heb uw naam alleen even niet gehoord. Er zijn een aantal ontwikkellocaties binnen BEST, onder andere in de Noordrand, waar Aarlense Erven en Dijkstraten, is dat Dijkstraten, zeg ik het goed, waar die landen.
En rondom het stationsgebied, maar dat zijn de enige, samen met de Boomgaard, de locaties waar echt een groter programma voorzien is. Natuurlijk zijn er allerlei kleinere inbreidingslocaties, maar om de gewenste woningbouwcijfers te halen, dan kom ik bij vraag 2, is een redelijke ontwikkeling bij de Boomgaard. Nou, laten we het over die 300 woningen hebben, zeer wenselijk voor de woningbouwopgave. Dan mevrouw De Vries over het parkeren op afstand. Los van bijvoorbeeld gebouw parkeren wat op meer afstand van de woning is, zal er voor invalide parkeerplaatsen natuurlijk altijd ruimte zijn. En moet het binnen de parkeernormen passen. Dat het wel redelijk en schappelijk is. Dus dat is iets in de planuitwerking. Maar dat is niet als zodanig opgenomen in de nota van uitgangspunten. Volgens mij waren dat de vragen, mevrouw de voorzitter. Ik heb meegeschreven en ik heb ook het idee dat de vragen zijn beantwoord. Ja. Kom ik in de afrondende fase van deze sessie. Er zijn veel vragen gesteld. Nou, zoals in verre ik heb kunnen zien, zijn ook alle vragen beantwoord. Dat betekent dat wij 6 maart de oordeelsvormende sessie gaan houden. Ik heb daarvoor aan u allen de volgende vraag. Voordat aan het begin van de oordeelsvormende sessie op 6 maart wil ik graag inventariseren wat de discussiepunten zijn. Om ze te kunnen clusteren, een beetje zoals we net ook hebben gedaan. Gaat het over de bouwhoogte, gaat het over de dichtheid, gaat het over parkeren, gaat het over groen? Ik noem ze nu maar even, zodat we de discussie ook per onderwerp met elkaar eventueel kunnen voeren. Zodat ook de discussie niet alle kanten op gaat en we ook aan het einde van de avond goede conclusies kunnen trekken voor het vervolg. De heer Vrijburg. Ik weet dat het reeds 9:50 is, maar ik vroeg me af, de wethouder had nog een laatste slide die hij heel graag wilde tonen. Ik weet niet of wij daar dadelijk nog iets over... Heel goed, ja. Even wachten. Maar ik wil eventjes wel, dat is waar ik dus de volgende keer mee ga beginnen. Gewoon puur voor het goed kunnen, goed kunnen voeren van een discussie. De heer Verheij, u had hier een vraag over? Nee, u vroeg onderwerpen die u ter discussie wil aanbrengen. En dan wil ik er eentje aanbrengen. Maar dat was uw vraag. Nee, mijn vraag was of u daar voor 6 maart op wil voorbereiden. Want ik start 6 maart met een inventarisatierol van de discussiepunten. Oké, dan zal ik er zo eentje aangeven. Dan kan iedereen die voorbereiden. Nee, dat ga ik niet doen. Dat is ook participatie. Dan weet u dat vast. Oké. Dan geef ik... Dan geef ik als laatste nu het woord aan de wethouder. Inderdaad, heel goed, de heer Vrijburg, dat u mij er even aan herinnert voor zijn laatste slide. Ja, voorzitter, ik had nog een slide als een beetje zo'n teaser, maar ik denk niet dat die nodig is. Er is genoeg discussie op dit moment geweest. Misschien pak ik hem mee de volgende keer aan het begin, dat ik daar nog even een stukje toelichting op geef om de sfeer er een beetje in te krijgen. Dat gaat volgens mij wel lukken dan, ja. Als ik puur technisch, bent u bij de oordeelsvorming niet meer aan het woord. Nee, ik dacht die één vereniging. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Ja, ik wilde even aangeven. Kijk, er wordt heel veel gepraat over dorpskarakter en verstedelijking. Ik weet niet, weet iemand in het midden wat dat is daar? Dat is de Kruispark. Verrekte woonde voor 1920, woonde daar een kunstschilder. Arnold Heijender heette die. En die heeft daar deze boerderij daar neergezet. Overigens is dat helemaal geen authentieke boerderij. Hij heeft er allerlei stukken bij gehaald om het nog dorpser te maken dan eigenlijk het al was, zal ik maar zeggen. Hij heeft er ook heel veel schilderijen gemaakt over het dorpse karakter van Best. Dat was dus 100 jaar geleden het dorpse karakter van Best. Maar we zijn nu 100 jaar verder en... Als u kijkt linksbovenaan, daar zit u de Leemkuilen. Het is al genoemd. 10 verdiepingen hoog. Daar het Heivelde, 6 verdiepingen hoog. Rechts, het is eigenlijk de kleine, want die is geloof ik 7, maar daarnaast is hij 9 verdiepingen hoog. En rechts, daar heb je, links onderaan heb je van de Valk, 7 die verdiepingen hoog. Ik wil even aangeven, en ik wil u daar ook heel veel wijsheid in meegeven. Het dorpskarakter is lastig. Het verandert in ieder geval. Want 100 jaar geleden dachten we er heel anders over dan dat we er nu over denken. En anderzijds, je ziet, dit zijn allemaal toch hoogte accenten zou ik zeggen. Blijkbaar kan ons dorpskarakter best wel tegen een stootje. Want we hebben al redelijk wat hoogte accenten, als ik zo mag noemen. Ja. En anderzijds, we vinden nog steeds dat het wel iets met het dorpskarakter te maken heeft. Nou, ik wil u nog heel veel wijsheid bieden. Toewensen om hier een goede discussie over te voeren. En de volgende keer zal ik dan het ritme onthouden. Ja? Helemaal prima. Oké, want voordat we hier een discussie over gaan krijgen, ga ik de vergadering sluiten. En bedank iedereen voor zijn aanwezigheid, voor zijn inbreng. En wens ik u nog een fijne avond.